Ik heb er op geduwd. Dat had er al op geduwd, waarschijnlijk. Nee. Ik, ik vind dan, ik vind dat een leuke, uh, een leuke manier om te starten dat mensen niet weten dat we al aan het opnemen zijn. En die Mark Maron, die, die maakt er echt een ding van om zo'n paar minuten op te nemen. Uh, niet enkel hij, maar zo'n paar minuten op te nemen en dan, ah ja, we zijn begonnen. Ah ja, okay, ja. Maar niet iedereen apprecieert dat. En, en als je en als je een nieuw medium hebt, gelijk podcasting, wat mensen nog niet zo goed kennen, mm -hmm. dan moet je een beetje oppassen wanneer mensen niet weten dat ze aan het opgenomen worden. <laughs> Maar dat doopende ook weer perspectieven voor onnozelheden, natuurlijk. Wij waren gisteren met, met Maat hebben we zo buitenopname gedaan. En toen waren we al aan het opnemen en gehoord toch dat. dat ze wisten niet dat we aan het opnemen dat ik al aan het opnemen was. Mm -hmm. En dan merk je wel van het was net iets explicieter totdat ze door hadden van oké, okay, vanaf nu gaan ja. we opnemen en dan Goeie avond, jongens. Ja, ik heb zo even radio gedaan, Allee, zo in de uitloper van mijn studententijd, en dat was, dat was een groot, duidelijk rood licht van onair. Ik denk dat dat de reden is waarom we dat, dat mm -hmm. naar gehangen hebben, omdat het geen domme dingen zou zijn op, op de ja, radio. En je hebt ook van die, van die microfoonarmen waar dat dan zo'n rood knopje in is, in is inderdaad, om, om zoiets te vermijden. Ja. Uh, jij zei net: De slinger van Foucault, uh, aanrader. Ja, ieder boek is een beetje een aanrader op zijn eigen manier, maar dat boek heeft mij wel, alleen achtervolgt niet, maar ik ben er wel lang mee bezig geweest. Ehm. Um, dat zit vol verwondering en, en vol mysterie en vol goh, samenzwering. Ik vind samenzwering sowieso interessant, hè. Uh, niet dat ik daarin geloof of zo, maar uh, het moment dat mensen uh, denken van ja, ja, al die feiten hier uh, en al dat wetenschappelijk bewijs, het zal wel, ik hm. weet het beter... <laughs> Dan wordt het interessant, en dat, dat is ook, ik vind dat, wat er heel onderbelicht is in heel die discussie rond fake news en rond, uh, rond samenzweringen en zo, is hoe creatief dat al wel is. Hij moet al een redelijke fucked-up gedachten hebben om tot, tot een goede samenzwering te komen. Hmm. Um, de beste samenzwering ook, uh, allee, ik heb zo zelfs de samenzwering en encyclopedie laatst gekocht. Ja. Um, een goede samenzwering uh, is, is eigenlijk voor, voor 90% onzin. En zo nog juist een klein scheutje van mm -hmm. het zou wel een keer waar kunnen zijn. En dat, volgens mij is dat ongelooflijk veel waar. Ooit ga ik een samenzwering bedenken. Denk. En ik zou dat eigenlijk wel willen doen. Dat is dan wat een bucketlist. Maar ik heb dat nu verteld, dus nu raak ik er zo makkelijk niet mee weg natuurlijk. Maar ik denk, er zijn best wel samenzweringen die gewoon een, een baron van. Die, die gewoon waar zijn. Maar die zitten zo dan in, da, in die grijze zone. En dan zijn er een heel aantal waar die nergens op slaan. Maar er zullen best wel mensen zijn die al lang weten dat, wisten dat onze koning een, zeg maar, een buiten kind had. En dan was dat van: nee, nee, ja, ja. dat is een broodje aap, dat is niet waar. Of zoiets bijvoorbeeld. Nu ik dacht dat zou ging zijn dat onze koning een alien was? <laughs> dat, ik vond dat gelijk geloofwaardig. <laughs> ja, en ik moet ook zeggen, onze vorige koning. Maar ja, ja en. en dat er, zo, dat er zo grijze zones zijn, maar dat er daar best ook wel uh, gewoon reële situaties in zitten. Maar je weet ze pas 15 of twintig of dertig jaar later. Ja, maar dat is ook het zotte aan wetenschap, hè. Wij gaan er altijd vanuit dat, dat wetenschap, dat dat vast ligt, dat dat zo uh, één of nul is, dat dat zo zwart of wit is. Maar eigenlijk uh, wetenschappers zelf komen constant tot nieuwe conclusies. Dus uh, die zijn zelf eigenlijk constant aan twijfel twijfelen dan wat ze zelf vertellen. Hm. Dat is ook denk ik de belangrijkste eigenschap van een goede wetenschapper. En... Uh, ja, in die, in die rand, in die fringe, staat er heel veel te gebeuren. Maar vooral ook verhaal technisch vind ik dat vrij interessant. Um, een goede een samenzwering. Gewoon omdat dat. De, ja, dat zet zo je hersenen een beetje open voor mogelijkheden. Uh, Was, ik geloof wel nergens in eigenlijk. Heb jij een favoriete samenzwering? Maar ik ben, ik ben vrij getriggerd door zo al die mensen die nu geloven in zo de Illuminatie. In zo'n hmm. Illuminatie van Beieren. Um, gewoon omdat dat. Uh, ja, geen waar is. En, en dat is in de jaren 60 door zo'n een, een, een zotte schrijver en zijn beste maat uh, bedacht. Die hebben daar een heel boek over samenzwering rond bedacht. En iedereen is daar begin geloofd Dus die hebben dat eigenlijk uh, bijna bewust ook gewoon geïnjecteerd in zo'n counterculture van de jaren 60. Uh, dat was een playboy-editor, uh, Robert Anton Wilson. En die... Uh, ja, die vond dat leuk om zo. Uh, hij deed zo de brieven in de Playboy van achter, de, de lezersbrieven. En hij schreef zelf lezersbrieven naar zijn <laughs> eigen kantoor, met allemaal onzin in. En dan uh, een tijdje begon dat, allee, de hippies begonnen dat op te pikken en begonnen daar mee te doen. Maar hij begon dan ook zo zelf brieven te schrijven naar, naar overheidsdiensten, om, om allee, ja, zoveel mogelijk desinformatie te verspreiden. Dat was toen al zo. Mm. Uh, na een tijdje zijn die dat ook uh, Operation Mindfuck gaan noemen, om zo. zo um, met, 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 met fantasie en met verhaal kunnen heel veel teweeg brengen op, op maatschappelijk vlak. Uh, een van die trucjes van, van, van Operation Mindfuck, die ik gewoon ongelooflijk briljant vind, is: uh, in San Francisco uh, wilden ze coke dealen en uh, uh, ze reden eerst met een kabinetje rond, zo'n wit, zo wit bestelwagentje waar twee grote letters, maar echt een joekels van letters stond erop cocaïne, coke. En dus ja, de autoriteiten om de, om de vijf minuten hielden ze die tegen. Heel, heel dat busken onderzocht, zat daar nooit koken in natuurlijk. En zo, na een half jaar, de, de flikken waren dat beu van dat busken mm. altijd maar te rijden. Ja, die konden er gewoon kilo's koken rond, rondtransporteren. Want ja, die lieten dat maar rusten, Want die hadden zoiets van: ja, ja ze zijn daar weer met een reflow mm. moppen. Dus dat, dat illustreert voor mij de kracht van, van humor en van, um, uh, ja, van verhalen en van desinformatie. Um, ja, je ziet dat nu met heel dat aan om kunnen ook, he. heel die QAnon-samenzweringstheorieën uh, ook, uh, de onzin die daarin... Volgens mij zat er aan een ongelooflijke grapneus achter, uh, ja, die wel niet goed beseft wat, waar dat een aantaring is, maar tegelijkertijd, kijk, het is voor iedereen een vrij interessante periode. He. Ik vind, uh, en, en dat is voor mij, want jij zit iets ouder als mij, mm -hmm. ik denk, voor mij zoals internet-native, min meer, meer of meer, ik zie ook maar enkel die theorieën, die verhalen in de context van internet en... Dus de maat waarin dat zoiets viraal gaat. Mm -hmm. Ik ken niet meer bijvoorbeeld die lezersbrieven waar, waar dat jij over vertelt. En ik zie dan die voorbeelden van hoe dat via het internet dingen gebeuren, die, die ik eigenlijk aan één kant uh, gewoon fascinerend vind. Er was zo'n, um, ik denk Shia LeBuf, heeft wel eens in 2014 mm -hmm. of 16, ik, ik weet niet meer een paar jaar geleden gezegd van, um, die zat ergens in de VS, ging die had hij een livestream, maar het ging erom, je kunt mij niet vinden. Dat was min of meer het verhaal. Uiteindelijk, en ik denk dat dat op, op, op 4chan uh, zo aan levering ging leiden, hebben heel wat mensen. Dus, dus er stond gewoon een livestream op. En dan zag je zo'n chemtrail van een vliegtuig. En, dan, en, er, en dus dat was wat ze hadden. Chemtrail en dan um, um, het uur. Dus dan zijn ze zo'n beetje zo... zo uh, archeologisch en ze, zijn ze zo uh, gaan zoeken van, oké, okay, welk vliegtuig is op die breedtegraad, is op die manier gevlogen. Uiteindelijk is er iemand gaan rondrijden. Dus dat is allemaal via het internet mm -hmm. gebeurd. Iemand is daar gaan rondrijden en gaan klaxoneren. Die, die, dus dat was een webcam en een microfoon. En zo hebben ze die, denk ik, binnen de 24 uur gevonden. Aan de hand van allemaal open publieke data. En één webcam en een mm -hmm. microfoon. En dan lees je zo'n dingen. En dan denk je, dat is, eigenlijk is dat zo, zijn zo'n dingen zo cool. Zo. En dat, dat gaat dan even weg van de samenzweringstheorie. Maar de, de mate waarin dat die. Heel die internetcultuur zo een, een bodem geeft, of een, of een snelheid geeft aan, in dit geval samenzweringstheorie, in het andere geval van uh, een soort van uh, ja, de, de Buff in dit geval vinden. Dat je zo daar eens naar zit te kijken. En ik denk dat, dat is zo cool. Zo, de mate waarin dat, dat die creativiteit naar boven komt, of die um, ingenuity, of hoe zeg je dat zo, die vindingrijkheid mm -hmm. van mensen. Ik denk dat dat er ook altijd al een beetje geweest is. Want internet versterkt dat natuurlijk. Alleen de tijd waarin dat de uh, nee, neem nu bijvoorbeeld die jaren 60 of 80 of eender welke, of zelfs vorige eeuw. Tegen dat het toen drie mensen kon samenbrengen die in iets geïnteresseerd waren. Dat was al veel meer moeite natuurlijk. Hè. Je moest al, ik weet niet, pamfletten gaan uitdelen of <laughs> aan, aan kerken gaan nagelen of, of tijdschriften beginnen maken of fotokopiëren of weet ik veel wat. Om dan drie gelijkgezinden te gaan. En tegenwoordig kun je een club of een secte beginnen met iemand uit Tokio en iemand uit die op Antarctica woont, bij wijze van spreken. In een kwartier, hè? Nog gewoon hmm. goed genoeg. Zo, het internet is ook zo'n schitterende. Ja, te, het internet zou eigenlijk bijna een samenzwering kunnen geweest zijn. Hè? <laughs> hoe komt de, kom de ander ooit op het idee om ja, iedereen te connecteren met elkaar, maar ook gewoon. Al de zotten. Mm. <laughs> voor, allee, voor om met een auto rond te rijden, moet je, moet je allee, een rijbewijs hebben, maar om op dat internet onzin te plossen, niet. Dat is het meest democratische medium dat er is. En we, gaan er, we krijgen er ook een ongelooflijke backlash mm. van. Ik vind dat fantastisch, eigenlijk. Ik ben ook wel blij dat, er nu dan, eh, dat, dat het nu wel duidelijk is dat corona door 5G... Allee, dat, 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 dat dat er een causaliteit is, toch? Ik zou daar nooit over kunnen praten met mijn vrienden, maar via het internet weet ik dat dat gewoon een feit is. Dat, is. is dat, maar ja, en uh, ik ben er ook groot... Ik vind ook alleen dat we... Bedoel, we doen het met huisdieren al. We chippen ons huisdieren en we chippen onze queen Dus waarom zouden we niet iedereen chippen? Dus. Hmm. Ja, voilà. <laughs> voilà. <laughs> nee, maar allee, zo, samen Samenzwering vind ik... Allee, uh, ik vind dat fantastisch om erover te lezen. En ook dat is ook echt van alle tijden. En dus vandaar... Dus nu komen we helemaal ja. terug bij de slinger van Bij de Verkoor. slinger, ja. Um, dat is zo'n boek dat ik, um, ik denk twintig jaar geleden, voor de eerste keer gelezen had. Omdat iedereen zei: god dat is toch een vrij onleesbaar boek. Um, maar ik werd daar gelijk in gezogen. En dan een tijdje zo om de zoveel jaar terug naartoe kwam. En daar zat er altijd wel ergens iets in dat mij triggerde. Want ik had bijvoorbeeld nog nooit van die slinger van Foucault ge gehoord. Ik ben een kind van het kunstonderwijs, natuurlijk. Mm. Dus ik heb zo. Had je uh, van Foucault gehoord? Ja, zo vaag, hè. maar zo in het kunstonderwijs leerde ik eigenlijk, uh, behalve zo een naakmodel tekenen en, en achter meisjes aanzitten en, en uh, alle variëteiten, drugs werden nu ook aangeboden en zo van die dingen. Dus dat leerde allemaal, maar zo simpele wiskunde en, <laughs> en die t-fouten vermijden en al, dat, dat zat daar niet direct in. Um, maar ik had wel veel levenslessen en zo. Dus bijvoorbeeld uh, de. de, de, de uh, Pythagoriaanse lichaam en zo van die zaken, dat kende dan weer wel, maar de stelling van Pythagoras die leerde dat weer niet. Mm. <laughs> dus, dat, dus eigenlijk al hetgene waar dat later uw zou heeft mee moest kunnen invullen of gewoon op een normale manier functioneren in de maatschappij, dat leerde daar niet, maar zo om de, de, de weirdo te zijn die perfect een, een connectie kan leggen tussen het menselijk lichaam en zo uh, de, de vier elementen of zo, dat, dat mm. leerde dan daar weer wel. Je, je over het middelbaar trouwens. Ja, ja, het zo, ja. hè. Mm. <laughs> dat was zo... Um, ik kwam uit uh, ja, zo'n Westlands uh, boerennest. Ik had er altijd op een katholieke school gezeten, maar er was, ja, het was duidelijk dat ik alleen, alleen ik kan Ik echt alleen maar tekenen. Ik ben voor niks anders. Goed. Hm. Ik bedoel, ik kan geen lamp in draaien of ik moet niemand bellen. Hè. Um, dus uh, ik denk dat ik een jaar of 16, 15, 16 was, toen dat, dat eigenlijk iedereen in mijn omgeving ook begon te dagen van uh, ja bon dat wordt ofwel, ofwel gaat hij hier zo nog dat ASO afwerken en wordt dat dan zo ja, een sukkelaar voor de rest van zijn dagen die zijn baan niet vindt. Ofwel laten we hem gewoon doen met dat tekenen en dan zien we wel. En dan mocht ik plots vanuit... Um, ja, dat dat, dat... dat ruraal roeselaren eigenlijk. Um, van de jaren 90 mocht ik dan plots zo naar, naar Brugge, wat dan nog altijd een, een, ja, een provinciaal nest was toen... Uh, eigenlijk een soort van bokrijk, <laughs> en, maar wel naar een kunstschool. En dus hij komt daar dan toe als 16-jarige. Um, en mm. mijn wereld ging open. Hè. De eerste dag dat wij daar in een klaslokaal vlogen, wij, wij zaten daar plotseling in een kring op tafel. Dus ze wist niet van wat gaan we hier nu doen, wat kom ik hier doen. En plotseling komt er een blote vrouw binnen die gaat zich gaan zitten en mocht die tekenen. Ik heb op, op twee maanden tijd leren tekenen, mm. want allee, er werd mij werkelijk iets aangeboden. Dat kon doen met mijn skills. Hmm. Ik ben altijd geen fantastische tekenen, want dat is een levenslang proces. Wacht, maar... dat was de derde graad waar je naartoe ging? Ja, ja, ja. ik was toen pff, ja, 16, was al zeker. Mm -hmm. Ja, ziet, wiskunde is mijn beste kant. Ik kan mijn eigen leeftijd niet uitrekenen. Um, maar ja, ook gewoon van alles. Hè. Zo, plotseling mogen wij beelden houden met kettingzagen en zo van die zaken. Hmm. Ik bedoel, welke leerkracht in his right mind heeft er een kettingzagen, een 16-jarige, <laughs> die alleen, ik bedoel, ja, man. Bon. <laughs> dat, was, uh, dat was het KSO. Dus um, ik weet niet wat dat nu met de slinger van Foucault te maken had, maar ja, op de een of andere manier zat er daar heel veel in die, um, die zo resoneerde met mijn leefwereld. Hmm. De link was, denk ik, dat je um, niet per se werd plotgesteld aan, aan van die literatuur of aan van die... Uh... Ja. ja. Hmm. Ik, ben, ik kom wel zo wel uit een... Uh, een literair nest is een groot woord, maar mijn moeder die las altijd heel veel, en mijn vader ook. En dus, uh, uh, wij gingen eigenlijk naar twee bibliotheken tegelijkertijd. Wij hadden de Dorpsbibliotheek in Runbeke die wij echt reden iedere week. En ik de vikingen kwamen wij daar binnen gestormd, en wij deden echt al die kaarten vol. Wij hadden vier kaarten, en die moesten helemaal vol. Dus, ik denk, zestien strips en, ik weet niet, veertig boeken of zo, sleepten wij mee, en... Dat was de woensdag en op zaterdag gingen we dan ook nog naar de hoofdbibliotheek in Roeslaar en nog een keer zoveel gaan halen. En dat werd ook allemaal uitgelezen. Dus dat waren echt zo... Ja, er was eigenlijk ook gewoon geen hol te beleven anders in, in, in heel, heel Rumbeke. En ik ben voor een groot deel ook opgegroeid in die bibliotheek nadien. Uh, in dat opzicht van... Uh, ik was al zo mee bezig met, met, met lezen, maar vooral ook met strips eigenlijk. Met, met alles dat met tekenen te maken had en met illustratie. En ik was gewoon heel nieuwsgierig. En um, mijn, mijn, mijn moeder die ging mij daar vaak gewoon. Ik ben opgevoed in die bibliotheek, die ging mij daar gaan afzetten op hmm. woensdag. En ik uh, en dat vond dat. Vond dat nee. Ik heb er nog altijd heel goede herinnering dan, zo'n na een tijdje stond er zo'n kark bij de bibliothecaresse, die zo al de nieuwe boeken automatisch aan de kant legde, waarvan dat ze wist, van die zal dat wel lezen. En dan zat ik daar een hele woensdag namiddag over alle mogelijke onderwerpen. Als je over die periode terugdenkt, was dat dan las je dan? Als een soort van verrijking van uw innerlijk leven of een, het leren kennen van de buitenwereld? Eigenlijk vooral dat laatste. Ik was vrij curieus naar alles. Ik las even hoe. Uh, ja, ik las even hoe ik bijvoorbeeld gewoon onnozele strips. Uh, maar ik ontdekte ook heel vroeg um, volwassen literatuur. Dus. Uh, zo'n Brusselmans, ik las dat al zo'n tien jaar was, hè. Ze, mijn, ja, bedoel, mijn seksuele opvoeding komt door Brusselmans en Urbaniustrips, vrees ik. Dus dat zegt ook al veel. Uh, maar zo even hoe, um, dat kon van alles zijn. Zo, uh, boeken over um, zo die uh, rotswoningen in... Wat is dat, Antalya zeker, in Turkije? Um, nee, het is niet Antalya. Ik weet het niet. Zo die rotswoning, dat fascineerde me. dan. Ik had er een boek van zien staan. Dan zat ik daar een namiddag in te bladen en zo aantekeningen en tekenings. Ik teken altijd dingen als ik ze wil onthouden. Uh, dat, dat schoot echt alle richtingen uit. Uh, periodiek systeem, zo de tabel van Mendeleev, we hadden al lang niet gekregen in school, want ik was misschien 12 jaar. Maar ik wist dat dat precies belangrijk was, dus ik, ik heb ooit bij het van mijn archief uit mijn kindertijd zo ik moet dat blijkbaar overgetekend hebben, maar zo dan op mijn manier. Dus op een vreeknullige, knullige, striptekenaarachtige manier van, van een striptekenaar van 12 jaar. Zo de tabel van Mendeljev. En Mendeljev was nog mij schreven ook. Dus uh, <laughs> ja, zo die, die, die knullige, zo die neiging. Leefwereld zit er altijd een beetje in. Ik, ik distort ook altijd de werkelijkheid een klein, op die een of andere manier. Dat verhaal is veel belangrijker dan hetgeen dat er, Vandaar ook misschien dat die samenzwering mij zo aantrekt. Het verhaal is eigenlijk belangrijker dan. Dan, dan de werkelijkheid zelf. Bedoel je dat de amusementswaarde belangrijker is dan de... Dan nee, nee, zo dat het een goed verhaal is. Hmm. Het kan ook tragisch zijn, hè. Allee, ik weet niet of tra tragedie echt... Dan, ja, tragedie is Want, ook amusementswaarde. Ik geloof dat je ernaar geluisterd hebt, die tweede babbel met Brusselmans. Ik geloof ik dat hij zei... Maar ik, ik herinner het mij niet meer exact. Hmm. Dus, maar ik geloof dat hij zei... Het ging, het ging over details. Ik denk dat hij vertelde over Stefan Hertmans en zijn nieuw boek en het hmm. feit dat hij dan onderzoek doet, daar naartoe gaat, dat allemaal wilt weten en dat, dat, dat Herman dan zegt ja, details, die kunt u toch zelf verzinnen, als het verhaal maar goed is. Voilà, maar ik ben daar eigenlijk 100% eens. Ik vind dat vrij anal, als dat allemaal moet kloppen. Hmm. Um, maar ja, ik snap het, hè. bedoel... Als er een buurvrouw was, dat maakt toch niet uit welke kleding, dan moet je toch niet gaan onderzoeken, je verzint gewoon die buurvrouw. Maar ja, dat is, hè, dat is heel... Ik vind dat... Er is zo'n heel, heel schoon... Ik heb um, mijn grootvader uh, als Ik heb mijn grootvader altijd gekend als een hele... Dat is zo echt een, 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 een Hertmansverhaal verhaal hè. Hmm. Uh, Ik heb ook lang aan de academie, dan, aan de hogeschool, les gekregen van Stefan Hertmans Ik vond dat een vreemd interessante mens. Um, en ik moest daar vaak aan terugdenken toen mijn eigen grootvader stierf. Ik zo'n oorlog-en-terpentijn-gevoel, omdat um, uh, ik wist dat niet. Mijn, mijn grootvader is altijd overgekomen als een hele... Een, ja, een hele brave man, zo. Iemand met een, een gezin die heel zijn leven al werken heeft, zich uit de naad gewerkt heeft, uh, en, en die het goed gedaan heeft, maar allee, voor de rest weinig interessant. Hè? Uh, en dan de dag nadat hij gestorven is, zo heel typisch, de dag nadat hij even gestorven is, vertelt, um, een familielid mij zo van uh, wist je dat trouwens, dat hij in, naar de Sahara is geweest. En ik was zoiets van, what the fuck? Waarom zei hij dat nu? Ik had het eigenlijk wel een keer van vragen hmm. dat dat zat. En blijkt dus dat hij na de oorlog, dus als de oorlog gedaan was, um, mijn overgrootvader die had een, een, een autozaak. Die kocht uh, voor een deel uh, uh, Amerikaanse wagens, importeerde hij zo in Tinterbellum. Uh, ze staan dat dan hier half en half samen en dan verkochten ze dat weer. Dat was zo in een business. En onder, onderhoud en zo van andere auto's ook. De, de grote miserie was natuurlijk in Tinterbellum: de markt was in elkaar gestuikt langs alle kanten. Dus die zijn dan begin prutsen natuurlijk. Want ja, het is wel familie van mij. Uh, zo maar halve auto's meer bestellen en dan, dan zo zelf stukken in auto's maken mm. <laughs> en bricoleren. En toen dat de nazi's kwamen, euh, ja, die confiskeerden een heleboel auto's, hadden ze zo voor... Euh, als appeltje voor de dorst, in een vrees auto, en een plimmet nog iets ingemetseld in de muren van hun atelier. En dan zullen ze dus vier jaar blijven staan euh, achter, achter zo'n muurken. En dus als de oorlog voorbij was, hebben ze dus die muur opengekapt in de hoop van, kijk, we gaan onze zakken opnieuw opstarten door die ene auto te verkopen. Ja, maar dat is niet gelukt, want er was een lek geweest van boven in dat tak, en dus, dat was allemaal op die auto, en dus dat stuk dat ze helemaal in oud gedaan hadden, dat was helemaal begin rotten, en dus ja. die carrosserie was al vort en zo. En uh, mijn grootvader moet dan zo 16, 17 jaar geweest zijn, die is dan eigenlijk van huis weglopen, uh, om de zaak te redden. Het was toen zo dat, uh, toen dat uh, de nazi's verslagen waren, lieten de Amerikaan uh, al hun logistiek materiaal, al het rollend materiaal, zo de tanks en de voertuinen en zo. Die lieten dat hier allemaal hier, want dat was te veel, dat was te duur om weer mee te nemen naar Hinter. Uh, en dan zijn zo hier die stok Amerikaans ontstaan, hè, dat is mm -hmm. nog langs de, langs de grote baan kent. Ah, dat is echt. Dat is daarvan. Ja, ja dat was zo echt al onder een brol lieten die achter en dan mm -hmm. was ze van, hier, Marshallplan. Mm -hmm. <laughs> zo, on onze steun aan de. Um, en in Roeselaar was dan een hele industrie rond ontstaan. En, uh, maar mijn overgrootvader had dat juist naast gegrepen, want er was wel een ander uh, beestje meulenaren, heette die, die daarmee aan de slag gegaan was. was er was geen plaats meer. Mijn grootvader vond dat ook allemaal veel te riskant om daar in die business te gaan. Mijn overgrootvader. Maar mijn grootvader die was 70 jaar, die wilde een business redden, en die had dus blijkbaar ergens, ik weet niet, op café of van vrienden of zo, gehoord dat uh, de Amerikanen ook in de Sahara gevochten hadden tegen rommel. En dat ze dan nog rommel laten staan hadden <laughs> En dus... Uh, die is dus weg, weggelopen, uh, uh, samen met nog iemand naar de Sahara doorheen allee, vernietigd Frankrijk, een uh, stukje Spanje of zo, we weten het eigenlijk niet. De Middellandse Zee overgestoken, en die is teruggekeerd met uh, de dus ene vrachtwagen, en dan daar geassembleerd dat al van al van het bro volgeladen met, met, ja, met, met onderdelen. En zo heeft hij dan die familiezaak uh, gered. En die is dan nadien toch zieltogend ten onder gegaan, uiteraard. Maar ik wist dat dus niet, want nou, je moet je ook dat inbeelden, zo. Vernietigt Europa, dat in mm. een tweede wereldoorlog, dat is al een erger dan de covid-crisis. Hij um, trekt als West-Vlaamse jongen van 17 jaar, die eigenlijk, zelfs, ik kon zelfs geen, mijn godvader heeft nooit Nederlands gesproken, die sprak West-Vlaams, <laughs> En die sprak geen, die sprak een paar woorden Frans, die sprak al, allez, ik bedoel, ik kan dat gelijk niet bevatten, dat verhaal. En, um, ik heb daar heel lang mee, ik ga niet zeggen geworsteld, maar zo mee ingezien met het idee van, ik had dat die mens nooit kunnen vragen, wat dat nu zat. Dan heb ik nog zijn broer daarover ondervraagd, maar ja, die kon dat zo maar half meer herinneren, want die was veel jonger. En, en, en zo nog wat proberen aan de ooggetuigen te raken, om zo op een Stefan Hertmans-achtige manier dat te hmm. kunnen reconstrueren. Ik heb dan daar zo met een aantal andere verhaalvertellers over gehad, want ik wil er ook nog wel een keer iets mee doen. En iedereen had zoiets van, maar dat doet er toch niet toe, die details. Die buurvrouw, who de fuck cares? Vindt het een goed verhaal? Maakt er iets mee en maakt geen zak uit. Sowieso zit die verdienste, dat verhaal van die grootvader zit daarin. En wat dat, dat ook wordt, dan is dat weer een goed verhaal. Hmm. Um, en ik vind dat ook ergens interessant en confronterend dat wij. Ik vind het vooral interessant dat iemand van wie dat het niet verwacht, zo'n gezapig oude man. Dat, ik heb die 35 jaar of zo gekend, ik had dat er nooit in gezien. En dus sindsdien, als ik zo over straat loop, heb ik zo veel meer het gevoel van: What's your story? Weet je, what, what, what are you hiding for me? Um, ja, of een, of een nevenvraag is: waarom gaan we ervan uit dat er mensen zijn die geen verhaal hebben? Zit ze? En wel, ik heb dat ook steeds vaker achter iedere gevel zitten er ongelooflijke verhaal. Um, ja, op de een of andere manier, ja, dat prikkelt mij enorm. En ja, ik ben ook maar een cartoonist, ik ben ook nog niet echt een mm. verhaalverteller, Ik maak ook wel scenario's en zo van die dingen. Um, ik, ik, ik vind het vind, vrij vind, confronterend dat er daar zo weinig mee gedaan wordt. Hmm. Wat ik anekdotes bijvoorbeeld in het programma merk is: iedereen per definitie heeft verhalen, heeft ervaringen, mm -hmm. maar het zijn vaak de mensen. We, de, als ik dat al aan iemand attribueer, is omdat die dat op een bepaalde manier verwerkt hebben. Misschien omdat ze er creatief mee aan de slag gaan, omdat ze bekend zijn of omdat ze daarmee naar buiten komen. Maar er is zo een quote, ik weet niet van welke schrijfster. En die, praat tegen, die, die is aan het vertellen tegen jonge mensen. En die zegt: Kijk, iedereen dat zijn jeugd is doorgekomen, heeft genoeg inspiratie voor een heel leven om te schrijven. Dus dat is niet het punt. En ik zit daar wel vaak aan te denken: van hoeveel verhalen dat er inderdaad zijn en hoeveel. ...emoties en, 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 en ervaringen. En je kijkt dan naar die mensen en je denkt... ...ja, die hebben toch niet zoveel meegemaakt... ...of niks mm -hmm. spannends gedaan, tussen aanhalingstekens. En als je daarmee praat, dan denk je... ...ja, jezus jong, wat heb, jij, wat heb jij allemaal meegemaakt... ...of wat heb jij beleefd? Want daar gaat het eigenlijk vaak om. Hè? Het gaat niet om wat heb jij gedaan zo naar buiten toe... ...maar wat heb jij beleefd? Hoe heb je de dingen in je ziel gevoeld of zo? En dat is zo... ...ja, wauw, zo, zo ken ik weinig mensen die niet zo... ...tenminste wel één verhaal hebben van... Wow, jong, hoe Heb je dat gedaan? Ja, wel. En, en ik vind dat ook erg spijtig dat dat dan, weet je, er, hangen, er zijn, alle, ik weet niet, ik heb nog nooit getaald, ik ben ook niet zo goed in wiskunde of zo, maar er zijn al in heel de geschiedenis van de mensheid, ik weet niet, honderden miljoen, miljarden, bezilioen mensen geweest. Ik weet het niet, de wetenschap zal dat wel al een keer uitgerekend hebben. Het zal 98 werd, miljard, geloof ik, of 102 ja, of miljard. Ja, daar wel nog tegen eigenlijk. Enfin, kijk, maar dat zijn, pak nu 100 miljard verhangen. Mm. Hoeveel zijn het daarvan van die, die zo echt ongelooflijk die de wereldgeschiedenis ook hadden kunnen veranderen? Heel onze optiek van hoe we de, de zaak bekijken, moet die gewoon in een muil houden hebben en, 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 en wel, zo in een rust hebben zitten knikken. <laughs> in de plaats van, ik weet wie dat er JFK vermoord heeft en tussen je samenzweringstheorie, want ik was erbij, weet je wel. <laughs> zo, dat soort. Uh, ja, uh, er is vind ik dat zonde ook. Uh, ik vind het een klein beetje. Ik vind het ook de, de taak, zeker van creatieve mensen dan, om. om uh, niet alleen verhalen te, te, vast te leggen die er al zijn, maar gewoon ook om verhalen te vertellen. Wij zijn van nature verhalende wezens, denk ik. Um, de mens dan? Waar wij, je ziet dat heel hard in die coronacrisis. Waar zouden wij zijn zonder al die verhalen? Hmm. Dan zouden we niet naar Netflix zitten kijken, dan zou niemand nog een boek kunnen lezen. Het zou maar een, een, een treurig bestaan zijn dat bestaat uit platitudes. Zo van: Oh, het is toch her? Ja, het is toch her? Moet je ook zo vaak je hand wassen? Ja, ik moet ook zo vaak mijn hand was. Het is het moment dat we dat overstijgen dat het interessant wordt. En um, van, vandaar ook dat, dat, dat wij daar zo ja, vandaar ook dat er ook zoveel misbruik van gemaakt wordt. Want uiteindelijk, wat dat zo een, een autocratische dictator zoals like een Orban of, of, of zoals een Trump doet, dat zijn dat is verhaaltjes vertellen. Mm. Hè? Wij, wij, en, en waarom werkt dat? Dat is omdat wij verhalende wezens zijn. Wij hebben dat nodig, gelijk water of gelijk brood. Maar ik denk dat bijvoorbeeld uh, Sapiens van Yuval Harari, ik denk dat veel mensen dat expliciet lezen voor de feiten, de, de geschiedenis en dat soort dingen. Maar de impliciete les daaruit is, wij leven in narratieven, wij zijn mens, mensen leven per definitie in narratieven, en die, die vaste feitelijke dingen, wanneer is dit gebeurd, wanneer is dat, dat, is dat zijn eigenlijk allemaal grotendeels neveneffecten. Wij vertellen onszelf verhalen, en wij geloven in die verhalen, en daardoor coöpereren wij en leven wij, enzovoort enzoverder. Maar als je daar dan verder over nadenkt, dan denk je, ja, alles, alles is in bepaalde mate een verhaal of een narratief. Absoluut. Dat wij beleven, Zijn de, ik ben de... De, de single, jij zit de vader of jij zit de cartoon. Of dit. Dat zijn allemaal verhalen die wij onszelf vertellen, die eigenlijk in de realiteit. die, die schapen, die, die vormen de realiteit, maar dat is niet de realiteit. Dat zit, in, dat zit dus zo uh, onze oren of in een collectief uh, geheugen of zo, maar dat zijn gewoon narratieven waar we in geloven. Hè? Ah, wel, maar dat vind ik ook zo, 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 zo interessant. Er zijn zo heel veel mensen die zo echt. Uh... Zwart-wit denken daarin, die zoiets zijn van feiten en, en bedoel, vaststaande feiten, geen ruimte voor, voor narratief. Geen, uh, die daar een beetje in. Ik snap dat ook wel, die, die daar bijna extremistisch in zijn. Um, ja, die, die, die onderschatten ook wel het belang van. Ik um, bedoel, heel onze cultuur bestaat uit, uit narratief. Hè. Um, wij zouden niet in de westerse cultuur zou er helemaal anders uit gezien hebben. Moesten er niet een hoop mensen het verhaal van Christus opgeschreven hebben. we weten nog altijd niet of dat, dat een feit is of niet. Ik bedoel, pff, er zijn daar wel aanwijzingen voor en zo. Maar dat is, dat is. Laat ons eerlijk zijn, daar zal wel een groot deel fictie aan vastzitten. Dat zijn gewoon een hoop goede schrijvers die een keer samengekomen hebben. Die uit de mitraslegende geput hebben, die zo'n waster erbij gesleept hebben, die eigenlijk van alles op de noop gesmeten hebben, wat kunnen we hier gebruiken? Zo. Er is zo'n concilie geweest van ik weet niet, 300 na Christus of zoiets, waarin ze ook beslist hebben hoe zat dat zat met Maria en zo. van die shit. En of oh, Jezus menselijk of godelijk Ja, of? voilà, dat, dat, mm. dat soort onzetten. Ja, voilà, hoe zat dat nu met die, met die, met die mm. conceptie? Was Jezus nu, he, weet wel, uh, was dat nu een onecht kind of zo? Hoe zat dat met die nu Jozef? Mm. Was hij een, ja, een sukkel? Enfin, kijk, dus die hebben dat... dat dat, dat zijn verhalen die daar bedacht Dat is een brainstorm, hè. Maar dat is wat het net zegt over wetenschap. Ook wetenschap is cultureel bepaald. De, de dingen waar wij onderzoek naar doen, er is bijvoorbeeld een grens tussen, kun je onderzoek doen in de, in de context bijvoorbeeld van CRISPR, kun je onderzoek doen hier, en je voelt dat als je over wetenschappelijk onderzoek, ook dat leeft in, in dogma's, in, in taboes, en culturele entiteiten, waar dat wij zeggen, hier doen wij wel onderzoek naar, en daar niet. Dus zelfs... In zogezegd de wereld van de atomen, of de harde wereld, mm -hmm. de feitelijke wereld, ook daar, ook die wordt volledig vormgegeven door onze culturele identiteit. Dus iemand die ontkent dat wij een narratief in leven, ja, dan vraag ik me af, ja, maar, dat, dat heb je alles rondgekeken. Ja, kom een keer buiten. Ja. 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 Maar taal is, een, is natuurlijk een manier om, om, om de werkelijkheid vorm te geven. Hè. Wij, wij, taal wordt vaak, ik weet niet, ik denk dat dat Neil Gaiman is, die, nee, het was niet Neil Gaiman. Die taal vergelijkt met, met magie of Ellen Moore, denk ik. In essentie komt het erop neer dat een metaal de werkelijkheid bezweerde. Je gaat uh, iets uh, in de geest van de ander gaan vormgeven door iets voldoende te herhalen of iets op een bepaalde manier te omschrijven. En. en uh, in essentie, als je er louter neurobiologisch naar kijkt, zijn we opgesloten in onze schedelen. Wij, wij, alle zintuigen dat wij hebben, alles, alles wat we weten over de wereld, is eigenlijk gewoon onze hersenen die het geprocessed hebben. En, en hoe dat de wereld er daadwerkelijk daarbuiten is, dat kunnen wij nooit weten. Voor hetzelfde geld zitten wij hier samen in een bokaal ergens, weet wel, in een, in een zandvlakte te wachten en, en beelden wij ons dit allemaal maar in. Dus misschien is alles een simulatie. Je kunt dat nooit be, 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 bewijzen dat het niet zo is. Je kunt ook niet bewijzen dat het wel zo is. Um, maar wij, zijn, wij hangen dus eigenlijk vast aan het narratief dat ons. De, 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 de verwerking die ons hersenen doen van de werkelijkheid. Is dat de werkelijkheid? Ja, dat zullen we dan nog wel zien. Ik weet dat niet. Hoe gaan we dat ooit weten? Moeten we dat ooit weten? Hmm. Ik vind het verhaal veel interessanter dan de werkelijkheid, heel vaak. Um, allee, de harde feiten dan. Ik vind, vind, allee, ik vind die harde feiten belangrijk, hè, dat één en één twee is. en... en mijn, dat mijn boekhouding klopt op het einde van de maand en zo van die zaken, mm. bedoel, dat vind ik allemaal wel heel belangrijk. En dat, ik bedoel, als ik iets naar boven gooi, dat weer naar beneden valt. <laughs> ja. Maar je hebt die quote van David Foster Wallace over uh, vissen... Ik, ik moet goed nadenken, maar ik geloof, vissen weten niet dat ze in water zwemmen, slash leven. Als je er dan voor jezelf over nadenkt, van, welke realiteit zien wij niet, of welke narratieven zien wij niet, wij doen ook maar wat. En, en als een vis niet door heeft dat hij in het water leeft, wat was dan het equivalent voor mensen? En daar hadden we het ervoor he heel even over. van ja, Mensen, doen maar wat. Hè. Wij lopen hier rond op de aarde en eigenlijk weten wij in de kern wat wij doen. Dat is mijn anekdotische ervaring: van, nee, je do doet maar wat. En, en in die mate zit je gevangen in je schedel, want je kunt dat niet echt ontstijgen. Ja, wij zitten hier ook vast op die planeet. Hè. Ik vergelijk dat vaak een klein beetje met zo vastzitten in een lift. Met, met, met veel te veel mensen, zo, het, zo die, die, staat er zo meestal op een lift zo op hoeveel kilo dat, mm. de, dat erin mag. Hè? Zo 12 man, 800 kilo of zo, weet ik veel wat. En, um, uh, en hij staat er dan met 15 man in en er zitten een paar dekken tussen. Hij pijst, ja, lap, dat gaat hier niet goed lopen. En die, die lift gaat dragen. <laughs> eigenlijk is dat leven op deze planeet, die lift gaat dragen omhoog. Heeft die heeft iemand een scheet gelaten en staat daar iemand zo veel te luid naar jouw valley te luisteren op zijn koptelefoon. Mm. Test leven op onze planeet. En uh, we zitten hierop vast en we hebben geen flow idee waarom we bezig zijn. Sommigen misschien wat beter dan de anderen. Welke richting dan we uit moeten om toch niet door te gaan. Um, maar, maar het is een kosmisch toeval, hè? We zitten niet alleen voor, voor het helden uh, steken Steek straks de tv aan en is het zo van ja, er komt een gigantische meteoriet op ons af, wat dat eigenlijk perfect normaal is. Bro, dit, dat is de normale gang van zaken in de kosmos, nu mm. eenmaal. Morgen, zijn, morgen is het voorbij. Um, ik heb nu juist een vreemd tof boekje gelezen over zes zo acht manieren, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, uh, over hoe dat het universum gaat eindigen. Zo, de, de big crunch wordt uitgelegd, de big, weet ik, flip en uh, zo alles, de, de tomme keren van de big bang en al. Zo op een heel bevattelijke, grappige manier uitgelegd. En um, een van die theorieën is dus eigenlijk dat het godsdeeltje, het Higgs boson, dat dat eigenlijk heel erg onstabiel is en dat dus op eender welk moment, as we speak Voorbij kan zijn, het volledige universum. Hm. Omdat dat daar, en ze hebben dus volgens metingen zo gewoon echt vastgesteld: van dat ligt daar, moet hem daar maar een van die deeltjes, een van die deeltjes die compleet fucking overal zijn, moet zich zeg maar een klein beetje onstabieler gaan, uh, gaan gedragen en dat is hier gewoon voorbij. Het is hier omzet, we gaan het ook nooit merken. Ik hm. um, vind dat een heel bevrijdende gedachte. <laughs> dat we doen maar wat, maar het maakt ook geen zak uit. Dat vind ik ook nog ik vind dat heel belangrijk dat dat zo tegenover elkaar staat. Ik modder iets aan, iedereen moddert aan. Ik krijg geen flow idee waar dat mee is. Soms komen jonge cartoonisten of illustratoren naar mij om te vragen: van, hoe, hoe doe jij dat? Ik weet ik dat ook niet? Doe. Als er iemand het impostersyndroom syndroom heeft, dan heb ik het wel. Ik verwacht nog altijd dat er morgen aan mijn deur zo komt. Worden, als ik kom naam, van. Drrr, drrr, ja, we hebben nu door, kom maar mee. Dat is hier afgelopen, dat grapje. Dat kan toch niet zijn als iemand betaalt voor tekening te maken? Serieus, gast? En doen ze dat al die tijd toen geloven? Eh? Misschien zit je het equivalent van de cocaïnebus. Als ah, je ja, het lang genoeg doet, dan vragen ze het nu niet. Ja, meer. Dan gaan ze misschien mij ook gewoon mijn rust laten. Zo van kijk, god ja, wie weet, wat dat nu nog 15 jaar doen. Die is altijd al wel uit zijn eigen meest op. Dan is het ook wel allemaal minder moeite. Maar zo, het idee dat ik zou weten hoe dat inspiratie ontstaat. of dat een hmm. cartoon ontstaat. Ik weet iedere dag nog altijd nieuw dat ik het moet doen. Er is geen. Ik, ga u, ik wil daar zelfs op terugkomen. Dat ik, ik wil nog heel even blijven stilstaan bij wat je net zei. Van taal. Zit jij dan. in uw, Want dat vind ik fascinerend. Ik denk dat jij al. Dat ik twee of drie jaar geleden al een lijstje maakte met mensen die wil ik daar wil ik absoluut mee spreken. Je stond er al lang op. Omdat enerzijds voor, voor de stijl, voor wat je doet, maar ook ben heel geïnteresseerd in wat eigenlijk de achtergrond, wat zijn uw interesses, hoe gaat hoe, 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 als het over literatuur gaat, waar houd je je mee bezig? En wat je net over taal zei, dan vraag ik mij af. Heb je dan bijvoorbeeld een interesse in een, ik zeg maar, uh, het filosofisch werk bijvoorbeeld van een Wittgenstein? Is dat iets wat je aantrekt? Of, of benadert je die dingen niet zozeer vanuit een filosofische context, maar eerder vanuit een ja, anekdotische uh, van iets wat toevallig in uw, in, uw, in, uw, in uw leeswereld of in uw leefwereld voorbij komt? Of gaat je ook effectief. Diep in die thema's, wanneer het bijvoorbeeld over taal gaat? Als het mij interesseert, haak ik er diep in. Ik, bedoel, ik, ik ben zo iemand die heel veel interesse valt en tegelijkertijd heeft het, en die dan obsessief gaat. Als ik geïnteresseerd raak in duikboten bijvoorbeeld, wat ik mm. zo lange een, een keer gehad heb, dan koop ik alles wat ik kan vinden over duikboten <laughs> en dan lees ik alles over duikboten. Maar dat gaat dan even hoe. Ik heb zo'n periode gehad dat ik geïnteresseerd was in uh, dingen in. Um vorm, uh, dus uh, spijkerschrift, speaker, um, dat ik dacht van, in mijn eigen, oh, kak, ik wil mezelf dat hier een keer rap leren, <laughs> en heb ik zou allemaal van die standaardwerken gekocht, allemaal van die hele dure boeken uit Engeland, op soort en al laten overkomen, om dan te beseffen dat ik daar geen kloten van begreep. Um, maar dus ja, met taal heb ik dat even goed, dan, dan, dan kan, maar dan eerder vanuit een artistiek dan een filosofisch standpunt. Um, dan ben ik bezig met, met zo'n mensen als like Burroughs, die dan uh, zo zeggen van, uh, ik geloof dat hij zijn citaat is, um, language is a virus. En als je dat dan, goh, wie is die mens die daar een essay over geschreven, dat die dat dan ging gaan mappen. Um, dat het er in op neerkomt, dat taal zelfs bijna een, uh, het zo een aantal punten waar dat aan moet voldoen, om een uh, levensvorm te zijn. En dat taal eigenlijk, maar een, net als het internet, één puntje ontbreekt om hmm. Om door te breken als levensvorm. En nu, uh, een keer dat je die, die inzichten doet, verandert dat ook wel je manier van, van werken. Allee, zo, like, Language is a Virus. Een keer dat ik dat inzicht had, gaat ook wel op een andere manier met uw cartoons om. Dan hadden ook gaan inzien van de manier waarop dat ik uh, in mijn, mijn tekst dan gebruik, of de intertextualiteit van mijn werk ga gebruiken. Um, Beïnvloedt echt wel de lezer. Je kunt dezelfde cartoon op twee verschillende manieren bedenken. De ene gaat hilarisch bevonden worden en ongelooflijk goed werken, en de andere gaat gewoon doodvallen. Um, en, en op dat vlak ben ik wel een dictator in mijn eigen werk. Ik ben echt heel um, minimaal bezig om de lezer te beïnvloeden. Um, ik beslis wat er gebeurt op welk moment in die cartoon. Ik ben God op dat moment over wat er gebeurt in compositie, en leesrichting. Ik beslis ook hoe dat een timing zit, de beat van een cartoon. Uh, dat is een leerproces geweest over twintig ja. jaar, maar dat zit echt heel strak in elkaar. Wacht, want hoe zou het dan eruit zien als je het niet doet? Heeft oh. niet elke cartoonist, of creatieve... Oh, dat weet ik niet, maar bij mij is het wel heel bewust gegroeid. Ik, hmm. ik heb moeten leren over de Snede om te weten hoe dat moet in beeld... Um, invullen zodat het het, uh, het oog en de geest pleziert. Um, ik merkte dan achteraf wel dat ik dat organisch al wel een deel mm -hmm. deed. Um, maar ik heb ook over leesrichting moeten leren. Uh, om door te hebben dat als ik een cartoon naar een andere taal vertaal, dat die bijvoorbeeld niet meer werkt, omdat ze in een andere manier gaan, mm -hmm. gaan, gaan, gaan lezen. Dus um, een keer dat je door hebt hoe dat leesrichting bijvoorbeeld invloed heeft op de manier waarop dat een cartoon in elkaar zit. Um, ja, dan kunt u er veel meer voor zorgen dat... In essentie komt het erop neer als je naar een cartoon van mij kijkt, uh, of geleest hem, dat ik beslis wanneer dat er lacht, wanneer dat u een frang valt. En dat is een heel manipulatief, dat is grof om te zeggen, want dat, dat, dat klinkt erger dan dat Tessie, uh, want ik modder ook maar aan natuurlijk. Um, maar het is een heel manipulatief gegeven om... Um, uh, met zoiets bezig te zijn. Maar ik denk beelden, kunstenaars, cartoonisten, wij doen dat allemaal, denk ik, voor een klein beetje. We zijn allemaal een god van onze eigen wereld. Je creëert je eigen wereld en je neemt daar andere mensen in mee. Ja. en als mensen dat... erin stappen, dan ja, gaan systemen. ze in je wereld. En ik vind dat ook een interessant gegeven, zo. Het idee dat ik... Ik heb binnenkort een, een grote... Allee, als corona een, een Ebola niet uitbreekt, dan weet ik veel wat dan, die meteor niet afkomt. Normaal gezien, een grote overzicht, zijn toonstelling, en dan ga ik ook de onafhankelijke staat Likterland uitroepen. En dan ben ik van plan om, om gewoon echt gewoon dictator te zijn een keer voor een tijdje. Uh, mm. Een keer echt te tonen aan mensen, hoe dat naar mijn hoofd er aan toe gaat. En, en hoe dat proces van een cartoon is. En, en dat, soort, dat soort dingen een keer uit de doeken doen. Want um, ja, de tijd dat dat zo. Dat, Weet, het is ook makkelijker om als je weet hoe dat de regels zijn bij wijze mm. van spreken. Want dan kunnen ze doorbreken. Maar er zijn wel ja, zo'n hulden snede. Ik bedoel, die, ons, mijn, mijn, mijn uh, voorouders in het tekenen, zo'n durer en zo, die hadden dat al door. En dat is vijf, ja, zeshonderd jaar geleden. Mm. Waarom zou ik het warm water uitvinden en zeggen van oh nee, die gasten, die wisten niet als ze deden? Dat werkt gewoon, omdat dat overal in de natuur zit. Als je die sneden gaat gaan kijken, die zitten in alles, in de manier waarop dat bloemen, het menselijk oor het menselijk brein, alles is gewoon op de een of andere reden opgebouwd volgens die sneden, Waarom zou ik dan als cartoonist zeggen van oh, dat doe ik niet aan mee? Hmm. Dat zou nozel zijn. Maar dat duurt wel even tegen dat je dat door hebt. En tegelijkertijd modderden nog altijd wel wat aan. Maar dat wil toch zeggen dat er dan wel een over. Je zegt net, ik ben slecht in wiskunde. Maar ja. er is dan toch een overlap tussen de wereld zoals jij die ziet en een wiskundige interpretatie van ja, die wereld? Absoluut, en absoluut. of dat nu over de gulden Snede, of fractalen, of over andere wiskundige concepten gaat? Ja, maar ik ben er wel in geïnteresseerd, maar ik ben er slecht in. Hmm. Alleen, ik bedoel, mijn boekhouding ga ik uitbesteden, maar tegelijkertijd zet ik wel de reeks van Fibonacci te proberen te ronden. Hmm, ja. Doorgronden. Um, ja. Het heeft ook een beetje met interesse te maken, zeker. Allee, zo'n reeks van Fibonacci, dat heeft zoveel, Dat ligt ook wel dichter aan bij de kunsten. Daar zit iets mysterieus aan vast. Terwijl, ja, mijn boekhouding... Ja, het is mij ook een mysterie hoe dat dat ooit in orde raakt. Maar zo, dat, dat doet mij weinig. Maar is het dan niet dat de dingen die jij gebruikt wanneer het over wiskundige concepten gaat, die zijn instrumenteel? Als in, jij gebruikt die om de wereld te begrijpen of te vatten, maar dat, zijn, dat is geen doel op zich. Terwijl een boekhouding, ja, dat is een, mm. dat is een ding aan zich. Dat is geen, dat is ja, geen misschien, wel, misschien wel. Maar ja, zo... Goh, die, die reeks van Fibonacci of de snede is ook niet echt begonnen. Van ik ga dat hier nu ook een keer doen. Dat is zo van: gelees uh, daar eens een boek over, uh, over Da Vinci of zoiets. En dan, dan, dan wordt dat plots een keer in een, in een hoofdstuk aangehaald. Dat we hadden dat ook al wel een keer gezien in het KSO in der tijd, maar nooit te grond uitgediept. En dan begin je daarop te letten en ja. dan. Mondriaan past dat dan toe, en dan ze van Mondriaan, wat deed dat met Da Vinci te maken? Ja. Maar blijkbaar heeft dat alles met elkaar te maken. En een keer dat ding met elkaar te maken hebben, dat wordt het ook voor mij interessant, want eigenlijk, mijn hoofd, maar dat van veel mensen, ze denk ik, kunnen zo'n beetje vergelijken met zo de, de scène in, in een film waarin dat ze bij een, een doorgeflipte een, uh, detectieve binnenvallen in zijn living en dan zo die grote kaart aan de muur met al die mm. rode lijntjes die zo mm. aan elkaar... mijn hoofd is zo constant ook van die rode lijntjes tussen... Um, enerzijds de reeks van Fibonacci en anderzijds de vormgeving op melkdozen dus dat zijn zo alles loopt door, alles is ook gewoon uh, de manier waarop ons universum in elkaar zit, is alles ook gewoon gelinkt aan elkaar, daarom ook dat het zo interessant en zo makkelijk is, kom weer bij die swaamzwering terecht, hè, om samenswering te bedenken, want alles, als je gewoon lang genoeg naar iets kijkt, is alles geconnecteerd vanuit wiskunde bijvoorbeeld ben ik vrij geïnteresseerd. Dat is ook weer zo'n zo hekke samenzwering dat ze daar in die, in die periode in de jaren 60 bedacht hebben. Weer die een William S. Burroughs, trouwens. Zo het 23 enigma. Ik weet niet of dat, of dat u wel iets zegt. Um, het komt er eigenlijk op neer, als je er begint op te letten, zit het getal 23 in alles. We hebben dat met de reeks van Fibonacci en het, uh, uh, al voor een groot deel, en het getal phi. Maar zo die, 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 het getal 23 is zo de onzin variant ervan. Uh, want we hebben zo 23 chromosomen en zo. Het, het, het zit in ieder geval in alles. En als je begint ook op te letten, je kunt er ook mensen mee infecteren. Ik vertel dat verhaal eigenlijk bijna constant en aan iedereen en mensen beginnen mij zo... Ja, op... ik denk al in mijn hoofd nee, niet vertellen, want dan ga ik overal 23 zien. Maar ja, iedereen begint ook... Maar dat is ook net, net het principe erachter. Als je mm -hmm. hard genoeg zoekt en dat is hetgene wat die samenzwering ook zo sterk maakt. Als je in iets gelooft en je begint er echt hard genoeg in te zoeken, dan zie je het ook overal en kan het mm. een obsessie worden. Want... Iedere keer dat ik ergens stop en kijk naar een huisnummer, is het altijd 23. Want je weet dat het, maar ik weet ook dat het zeven is, ik ben, ik ben er wel mee van bewust. Maar de keer dat het daarmee aan begint. En, 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 er is ook een film over gemaakt met, met Jim Carrey, de, de number 23. Maar de keer dat je eraan begint, aan het getal 23, uh, dat is zo een van die mindfucks. En, en dat vind ik vrij interessant om ook met mensen hun. Um, om zo'n tweede laag te geven. Om aan mensen. Uh, te spelen. Ik doe dat in mijn werk ook. Totaal 23, bijvoorbeeld, zit constant in mijn hmm. werk. Uh, maar er zitten ook heel veel in de achtergrond. Heel veel mopjes zijn verstopt. En heel veel puzzeltjes en bezighoudingen. En, en, um, bezighouding en uh, uh, ja, firma-naam die terugkeer Bijvoorbeeld, ik heb er heel lang een spel van gemaakt om, om uh, verwijzing naar vrienden in nummerplaten te steken. Uh, omdat dat geestig is, gewoon. Uh, uh, of. Uh, Firma namen bijvoorbeeld iedere keer dat er een, een pita-bar eh, voorkomt, of een, een, zo'n een Turkse drogist, dan is dat altijd een verwijzing naar uh, het werk van, de, van Lovecraft, de horror-science-fiction-schrijver, de, de, de horror, uh, die zo de, de, de gek geworden Arabische filosoof uh, kan op zijn naam niet komen. Maar die is altijd zo: die neemt altijd een pitakot in mijn cartoons. Hmm. Dus ergens door God te spelen. Ik creëerde echt een universum. Als teken, zelfs als cartoonist je dat. Uh, moet daarvoor geen, geen schrijver zijn van boeken van 800 pagina's. Uh, mijn wereld is coherent en geflipt, um, omdat ik het mezelf toesta om verhalen te vertellen daarin. Ik ga, want ik moest er net aan denken, aan het vergeten. Mm -hmm. Een boek die ik u absoluut wil aanraden heet uh, Against the Gods. In het Nederlands is het vertaald naar de Golden Verzoeken. Van Pieter, ik kan er niet op komen, want hij ligt op mijn nachtkastje. Maar dat gaat over hoe dat wij, hoe dat mensen aan de hand van wiskunde, aan de hand van ontdekkingen, dus het, begint, het gaat eigenlijk over de laatste 500 jaar, constant eigenlijk het goddelijke, mm -hmm. dus de goddelijke, het, 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 het goddelijke dogma hebben aangetast, om, om uiteindelijk uh, ontdekkingsreizen te doen, vernootschappen uh, mm -hmm. op te richten, hoe dat wiskunde daar een rol, hoe instrumenteel dat is geweest. En als je dat dan een netwerk aan het vertellen dat zegt: Ik vind dat een geweldig boek om zo'n geschiedenis te krijgen van hoe, is, hoe zijn wij daar eigenlijk in gegroeid en hoe hangen al die dingen inderdaad samen. En zo dingen zoals de Gulden Snede worden daarin uitgelegd: van, van waar komt dat eigenlijk? En ik vind dat echt een van de. Het is de Golden Verzoek in het Nederlands, Echt een fantastisch boek exact over, over die geschiedenis. En die gast schrijft op een manier dat je zo ja, helemaal wordt meegenomen. En bepaalde delingen die, die ze dan niet vonden of die, die onopgelost waren. ineens heeft iemand zo dat idee van. Ah, zo moeten we dat oplossen. En allemaal van die, van die toevalligheden, dat je denkt, dat is spannend. Ja, Alright, dat zal right, so wel even een keer proberen. Ja, ik ga hem ja, nu, want dan is je dat vergeten, dan ben ik achteraf weer aan mijn tand. Je hebt al een paar keer ernaar ver, verwezen, de cartoons, cartoonist. Um, maar je hebt die grappige anekdote, die ik ergens van u las, dat je hebt, uh, ik denk in het Vlaams parlement waart, dat je daar rondliep, uh, dat mensen die, uh, die jij eigenlijk uh, beschrijft of op of, of, uh, papier zet, maar Niemand wist wie jij waart. Ja, ik vind die anonimiteit vrij tof. Um, moest ik twillen, zou ik perfect een bekende Vlaming kunnen zijn. Mm. Zo wordt we altijd wel gevraagd voor zo. quizjes en op TV en zo slimste mensen van die shit. Maar ik doe dat eigenlijk niet, omdat ik vind. Ik ben eigenlijk van nature een observator. Um, ik ben diegene die, die de buitenstaander is. Als cartoonist heb ik dat voor een groot deel. Maar gewoon ook als mens vind ik het veel aangenamer om zo in zo'n situaties terecht te komen. Om dan mij niet te moeten verantwoorden tegen. Mm -hmm geen politici, ik ik stond uh, het was gewoon een zitting voor, um, ik weet niet meer wat dat was, voor uh, een collega bij de standaard die op pensioen ging of zoiets en iedereen was daar, uh, was daar aanwezig en ook, ja, die hele politieke wereld, want die mensen had, had 40 jaar carrière of zoiets erop zitten en dan, ja je loopt gewoon tussen hmm. tussen nu tussen nu uh, hoe moet ik dat zeggen, tussen nu slachtoffers eigenlijk, <laughs> en die hebben geen flauw idee wie dat is Hey, zo vlak na Charlie Hebdo was er heel veel aandacht voor cartoonisten en op een bepaald moment, was zo even een VZ2, de cartoonist, met een galerie in de, in de Hoogstraat in Brussel en er was een, een opening um, en, uh, en Charles Michel kwam langs en zo'n een heleboel politici en het is altijd heel confronterend dat die reageren op, alle, op de cartoonist, hè. dat mm. ze van, ah ja, ah, dat zei mm. hij, en zo, mag je de blokken? oh hij is een sloeper! En hij wankneept me. Of enfin, ja, kijk, uh, dus, dus ik vind dat, vind dat aangenaam om, zo, om daar anoniem in te zijn. Uh, maar ik heb zo wel... wel. Ja, want dat is wel een keuze. Want ja, bijvoorbeeld ja, want iemand ik... gelijk Jerome, die wel. Uh, dat is gewoon het eerste waar je aan moet mm -hmm. denken. die wel bewust in de slimste mensen en dergelijke mm -hmm. zit. Ja, dat is wel een bewuste keuze die jij dan niet maakt. Of de ja. keuze, jij, jij maakt de keuze om het niet te doen. Ja, ik, ik maak echt wel bewuste keuze om het niet te doen. gewoon omdat het ook mee afleidt van wat ik wil doen. Um... Want, want los daarvan. Je bent wel een van de, de, de meest herkenbare of bekende, toch zeker onder je pseudoniem, uh, cartoonisten van het land en ook, en ook daarbuiten. Dus, dus, maar dat is wel een keuze dat je zegt, oké, okay, maar mijn persoon, ja, omdat, ik hou van die anonimiteit. Uh, Lecter, dat is een... Uh, uh, ja, dat is, is een vorm van schizofrenie. Ik uh, bedoel, Lekter, dat is hmm. een ding die um, die grapjes maakt. En, en uh, Steven schuift alles maar meer op nachtergrond achtergrond, wel. Maar... Um, uh, ik, ik, heb, ik heb redelijk wat bekende vrienden. Um, en ik zie dan altijd hoe. als je daarmee over straat loopt of zoiets. hoe dat publiek, het uh, publieke eigendom zijt. Um, ik vind dat, dat mottig eigenlijk. Allee, hmm. uh, ik zo in de tijd. Zo met Luc de Vos nog samengewerkt. En, zo, en als je dan met Luc over straat liep. ja, hij vond dat vrij tof hè. om zo constant vastgepakt te worden. Hmm. en zo. Hey, dit en hey, dat. Maar ik ben gewoon. Ik zou constant ook afgeleid zijn van hetgeen waar ik aan het doen ben. Ik ben aan het nadenken als ik buiten kom. En ik ben aan mensen aan het kijken en aan het observeren. Want nee, ik, voor de rest, als cartoonist, is eigenlijk, een, ik kan niet zeggen een eenzaam bestaan, maar zo een keuze om alleen te werken ook. Um, ik heb geen collega's dat kan observeren. Uh, ik zou niet weten hoe dat anders de, de sociale uh, normen zijn, van hoe dat mensen met elkaar omgaan, waar dat mensen over praten. moest ik niet constant aan het observeren zijn. Je kunt dat niet doen nou, als je bekend bent, je, het is moeilijk, neem ik aan, om te observeren als je zelf geobserveerd wordt. Of voilà. als je daar bewust van bent. Voilà, en ik vind het, vind het op zich al, like bijvoorbeeld, ik zo een paar stamcafés ook, als ze dan een tijdje weten dat de lekker bent, merk ik altijd wel op dat ze u ook anders gaan behandelen. Ik vind, mm. ik vind dat ook nergens voor nodig. Ik hoef niet, allee, ho, Ik hoef niet omdat ik toevallig peetjes teken, uh, privileges te hebben op het een of het ander. Nee, um, zo heel in de wereld van... van van BV's of BV-korting. Ik heb dat ook al wel gehad, en dan denk ik: van, waarom eigenlijk? Ik bedoel, ik maak tekening. Hè? Ik, bedoel, ik vind het tof dat er mee kan lachen van die shit, maar daarvoor doe ik het niet. Dus ik vind die anonimiteit eigenlijk um, een warm deken. Ik zal het zo zeggen. Uh, voor een cineersessie, bijvoorbeeld, kan ik altijd in een boekhandel binnengaan, een uur te vroeg, op mijn gemak, naar alles kijken. En dan tijdens het afrekenen mm. pas van ja, ik ben elektric, ik kom hier. Ah ja, oh, hij loopt hij hier al zo lang rond. Mm. Ik vind dat toch En ik merk ook wel dat dat afkauft. Wel, dat, dat brokkelt af, hè. Die uh, anonimiteit Ja, ja. Mm. Uh, ook al doet je dan geen tv, maar tv is ook al niet zo'n groot medium niet meer, hè. Op een bepaald moment... Uh, dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom dat ik op mijn Instagram en zo'n... Zo een profielfoto heb die, omdat dan mijn kop volgetekend staat. Mm. Mensen dat is heel vreemd, maar ik heb nog altijd hetzelfde hoofd, maar de mensen herkennen nu niet als er geen tekeningen op je kop staan. Mm. Dus dat is eigenlijk vrij grappig. Maar ja, kijk. Um, het is niet dat ik zo uh, een vrij interessant privéleven heb. Dat moet afgeschermd worden van de buitenwereld of zo. Maar op de een of andere manier vind ik die anonimiteit aangenaam. Uh, niet dat, alleen Het meer Normaliteit en reis ook. Maar dat is wel een bewuste keuze ergens geweest. Dus aan het moment dat je dacht: ik heb de mogelijkheid bijvoorbeeld de eerste keer dat misschien een uitnodiging voor programma X of Y of zo komt, waar je wel die keuze maakt van nee, ik ga daar bewust niet op ingaan. Nee, dat is altijd al een beetje intuïtief geweest. Um, maar ik ben zo ook nooit echt geïnteresseerd geweest om de story of om het allemaal te lezen of zo. Vrij, vrij, um, het heeft me altijd vrij veel moeite gekost ook om. om Zo'n tv-ding zo, dat zouden doen. Um, ja, op de een of andere manier trekt mij dat ook gewoon helemaal niet aan. Um, ik heb zo ooit ene keer, ik en ben daar heel content voor, uh, zo'n edelfiguratie gedaan in een, uh, een tv-serie. En dat was eigenlijk, ik werd daarvoor gevraagd en zo. Um, ik was eigenlijk vooral getriggerd door het idee van een keer een filmset te zien. Ik had dat nog nooit gezien. Hm. En dan was dat was dan weer mijn nieuwsgierigheid, die dan zo de bovenhand nam. Uh, en uh, dat was voor uh, Tom Lanois. Uh, ze hebben daar ooit het goddelijke monster van verfilmd. Dat was zo'n tv-serie. En dat was zo, nummer één was, je ziet dan een keer twee dagen zo'n set, hoe dat, dat allemaal werkt. Was ik door getriggerd. En dan ten tweede, ja, maar het is in de in Brussel, die leest aan. En ik was er ook altijd al gefascineerd door zo'n wolkenkrabbers. Het is zo, ja, ik heb zo af en toe van die, van die fascinaties. En dan leest aan de wolkenkrabber en ja, het licht ging... Ik had dus ook al gerekend, dus ik had de zonsopgang zien ik had dan door een wolkenkrabber kunnen kijken. Die Allee, zo, weet wel. Dat is dan de reden waarom ik dat soort dingen doe. Ik heb dan daar twee dagen in meegedraaid. Ik had zelfs één, één, uh, één zinnetje tekst. En uh, een jaar later of zoiets uh, komt dat dan op tv en ze hebben mij zo... Ze ja. nog juist mijn, mijn voet in beeld komen en dan ben ik eruit geknipt. En dan ben er wel blij voor, eigenlijk. Um, maar voor de rest, ja, als zo'n vragen komen, zeg ik eigenlijk... In 99 geval van, ja, ik moet zeggen gewoon nee. Toen dus, zei dat, noem mij echt al vrij. Winteruur heb ik nu laatst gedaan. Dat is ding dat ik wel, dat gaat dan ook weer over literatuur. En dat, mm -hmm. Omdat ik dat dan zelf ook wel kijk, dat triggert mij dan ook, omdat ik weet van, ik ga niet in de, de lijst staan en plotseling herkend worden omdat ik in winteruur Want nou, ja. er is eigenlijk in essentie weinig volk die in de, de lijst komt en die daar ook naar kijkt. Ja. Als de keuzes die gemaakt zijn aan specifiek voor een bepaalde doelgroep of een bepaald type kijker of ja. luisteraar of Wat lezer. Ja, ja. zo... Um... Ja, dat kringt tot tijd. <laughs> dat is van de zoeker of zoiets. Nee, gewoon ook, maar ook omdat ik dat gesprek wel wil hebben, eigenlijk met Wim Helzen, over een stukje tekst. Hmm. Um, meer uit egoïstische. Het is eigenlijk altijd voor, omdat ik er zelf iets aan heb, dus wil ik die indexatoren dan daar gaan bezoeken. Dat is toch prima? Ja, ja, absoluut. Maar zo, de noodzaak om, om, um, om in een tv-programma te gaan zitten, om bekender te worden, of omdat er een boek mee... Want uiteindelijk uh, krijg dat nooit dan een uitgever ook uitgelegd. He, dat de slimste mens bijvoorbeeld geweigerd hebben. Mm. Want ja, dat gaat over een paar duizend boeken meer dan, dan verkoopte um, Dus die snapt dat dat weer niet. Maar daar, voor die reden ga ik echt wel niet gewoon hele dagen over de straat lopen en dat er mensen naar je kijken. Maar ik kijk daar niet mm. Want Want... Uh, um, uh. Ik heb mijn vraag kwijt. Ja, ik heb ze ook niet, vrees ik. <laughs> nee. Uh, nee, omdat. Om hmm. Oh, ik had een goede vraag, denk ik. Nee, blijkbaar niet. De, waar ik in, de richting waar ik aan het denken was, is. Um, jij, jij werkt altijd vanuit een bepaalde autonomie of soevereiniteit. Ik, mij, ik kan me voorstellen dat eens dat je de keuze maakt om meer publiek te zijn onder je eigen naam, of gewoon uw, uw, een, een hoofd, zijnde uw hoofd op lekter te plakken, dat je. Ja, je kunt daar ook niet meer van terug. En, en ik las daar eens een ander citaat van u of een quote van. Moest ik brood voor politieke partijen gaan werken, tekenen, ontwerpen. Dan zou ik met drie Porsches kunnen rondrijden, bij wijze van spreken. Maar dat is een keuze die ik maak om dat niet te doen. Om, zo interpreteer ik dat dan, een bepaalde autonomiteit of, of uh, uh, onafhankelijkheid te behouden. Die, ook, die dus daarin kan worden aangetast, omdat je op deze manier werkt. Maar ook in die programma's bijvoorbeeld, of in die bekendheid wordt daar ook wel aangetast. want... Je gaat misschien wat meer gaan leven, al is dat maar een heel klein beetje, maar je beweegt naar, wat wordt er van mij verwacht? Of, ik word herkend, hoe gedraag ik mee op straat? Ik kan niet meer in die boekenwinkel op diezelfde manier binnengaan. En dat dat, ja, ik vind, ik vind dat heel spannend dat dat een bewuste keuze is, hoewel dat je eigenlijk ja, al, al jarenlang voor zoveel mensen, tienduizenden, honderden duizenden mensen dagelijks, heel herkenbaar bent en wel een, een, die rol in neemt. Maar dat dat toch in je hoofd een duidelijke scheide lijn is. Ja, maar mijn, mijn werk is ook niet vrijblijvend, hè. Ik denk, het is heel makkelijk om, um, om, om een bekende kop te hebben ook als je, weet ik, veel Suske en Wiske tekent. Hmm. Um, want iedereen vindt Suske en Wiske ofwel tof ofwel wel het u niet. Maar mijn werk, uh, daar zit heel, een hele politieke kant aan ook. Uh, die altijd wel een klein beetje mijn werk schuurt, vaak priskeert een beetje. Um, ik kreeg vaak haatmail. Maar bon, haatmail is safe, zolang dat ze niet weten hoe dat het eruit ziet. Hè. Als ik. Uh, het aantal mensen die graag mij een keer in elkaar wil komen, klopt naar mijn voordeur, <laughs> effectief mijn adres zou geven, dan, uh, ja, dan, dan kan ik maar beter zo'n bakje zo, zo lijken aan de, aan, de, aan de kassa van de slagerij hangen, maar wij bedienen nummers zoveel. Hè? Mm. Um, dus daar dus is ook een klein beetje uit zelfbehoud dat ik niet per se bekend wil zijn. En ik heb ook al mijn deel doodsbedreiging van dat soort shit gehad. Um, en de, mijn eerste doodsbedreiging kwam na, na Charlie Hebdo, naar de, echt letterlijk de dag erna, zo'n cartoon die wereldwijd viraal gegaan was. Wat op zich heel tof was en alle reacties waren positief. En de CNN wou er iets mee doen en BBC. Iedereen wilde er iets mee doen en iedereen deed er ook zijn hoesting mee, want dat ging een eigen leven leiden. Maar tegelijkertijd kreeg je dan wel uit zo'n uh, extremistisch-islamitisch netwerk uh, zo'n uh, serieuze doodsbedreiging. En, en weten van ik ga de komende drie maanden met politiebescherming moeten leven. En dezelfde dag nog kon ik gewoon naar de dampoort in Gent fietsen op mijn fietsje, uh, dat is niet ver van mijn deur. En de dampoort, ik bedoel, dat is de, zo een van de buurten waar er heel veel ja, Turkse families geconcentreerd wonen, zo heel veel moslims. En dan kon ik daar perfect, moest ik wilde hebben, een falafel gaan zitten eten, niemand ging mij herkend hebben. Hmm. Dat, is, dat is het leuke eraan ook. Uh, ik kan nog altijd perfect Erdogan-kritische cartoons maken, en toch tegelijkertijd gewoon een frietje gaan steken bij een Turk op de hoek. Hmm. Ze weten toch niet wie ik ben. Dus... Het vergroot ook voor een groot deel mijn, mijn, mijn veiligheid. Hè. Als ik de dag dat ik daar in de slimste mens ga gaan zitten, ja, is dat voorbij. Hè. Um, maar zelfs moest dat er niet zijn, zou ik het nog niet doen. Want het is, het is mij eigenlijk niet waard. Zo. Hmm. Um, ja, die, ik zeg het, die anonimiteit is een, een warm deken. Ik ben echt wel zo iemand die er nood aan heeft om veel te bekijken. Um, een groot deel van mijn werk bestaat, nu natuurlijk niet met die corona, maar zo bestaat er eigenlijk gewoon om met een schetsboek te gaan zitten kijken en afluisteren en mensen tekenen en dat lukt niet als ze weten dat je een tekenaar bent. Uh, ik vind het een heel mooie evolutie. De smartphone heeft voor mij werelden geopend in dat opzicht van vroeger als je, zeker in het begin, zo 25 jaar, 20 jaar geleden, uh, als ik op café ging gaan zitten met mijn schetsboek en ik tekende mensen, iedereen had dat altijd direct gezien. Van. Hmm. Zo zelfs, ik tekende toen vaak in de lunchgarden in Gent. En de lunchgarden is zo'n heel groot, dat is like een voetbalplein vol met tafels. Klinkt dat en... een heel dankbare plek om te gaan maar tekenen. Maar ja, dat was fantastisch. Hè? <laughs> en dus dan zat ik mij ergens in een hoekje te tekenen en dus het 60 meter verder hadden ze het allemaal gezien. Hè? Want iedereen, ja, er waren geen smartphones. En nu met een smartphone kun je perfect naast ja, een fotomodel gaan zetten, bij wijze van spreken, en mm. gewoon een gratis model om te tekenen, die had het nooit van zijn leven gezien, want ja, die is zo hard bezig met haar en Instagram. En, en dat, dat is fantastisch, hè. Je kunt mensen perfect observeren in al hun doen en laten, en niemand heeft ooit door, dat zei, totdat, alleen, totdat er daar een bekende Vlaming binnenkomt komt, dan gaan al die telefoons weer omhoog. Dus, het is goed zo. Ik ben heel content mm. dat ik, ik bedoel, dat ik, ook, ik heb ook een hele generieke kop. Um, ik vind dat ook vrij aangenaam, um, Marnix Peters sprak mij daar een keer over aan op, op de boekenbeurs. En hij zei van, moet je nu een keer wat weten? Ik werd hier gisteren op, op de boekenbeurs aangesproken door iemand. En die zei, oh, ik ben uw grootste fan, ik volg uw werk al jaren. En hij was zo van, oh dat is wel leuk. En ja, uw cartoons en dat gezet, Vind hij er altijd vrij op. Omdat ik gewoon twee druppels water trek op Marnix. Ik ben ze Marnix Peters, ik ben al doen uh, Filip Heubels, zo die gast Eddie Hitler. Als ik ze allemaal op, op een rijtje naast elkaar zet. We kunnen een club beginnen en, en zo van lookalikes. En, en zo'n kale man met een bril. Het zijn er gewoon honderden. Ik, ja, als ik ooit zo op de bande van Nevelposter zo terechtkom, het zou mij niet verwonderen. Hmm. Want ik bedoel, er lopen tienduizenden lecteurs rond in Vlaanderen. Perfect eigenlijk. Heel even een zijsprong, omdat ik die persoon gemist heb en daar graag over vertellen. Wat was uw band met Luc de Vos? Wij, ik, ik heb hem leren kennen eigenlijk als uh, Hij was columnist en ik was cartoonist bij Zone 09. Dat was zo. Jullie hebben dat hier in Antwerpen ook gehad, Zone 03. Dat was zo'n gratis... Wacht, is dat ook een nummer geweest? Oh, dat weet ik niet. Denk ik niet. Maar dat was zo'n een, een stadstijdschrift slash krant dat gratis verdeeld werd. Elke keer op woensdag, geloof ik. Vol met cultureel nieuws, maar ook zo waar je moet gaan eten en al van die toestanden. En dan zo cartoons en zo, een column van Van Vos dan. En um, na, denk ik, een jaar of zoiets dat ik daarin stond, liep um, die hoofdredacteur mee. Bij zich en was ze van ja van de zomer. Goh, ja, cartoons. Er is niet zo heel veel behalve de Hense We gaan we gaan wel nog door publiceren, maar het zal wat minder zijn, uh, minder frequent. En uh, we zouden eigenlijk willen dat hij misschien een keer met, met Luc de Vos samen zit om te zien uh, dat hij misschien ja, zijn column anders ook moet schrappen, of dat hij misschien, ik weet niet, een strip of zo kunt maken. Maar ben dan bij Luc bleek dan ook op twee straten van mijn deur te wonen. En, uh, we hebben samen samengezeten en uh, hij schreef iedere keer scenario's voor een strip. En dat waren iedere keer zo persiflage. Welk jaar is het min of meer? 1800. <laughs> ik weet het niet, ik weet het, ik weet het echt niet. Um, 2000 dan? Vijf, zes, zo diepe rollen? Ja, ja zoiets. Zo, ja, oké. Okay. Ik, ik, ik ben rond 2000 begonnen, dus ik denk dat ik een jaar of zes bezig was. Zoiets. Mm -hmm. um, en ik ging dus iedere week gewoon langs bij, 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 bij hem thuis dan, of we gingen een wandelingske doen. Um, en hij vertelde dan over de strips uit zijn jeugdjaren En we gingen dan nog iedere keer een persiflage over doen. Met hem in de hoofdrol. Het dus de mm. avonturen van Vos. Uh, hebben we hebben zo'n Vos-tricks gemaakt. Uh, de, uh, iets met de lustige kapoentjes, met ook woordspelingen. Het was altijd vrij onnozel en heel erg Luc de vos -achtig. En um, wat ik heb hem eigenlijk leren kennen als een hele um, echte, warme mens. Zo. Um, een jaar of twee erachter, ik had hem al een tijdje niet gezien. Uh, had ik zo de mottigste cineersessie ooit. Maar iedere, iedere auteur die hier gaat hebben, kan u daarover vertellen. Cineersessies zijn ofwel fantastisch, onverwacht fantastisch, dat je echt rijden hebt, dat er niet naar huis op tijd geraakt, dat je je afspraakt om naar de cinema te gaan ofzo, moet moeten afzenden, maar er gewoon niet geraakt. Of het dan van die cineersessies die tergend traag verlopen, die voelen alsof de zit te wachten om bij de hersenschirurg binnen te gaan verlopen, hmm. Tommy. En uh, ja, ik had dus, ik was er zo in geslaagd om bij de standaard boekhandel in, op de kou toe te zeggen. Nee, het was niet in de kouder, ik weet het niet meer. Om, fuck, ik weet het niet. Om in de standaard boekhandel toe te zeggen, om uh, daar te gaan signeren. En die waren dat blijkbaar al zelf vergeten aan te kondigen. Of zo. Dus ze hadden mij daar zo aan een tafeltje gezet, dat zo maar 30 centimeter hoog was, waar er allemaal trillers op lagen. En dus iedereen, letterlijk iedereen die naar mij kwam, kwam een triller kopen en vroeg, ah, ben je de auteur? En dan moest ik zeggen, nee, ik ben de cartoonist. En mijn boekjes leiden, als je ze er wil pakken, alleen er vier dingen. Weet je wat, zo'n signersessie. En... Uh, ja, ik had dat zo zelf aangekondigd op mijn Facebook, maar ja, ik had veertig vrienden of zoiets. Of veel, was zo echt in mijn beginperiode. En uh, Luc de Vos, is gewoon heel de namiddag boekjes komen kopen. Gewoon mm. voor zijn eigen, voor zijn familie. zo'n heel, echt een hele nest boek. Ook iedere keer als ik daar langs ging, kreeg ik zijn romans ook, Ja, dat was een hele, een hele warme mens op dat vlak. En dan, ja, uh, met in elkaars buurt te wonen, konden die constant tegen. Hè. Die heeft eh. Uh, uh, ja, de laatste keer dat ik hem gezien heb was um, ik was hem tegengekomen op het, op het Zuid uh, gaan we even staan babbelen en dan, ik was op weg naar een boekhandel naar het paard van Troje en uh, zijn vrouw of zijn ex ik weet niet hoe dat dat toen zat, die werkte daar uh, en ik stond zo te kijken naar een boek en was weer aan het twijfelen en zo plotseling stiek zijn hoofd van achter, uh, achter een boekrek hmm. en zei hij zo derde keer trakteer niet. en dat is het laatste dat hij gezegd heeft, dus ik eigenlijk, ben eigenlijk nog aan het wanen op die derde keer hmm. ja ik had, ik had eigenlijk nog wel willen trakteren, ja. Ja, Zo gaat dat, hè. Um, nu, ik heb hem niet zo supergoed gekend, hè. Het was meer zo'n uh, Echt een vriend, vriend, kunnen we dat niet noemen. Maar zo, ja, een kennis, hè. Iemand waar hij wel altijd um, een warme ontmoeting mee had. Um, ja. ja. Ik was er wel van uiteraard van aangedaan toen dat hem stort, gestorven is. Uh, maar goed, ja. Iedereen komt een keer te gaan, zeker. Ik um. denk ook niet dat zijn... had zo het gevoel. Uh, in, de, in de media hadden zo als zeker dan na zijn overlijden. kreeg het, zo het gevoel. Of, of dat hij in zijn een beste tijd. al tien jaar geleden was. Ik had zo niet het gevoel dat hij al uit, uitverteld was. Of uit, uh, um. Dat was zo echt ook een. een, een begenadigd verteller. Uh. We hadden ooit samen ook een lezing in Wippelgem, dan nog in zijn geboortedorp, in de bibliotheek. Nee, het was in Evergem. En, um, uh, we waren samen met een auto gegaan, omdat ik de uh, wereldslechtste slechtste chauffeur ben en eigenlijk niet in auto rijd. Omdat ik anders met mijn fiets of met een bus naartoe ging moeten. En hij zei van, ga ik wat rijden, rij mee met mij. En um, we waren veel te vroeg vertrokken, want we wilden per se nog zijn geboortedorp laten zien. Aan eigenlijk iemand dat hem niet zo heel goed kent. We hebben dan nog rondgereden naar Wippleham en zo. En hier heb ik dan dit gedaan en hier heb ik zo met mijn gitaar. En zo, en hm. zo heel dat verhaal. Um, ja, op de een of andere manier was hij gewoon... Dat was zo'n echte. Dat is zo'n mens dat ontmoet die zo nog... Uh, alsof, de, alsof dat alle twee veertien jaar zit en in de scout zit. Uh, en die zo gewoon open zijn. Terwijl, ja, Luc was, ik weet niet, 15 jaar ouder dan mij, of, of misschien zelfs meer. Um, uh, ja, een echt, Zo iemand waarvan hij perfect zou een uh, 14 jaar mee geweest zijn aan ons koud zijn, aan een kampvuur dan zitten en, 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 en obsceniteiten aan vertellen. En grapjes maken. En, en vooral ook in die grapjes zat er dan heel veel uh, levenswijsheid vaak. Uh, ja dat was zo en zo gelijk bijvoorbeeld op dat interview ook uh, dan daar in Everham in de bibliotheek dat was dan altijd vrij confronterend dat was al juist leek like zo'n senior waar ik dan zat hè, waar dat er geen kat op kwam, dan zit het dan daar ook het dan al twee uur een vrije avond er vooruit getrokken en dan zitten daar op zijn bibliotheek voor zes mannen en een paardenkop en iedereen kan een meter naaf van elkaar zitten maar het is nog niet eens nodig want er is nog geen corona hm. um, en uh, ja op zo'n moment Laat ik dan eigenlijk liever zo iemand praten dan dat ik zelf veel onderbreek. Dus uh, dan moet de, de, de moderator echt al wel zo doorvragen tegen dat ik iets zeg. Dan laat ik liever zo. Uh, ja, iemand met zo'n zo wijsheid dan antwoord. Hmm. Eigenoot wel van de bekendheid of de belangstelling. Ja, ja, ja. Het is ook eigenlijk een klein beetje door, door met hem om te gaan, dat ik zo al heel vroeg door had van, goh, dat is eigenlijk niks voor mij. Mm. Dat, dat doet er. Allee, wat moet iemand weten als ik in de, de lijst sta, wat voor soort tampas dat ik koop? Want dat is wel wat mensen doen. Hè? Ik, bedoel, ik doe dat zelf ook. Ik bedoel, Dirk Vriemout woont in het centrum van Gent. Ik heb er al heel vaak achter aan de kassa staan. En dan kom ik thuis en dan zeg ik van... Maar nu een keer wat weten? Ik heb achter een astronaut aan de kassa staan. En hij kocht mentos. Alsof dat al een verschil maakt. Allee, nee, nu is het geen goede astronaut niet meer, want hij mm. kocht mentos. Nee, dat, dat doet er niet toe. Maar mijn verwondering... de mensen... Allee, ja. Dat... Um... Ik heb ook al zelf heel veel van mijn helden ontmoet, en ik moet zeggen, ik kijk ook op soms naar, naar mensen op een irrationele manier. Hè. Uh, ik ben nooit mogen, uh, uh, dankzij een festival waar ik ook moest sceneren, uh, ben ik gaan eten met uh, uh, Pieter Meijuw, dat is zo de acteur die in Chewbacca zit, en ik ben, hm. al, bedoel, een halve kiek ook wel, dus uh, al die Star Wars films, maar zo gewoon het idee dat ik met Chewbacca gaan eten ben, en dan, dan, zit, ik, dan zit die mens naast mij, en die mens is die hè. Allee, was die mens, is ondertussen een storm? Die kan dan zo met zijn, met zijn linkerhand gewoon een groot bord gewoon zo vastnemen. Hmm. Met één hand, allee, niet zo. Ja, kan dat niet. Het is een podcast, kan dat niet tonen, natuurlijk. Maar zo van bovenaf gewoon vastnemen, alsof het dat zo'n speelmachine kan... waar je zo iets ja, kunt grijpen. en die drukken. zit ook gewoon over Harrison voor te babbelen, alsof dat, dat zijn de beste ja. maat is. waarschijnlijk kennen die elkaar ook goed en al. En dus al die anekdotes over... Ik ben dan ook wel starstruck, natuurlijk, maar al het gesprek, moet die mens ook gewoon gaan kakken, hè. Dus en, en ik vind dat heel erg louterend, ook om, um, om bijvoorbeeld, ik ben juist hetzelfde meegemaakt met een van de originele Ghostbusters, ook op zo'n festival, die dan gewoon vertelt van, ja, kijk, eigenlijk, hè, um, ja, werd ik een klein beetje als de minste Ghostbuster gezien, omwille van mijn kleur, en je voelde wel dat die mens daar, uh, omdat hij zwart was dan, uh, dat hij daarvan afgezien had. Hij, dat was heel menselijk. En komt in essentie er ook op neer dat zelfs die mensen ook maar iets doen. Mm -hmm. Die modderen allemaal aan, iedereen, Barack Obama, bedoel. Die mensen die geen ideeën hadden geen flow idee hoe dat mee bezig was, volgens mij. Moesten ze mij daar zetten in de oven, of zelfs hier maar in de wedstrijd nummer 16. I'd fuck it up. Maakt het glorieus, glorieus verneuken, ik vind het echt waar. Mm. Dat vind ik juist zo interessant dan... Ik kan liever eigenlijk ook, dat is hetgeen wat ik in mijn politieke cartoons ook wel heel vaak heb, is dat... Ik pak heel hard mensen aan die zeker zijn van iets, die het ook verkondigen, van, ik, ben, ik weet het, luister naar mij, ik ga het hier allemaal oplossen, ik heb de wijsheid in het paard. die onder poten moeten van onder die stoel. Het zijn netten die, die zeggen van, kijk, we weten het niet, het ziet er kak uit, het zal niet fantastisch lopen, maar we gaan het samen doen en we zullen wel zien. Uh, mensen die durven die, die, die zwakte toe even van, ik weet het ook allemaal niet, dat vind ik interessant, dat vind ik ook eerlijk. Wacht. Dat is toch niet echt een zwakte. Het gaat eerder om de illusie van de zekerheid. Ja, de illusie van de zekerheid, Dat is wel een zwakte, het niet weten. Maar is dat? Maar niet, natuurlijk niet. Maar ik bedoel in de politiek wel, hè. Ah ja, dus, oké okay, ja. Bedoel in de politiek wilde, je hij eigenlijk in essentie iemand die daarvan voorstaat. En die zegt van luister nu een hier. We gaan hier de migratiepolitiek, we gaan dat hier oplossen. We gaan hier een mm. muur bouwen. Het <laughs> is zo. Mm. Uh, ja, de, er zijn heel veel. Allee, er worden heel veel illusies in stand gehouden door de politiek en weinig weggehaald. En dat vind ik vrij interessant. Maar het zijn juist die poten die eraf moeten voor mee. Oké, okay, ik wil daar verder op ingaan. Ik moet even naar het toilet. Ja. Is het voor kakka? Nee, het is... Uh, nee. Sava, <laughs> Succes, hé. Moet ik nu blijven doorbammelen, of hoe gaat dat dan? <laughs> gewoon op pauze Nee, nu. ik ga het eruit knippen, want ah, okay. ik heb al gemerkt... Je hoort die toilet vrij goed in die microfoons. Ah, Oké, okay, ja. Wat je ook doet, <laughs> ja. en dat is wel een beetje gênant. All right. We gaan gewoon verder doen. Ah ja, we zijn weer terug. Ja, want jij zei dat je, want dat vind ik super interessant. Jij zei dat je dus niet meer aantekeningen in de boeken maakt, maar dat je een boekje bijhoudt voor. Ja, ik ben daarin veranderd. Vroeger schreef ik ongelooflijk veel in boeken en tekende ik er ook in. <laughs> Wat eigenlijk een ongelooflijk slecht idee is, want als je dan een, uh, plotseling met een overschot aan boeken zit, kunnen ze ook niet meer verkopen. <laughs> um, en dus uh, ben ik, ik mee zo van die. ...plastieke post it dingetjes gaan kopen... Hmm. ...en uh, duid ik daar de pagina's in... ...van dingen dat ik interessant vind... ...dat ik dus niet meer onderstreep ofzo... ...en dan als een boek helemaal uit is... ...ga ik er eigenlijk nog een tweede keer door... ...door de aantekening en maak ik... ...ja, die schrijf ik dingen over of, of citaten... ...of zo dat ik interessant vind... ...of bedenking er ook zelf bij... ...en ik schrijf dat allemaal eigenlijk in heel... Uh, ...ja, heel trouw eigenlijk... ...in een notaboek... ondertussen al een tweede en een derde... Um, uh, maar daar komen even goed eigen, eigen ideeën en bedenkingen naartoe. Uh, waardoor dat ik op een heel andere manier met die informatie omspring, omdat mm. ik er sneller naartoe kan terugrijden. Maar soms zei de over ah, welk boek stond dan nu weer en ah, dan gaan zoeken en vinden een bepaalde informatie niet. En, en, maar ook, ik merk dan ook tendensen op in mijn eigen denken, um, dingen waar ik vaker mee bezig ben. Uh, ik maak ook aantekeningen over de, de noten die in een boek staan. Van kijk, die boek moet ik nog lezen, die verwijst naar en zo. Nou, daar hou ik dan ook op een volwassener manier, niet? Maar zo op een. Uh, een gestructureerde manier. Ja, dat ja. was het woord dat ik zocht. Een gestructureerde manier mee om. En dat heeft wel mijn, mijn manier van denken voor een deel getransformeerd. In dat opzicht van. Uh, het is bijna een logboek geworden van wat ik mee bezig was op een bepaald moment. En ik kan heel snel teruggrijpen naar uh, ideeën of denkpistes of. of uh, ja. Hmm. Ik merk, ik blijf absoluut in boeken aanduiden en schrijven en die marginalia absoluut misbruiken. Mm -hmm. Ik vind altijd een beetje, ik, lees, ik leen heel graag boeken uit, maar dat vind ik altijd, dat is mijn grootste zorg, dat ik daar ergens een autobiografische, scheve gedachte heb ingeschreven. Mm -hmm. Dan denk ik, oh, oh, heb ik dat boek niet uitgelezen? En dat staat erin. Ik hoop dat iemand dat oh. met de nodige uh, 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 rust uh, benadert. Maar wat ik wel zal doen, is als ik een boek herlees, gewoon een nieuwe kopie... Want dan vind ik het net frustrerend om zo die oude gedachten van... Ah ja, ik heb dat een jaar geleden gelezen, toen was ik daarmee bezig. Uh -huh. En ik wil zo die oude notities wel niet meer zien. Dus als ik een boek okay. herlees, koop ik wel de nieuwe paper. alleen gewoon een nieuwe... Oké, okay. ja. Een, een blanco exemplaar. Die, die oude notities dienen natuurlijk ook wel om opnieuw te zien, vind ik, ergens. Allee, de, 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 als ik iets noteer, is het omdat ik ergens een inzicht gedaan heb... Hmm. En dat inzicht wil ik dan, dan met mijn postmoderne brein dat van alles vergeten, omdat ik de concentratiespannen van een doodgereed negeltje heb, uh, wel ergens nog kunnen opdiepen. Het hangt ook van het type boekhaafd natuurlijk. Ja, ik spreek ja. nu vooral over non-fictie. Ja, okay, ja. En ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld voor mijzelf, een fictie- of een narratief verhaal, dat ik net wel meer wil weten wat dacht ik daarover. Hoe ben ik... Maar bij non-fictie gaat het eerder, of bij het herlezen, is, is vaak een verdieping van uw begrip voor het onderwerp. En dan wil ik niet zo vastzitten in die oude gedachten. Want ja, je wilt verdiepen. En dan koop ik gewoon een blanco. En, en dan zou ik achteraf nog vergelijken. Wat schreef ik twee jaar geleden in die boek? En wat zijn mijn aantekeningen vandaag? En dat is dan wel zo. Ah ja, goed. Maar mijn aantekeningen zijn eigenlijk voor het 90% ook denk, is bijna een to-do-list. Mocht dat je hem zo... dichter trekken als je ja, okay. wilt. Ja. Is zo bijna een to do lijst zo, um, uh, Dan komt er ergens in fictie of non-fictie. Bijvoorbeeld uh, de godin Arduino tegen. En dan denk je dan. Ah, ik ga een keer opzoeken. En dan staat dat eigenlijk in, in een boek van, uh, ja, in mijn aantekeningsgroep? opzoeken, Arduino, en dan zie ik dat ik dan zes maanden later er een keer bij gekrabbeld heb wat dat precies was, en, voor, voor Godin, uh, de berengodin, en zo, weet je wel, um, ik vind, dat, vind lezen vrij veel werk, eigenlijk, als je erover naar is, zo altijd work in progress, hè, je bent op zoek naar inzicht, en je weet dat je uiteindelijk het finale inzicht nooit gaat hebben, ehm, um, het is eigenlijk allemaal vrij zinloos, hè. maar dat is ook net het hele, ik vind dat net het ook het hele mooie aan, aan lezen, is dat als je dat niet om de broden doet, dat die zinloosheid ook oké okay is. Allee, je hoeft niet tot een volledig inzicht te komen, je moogt aanmodderen. Ik vind dat altijd een hele belangrijke, zo, dat je moogt aanmodderen, dat je zelf die ruimte heeft. Uh, ik, heel veel mensen dat ik zie worstelen met zichzelf, dat heeft heel vaak te maken met zo die perfectibiliteit, zo, ik wil de best mogelijke versie van je eigen zijn. Ik ben eerlijk gezegd al content als ik een boek snap. <laughs> Zo, mm. Want daar begin ik ook heel vaak aan. Hè. Zo, ik heb hem daar ook zien. Geudel, Escher, Bach. Mm. Ja, bon, dat boek wordt dan al van langs alle kanten door mensen aanbevolen. Volgens mij ook heel vaak om te doen. van, hey, Kijk wat ik, ik snap. Mm. Misschien een keer hoe slim dat ik ben. Bon, ze veel nu die boek aan. Ik heb die boek al ach, ik weet niet, 15 jaar in mijn bezit. En al 15 keer proberen lezen ook. En iedere keer stranden op het feit dat je eigenlijk nooit deftig wiskunde gekregen hebt in het middelbaar. Uh, maar ook gewoon, zelfs al moest ik wiskunde gekregen hebben, dat ik gewoon, ja, er, allee, gewoon niet slim genoeg ben voor dat boek. Um, en dat is oké. Okay, maar ik ga het de volgende keer wel weer proberen. Maar dus, ik vind het wel belangrijk om, om. Niet ieder boek hoeft per se uitgelezen te worden. Maar nee, er is, zo een, um, er is een gast die ik on, een, uh, enorm volg, Naval Ravikant, En die heeft daar zo eens een keer duidelijk verwoord van. Boeken, zijn, boeken lees je één voor je plezier, mm -hmm. wat ook het onderwerp is. Lees eerst vanuit plezier, niet vanuit werk of moeten. En twee, een boek is ook maar een boek. En als je het na een hoofdstuk niet goed vindt, je bent niet verplicht om dat van cover tot cover te lezen. Mm -hmm. en, en, maar veel mensen hebben zo'n soort van zo n, zo n orthodox idee daarover: van als ik een boek koop, dan moet ik dat zo en dan moet ik dat. En, als dat niet, en bijvoorbeeld bij uh, en uh, Scherbach, ik geloof dat dan de verfilming is Tinker Soldier Spy. Ja, ik kijk die film, ik heb die twee, drie, vier keer herbekeken. Ik vind dat een zalige film. Dan is dat voor mij nog meer een opgave om aan een boek te beginnen. En dan denk ik, ja nee, als ik er geen plezier in heb, ik ga, ik ga echt niet dertig uur van mijn leven investeren, of ik weet niet hoe, allez, zoiets. Als ik dat niet leuk vind, dan herbekeek ik die film en daar heb ik veel meer plezier aan. Uh -huh. en, en in dat... En, en da op dat vlak zijn die boeken allemaal instrumenteel. Dat is nooit het doel, dat is, dat is een middel en ik wil, ik wil daarvan genieten. Ça. En ook uh, fictie bijvoorbeeld lees ik gewoon niet meer uit, ik ben daarmee stopt. Um, het staal mij altijd teleur, mijn fantasie is veel interessanter dan, dan het einde hmm. van een boek. Dus he, in 99% van alle uh, fictieboeken is het, weet je, die, die afwikkeling is een afwikkeling, is zo. Een van de pistes, en dat heeft volledige falabiliteit in, in, in het brein van de schrijver. Die heeft daar. Uh, mm. en zijn fantasiewereld is perfect, maar ik wil al die andere open paden nog kunnen openmogen. En dan geniet ik ook, Ik merk dat ik als ik een boek uitlees, dan is dat drie dagen daarna is dat uit mijn systeem. Maar als ik een boek een open einde laat, mm. dan. Uh, dan kan ik daar veel langer mee. Dan kan ik daar nog maanden mee... mee. Zo, behalve Vonnegut of zoiets, want die zijn, de, ja. zijn, zijn, zijn mind is zo veel fucked-upper dan de mijn. Maar zou ik wel zo ergens kunnen... En dan zou ik... als ik, als ik, nog, mag ik uh -huh. nog één tip geven? Ja, ja. Die, die drie daar, die, 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 dat drieluik van Sylvain Nouvelle, dat uh -huh. begint met Sleeping Giants, de volgende dan is Waking Gods. En dan moet je gewoon de derde niet lezen. Only Human moet je gewoon uh -huh. skippen. Uh -huh. Maar die, vooral Sleeping Giants vind ik echt fenomenaal. Waking Gods, en dan kun je er Het derde boek slaat je gewoon over, dat zijn dan die, die mm -hmm. groene, rode, uh, gele. De derde lees je gewoon niet. En je laat gewoon je gedachten de vrije gang. Dus echt... ah, wel, maar ik vind dat... Ja. Je kunt daar zo echt lang mee lopen dan. Ja. Ik weet niet of je dat hebt, maar zo'n boek dat dan gewoon nu blijft... Ja, drie maanden achtervolgen, zo. Maar opnieuw, dat is dan weer zo'n een, een narratief of een verhaal waar dat je jezelf misschien een stukje in herkent, of waar je in meegaat, en dan denk je... Oh ja. ik, ik zat gisteravond, ik was aan een podcast aan het werken... Dus ik zet dan zo YouTube op en ik, ik zag een filmpje zo over Lord of the Rings. Dat klinkt mm -hmm. dan zo heel graag. En, en de titel was: um, Waarom Sauron en Smaug nooit een alliantie gesmeed hebben. Mm -hmm. En dan ben ik dan aan het kijken, tien minuten lang. Dan denk ik: Maar dat is zo interessant. En dat is gewoon een wereld die Tolkien gecreëerd heeft. En inderdaad, waarom hebben Sauron en Smaug nooit een alliantie gevormd? En dan zo tien minuten lang een hele uitleg over zo de geschiedenis en de eerste en de tweede era en, en de derde era. En dan denk ik. Ik vind het zo fenomenaal. Dit heeft geen grond in de harde realiteit. Mm -hmm. Maar het is opnieuw een verhaal, een verhaal van goed en slecht. En dus er, er is wel een, een, een relevantie. Er is geen harde realiteit. Maar dan gaat je eraan mee en dan denk je. Jongen, gewoon al zo een wereld. Dat, dat, is gewoon, dat kan je zelfs een leven lang aan, aan, aan inspiratie of aan inzicht geven. Maar alleen al, weet je, in het begin van het gesprek hebben we het gehad over. Um uh, zo die kleine verhalen van mensen die me nooit te weten komen. Maar hmm. heel de wereld van Tolkien is daaruit ontstaan. Hè. Men heeft ooit uh, in de buurt uh, in Engeland, ergens op een bepaald moment, graaft men een, 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 een opgraving en men vindt daar een Romeinse ring met een inscriptie op. Uh, en men, men ontcijfert dat wel, en men, maar goed, men men geeft daar verder niet zo heel veel uh, aandacht aan. En een beetje later vinden ze zo een... Uh, een, een, een oh, ik weet niet of dat nu een stuk, uh, een stuk steen was, of, 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 of o, in welke manier, zo'n vervloeking. Men deed dat nogal vaak, hè. Zo bij, bij Romeinse tempels br bracht men dan uh, op de een of andere manier een offer en men vervloekte dan iemand. En die vervloeking ging over die ring. Dus blijkbaar was die ring ooit gestolen geweest, hè, en de nieuwe eigenaar had zijn naam er laten inscriptie en er was een heel veet over ontstaan. En omdat uh, uh, dat hij een uh, honderd man, van wie dat die ring ooit geweest was, van nogal ver was, was er in een bepaald dialect opgesteld, is dan daarvoor een linguist uh, voor ingeroepen en dat bleek dan Tolkien te zijn. Dus die Tolkien mm -hmm. is dus in contact gekomen met heel dat verhaal, heeft dat helemaal helpen uh, uit te diepen, hoe zat dat nu precies met die ring, van waar kwam dat, hoe zat die vete tussen die twee, blijkbaar is er daar ook een straf uit voortgekomen, zijn er en betrokken geweest, heel dat verhaal uitge uitgesponnen en, en dat zou blijkbaar... Dus, die een ozel, dat onnozel verhaal van twee mensen die ruzie hadden over een ring, is dan uiteindelijk dat grote verhaal geworden. Dat ja, hmm. miljoenen mensen over heel de wereld bezighouden, die een creatieve link nagezet hmm. heeft, tot schilderijen, tot, tot films. Tot, uh, dat, is toch, ja, dat is het wonderlijke van een verhaal. Dat is ook die vreemde opmerking wanneer mensen zeggen: Ik heb geen tijd voor fictie, of ik wil over het leven lezen, dus ik lees non-fictie. Ja, de, ja weet je, non-fictie is ook voor een groot deel fictie. Hè? Als je het testen zie van waar dat het bekijkt. Mm. Allee. Um. Want wat jij net zegt, ik, ik lees ze dan niet per se uit, maar als je dan naar de klassiekers en ik moet direct denken aan The uh, uh, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy bijvoorbeeld, zijn, ik kan me wel voorstellen dat er wel, ook bij fictie zijn er goede, mm -hmm. um, zijn er eeuwige werken en dan, de, mm -hmm. en dan gewoon de nieuwe werken. Of heb je dat over dat hele genre dat je denkt: van ik vind het gewoon moeilijk om dat uit te lezen? Goh, weet je, soms zijn het ook gewoon. kunnen daar niet aan meer staan en doe het toch. Heel de Hitchhiker's Guide. Ik heb ondertussen al honderd keer gelezen. Maar omdat dat is gewoon dat eerste boek dan die andere, dat is een heel ander verhaal. Er bestaan ook zoveel versies van. Hè. Um, dat blijft. Allee, dat is een universum, ook dat blijft prikkel. Maar um, ja, het hangt er ook een beetje vanaf welk boek. Maar ik moet echt wel. Ik ga niet zeggen moeite doen. Soms gebeurt het ook gewoon heel spontaan dat er wel een boek uitleest. Hè. Uh, zo'n Mother Nights bijvoorbeeld van, van, van Vonnegut, laatst nog maar gelezen eigenlijk. Ja, dan zei je er plotseling door en denk hij van, ah, ging Tijnen niet lezen. <laughs> dat is zo'n zo principe wel, hè. Niet dat dat in een steen ge, gehouden staat, maar ik probeer mij daar wel ergens een beetje aan te houden. Omdat dat een... Ja, omdat dat ook weer mogelijkheden schept, hè. Um, De beste ideeën komen vaak voor uit de verhalen van anderen. Um, eigenlijk ieder hoe verhaal uh, uh, ik weet niet van wie dat ik dat geleerd heb, maar ik vind dat wel de beste les dat je kunt, kunt krijgen als cartoonist, of als tekenaar, of als illustrator, of als schrijver, of als eender wat. Is de wat als vraag. Eigenlijk ieder verhaal komt neer op wat als en de rest vulde in. Als je dat weet, is dat ongelooflijk. En dat is ongelooflijk kracht, Ik vind dat ongelooflijk krachten um, Als je dat vertelt aan een kind van vier, ja, it's mind blowing. He. Ik vind dat wij als volwassenen een heel moeilijke relatie hebben met fictie, met verhalen. Wij doen dat altijd af, als, als ja, dat is voor kinderen. Of, ja, dat is gelijk of al zeiden, een roman. Goh, wie leest er? Ik, ik zou liever non-fictie lezen, mm. maar liever met mijn voeten, twee voeten op de grond. Ja, maar, weet je um, Verhalen leren nu ook zo heel veel over de menselijke natuur hè. Het is niet omdat het niet echt gebeurd is, dat het niet over mensen gaat, over de manier waarop wij denken en leven en zijn. Um, zelfs de Bijbel, de Koran, de Torah, al die dingen, eender welk, dat zijn allemaal ongelooflijk goede verhalen. Als je dat leest... <laughs> uh, ik kan over de Koran niks zeggen, want ik, ik heb hem nooit echt gelezen, maar het Oude Testament en het Nieuwe Testament... Als ik dat als... Ik ben een overtuigde atheist. bedoel, ik geloof... alleen ik geloof mijn moeite in mijn eigen, laat staan in iets anders. Um, als je dat leest, dat is grappig en hard, en, hmm. maar het is een tijdsdocument, hè. Uh, en staan daar heel, heel veel dingen van dat pijs van, what the fuck, gasten, serieus? Um, maar tegelijkertijd, ja, staan er van die verwoordingen en die... die heel erg poëtisch zijn, of opleisting bijvoorbeeld, dat is iets waarom we een, een tijdje geleden mee gestopt zijn, waarom Humberto Eco heel hard mee bezig was, met zo de schoonheid van lijsten eigenlijk, van het maken van lijsten. En vroegere literatuur, als je zo een paar honderd jaar teruggaat, kon je echt gewoon boeken vinden waar er, ik weet niet, tien pagina's aan een stuk gewoon textielstoffen op, uh, opgeleist mm -hmm. waren. en de man had in zijn kleerkast brokkaten, en, en zo'n hele lijst, maar allemaal, dat pijst van wie wil er dan nu lezen, maar dat was gewoon de de schrijver dan ergens die met die lijsten wou voor een deel ook zijn kennis uh, tentoonspreiden, maar ook gewoon echt wou omschrijven van, zo ging het er in die wereld aan toe. Want de manier waarop wij denken is heel hard veranderd. Hè? Niet alleen door de internetgeneratie, maar ook door de televisiegeneratie. Wij, wij hebben nu contact, uh, allez, je moet je inbeelden dat je nu een kind van, van pak tien bent. Je hebt nu contact via het internet. Met mensen langs de andere kant van de wereld op een manier waarop je grootouders dat nooit gehad hebben. Dat is een compleet andere wereld. Uw grootouders die zagen voor de allereerste keer. Bedoel, moet u dat inbeelden? 1958, mensen die in 1958 als kind naar de Wereldexpo gingen, gingen gaan kijken naar een dorp met negers. Zo werd dat dan daar ook aangekondigd. Hè. Men ging daar gaan kijken naar zwarte mensen, omdat die die nog nooit gezien hadden. Hmm. Dat was een kermisattractie. Dat was, dat was gewoon... niet erger, het was een dierentuinattractie. Hè? Die mensen zaten daar in, in nagebouwde dorpen, in kooien. En dat was de realiteit. Dat, dat schept uw wereldbeeld, dat schept uw taal, dat schept ook de manier waarop je naar de wereld kijkt. De wereld is zoveel um, opener en toegankelijker, de verhalen van heel, over heel de wereld. Dus daarom dat ik ook heel hard geloof dat er een, een keiharde meltingpot op ons aankomt. De globalisering van onze cultuur is nu nog niet echt een feit, maar komt er wel keihard aan. De tijd dat wij uitsluitend geloofden in de westerse idealen, de westerse verhaal, zoals wij die kennen, die is voorbij. Ik bedoel, een vier aan vijf of tien jaar is dat, ligt dat volledig op zijn gat. Dan, wij zijn daar keihard in aan het roeren. Als je ziet hoe dat jonge mensen nu manga omarmen of uh, eender welke uh, ja, andere subcultuur van langs de andere kant van de wereld... Uh, de tijd waarin dat wij gaan kunnen roepen: van, Oh, cultural appropriation. Dat is voorbij, hè? Zo, mm. Heeft dat nog 10, 15 jaar? En, en, uh, en ik vind dat, vind dat boeiend. Ik denk dat dat ook de volgende logische stap is naar um, een globaal burgerschap. Mm. Dus iets dat we niet kunnen ontlopen. Weet, je, we hebben, er zijn een aantal fases hè, in de mensheid waar ik heel hard in geloof. De goden zijn van het afzweren. Dus we geloven in een fictieve wezen dat er niet is. En uh, dat zich geopenbaard heeft en die een aantal zaken verteld heeft, maar we hadden dat nodig op een bepaalde fase om, om onze samenleving in te delen. Dat is zo de eerste fictieve ding dat er niet is waar we aan mee geloven. Uh, grenzen, dat is juist hetzelfde. Hè. Je ziet die niet, je ruikt die niet, die zijn er ook niet echt. Vogels vliegen daarover, die merken daar niks van. Het um, is dus eigenlijk maar in ons hoofd dat we afgesproken hebben om onze samenleving vorm te geven, dat die grenzen daar moesten zijn. Op een bepaald moment gaan we dat overstijgen. Dus, bedoel, we zien dat al heel hard in de manier waarop jonge mensen bijvoorbeeld. Op vijf of tien jaar tijd maakt dat een enorm verschil op de manier waarop mensen cosmopolitischer geworden zijn. Um, als ik studeerde, dat is nog maar twintig jaar geleden, uh, ging je geen ging twee keer per jaar naar New York. Zo. Dat ging gewoon niet. Ik bedoel, dat was te duur, maar dat was ook zoiets van: dat doet dat toch niet? Weet wel. En nu is dat gewoon normaal dat je even gewoon om de jas te gaan kopen naar New York vliegt. Oké, okay, over de ecologische kant ga ik dat niet, niet hebben, maar zo, mensen denken ook gewoon niet meer in kottenkes van, of minder en minder in kottekes van uh, uh, dat is ook de reden waarom het ook zo moeilijk is om, om globaal, lokaal kopen. En zo Heel die ecologische strijd daarachter maakt dat ook zo moeilijk, gewoon, want in je hoofd zei je, hey, ik ben geen Rumbekenaar meer in mijn hoofd. En, en ik zie dat ook aan mijn kinderen. Die, die, die zien zichzelf ook niet meer als Belg of Vlaming. Of wat. Ik bedoel, die zijn gewoon mensen. Dat maakt er geen hol uit wat een taal dat iemand spreekt. En dat gaat ook, denk ik, allemaal maar verder. En een keer dat die grenzen weg zijn, dan gaat de volgende. Uh, dat zijn dogmatische beelden. Hè. Zo, Godsdienst is dogmatisch. Grenzen zijn vrij dogmatisch. Maar ik denk dat ik ook geld op een bepaald moment gaat sneuvelen. Want geld, dat is meest vreemde en abstracte ding. Dat, dus je kunt dat verlegen met een God. Dat is een conventie, we hebben dat afgesproken. Dat is heel erg dogmatisch. Uh, als, je bent, als je daar op een radicale. Allez, als je daar stoot op radicale grenzen, als ze daar wel iets aan doen. Maar in essentie komt dat erop neer dat wij. Wat, nu moet je goed luisteren. Hè, het is heel vreemd als je het vanuit het standpunt van de observator gaat gaan bekijken. Nee, stel nu dat ik een alien ben en ik, en ik kom hier op aarde en ik omschrijf geld aan andere aliens. Dan komt dat er eigenlijk op neer dat. Um, ze ruilen goederen en ruilen voor papier, waarop wat er geschreven staat. Alleen bepaalde mensen mogen dat papier maken. Die, zijn, die hebben blijkbaar een magische kracht. Hè. Als je in een centrale bank bent, dan mogen ze dat papier doen. Iemand die dat papier op dezelfde manier kan namaken: dat niemand het ziet, maar die niet die magische kracht heeft, dat is een misdadiger. Die kan daarvoor levenslang in een bak vliegen of weet ik veel wat allemaal. Het is hetzelfde papier, maar toch, het is wel iets waard. Heeft dat iets te maken met die onderliggende waarde? Vroeger wel. Vroeger moesten er heel veel dat papiertje konden aan de centrale bank gaan en goud opvragen. Hè? Dat werd, was gekoppeld aan elkaar. Nu niet meer. Nu heeft dat te maken met vertrouwen. Nu heeft dat, is dat een afspraak. En dat in de jaren 60, heeft Nixon dat losgekoppeld, de waarde van geld, en we hebben dat allemaal slaafs gevolgd. En nu is eigenlijk geld gekoppeld aan geld. En iedereen dus, dus, als de centrale bank beslist gelijk nu in de coronacrisis van, wij drukken bij, dan wordt er geld vanuit het niets gecreëerd. Zoals Weer iets goddelijks, weer iets magisch. Hmm. Het is echt magisch, denk. Het is bijna gelijk teruggaan naar, naar Afrika van, van 2000 jaar geleden. Zo. Het is bijna dat. Hè? Dus dat geld wordt magisch bijgedrukt door de mensen met de magische gaven van de centrale banken. Niet door uh, uh, mensen die, erbij, die er geen bij mogen drukken, van de maffia bijvoorbeeld. En dat geld rolt van die persen. En iedereen doet alsof dat, dat waarde mee is, maar je kunt het dan ook effectief. Dingen mee kopen. Lijkt bijvoorbeeld vastgoed. Dus gebaseerd is op die grenzen, want dat zijn ook weer denkbeeldige lijnen die we op de grond getrokken hebben, waar iedereen doet alsof dat. Nee, dat is van mij. Ik mag hier staan en mijn hutje bouwen, maar dat het daar is van nu. weet wel. Dus dat magisch denken zit zo hard in onze kop. Wij zijn er zo, we gaan er ook zo dogmatisch mee om. Ik vind dat enorm fascinerend hoe dat, dat eigenlijk allemaal, als je het van op afstand bekijkt, nergens op slaat. Gewoon nergens op. Um, en hij ziet dat ook heel hard, dat zich dat aan het voltrekken is in onze samenleving. Hoe dat economie en beurs compleet niet meer aan elkaar gekoppeld zijn, bijvoorbeeld. Dat is fascinerend, om te zien hoe dat wij, we hebben de goden... We zien onszelf als heel verlicht, omdat we uh, God afgezworen hebben, maar eenzelfde, compleet denkbeeldig principe als een grens of als geld, dat verafgoden we wel nog steeds. Ja, we, wat je zegt, we doet gewoon heel hard denken aan dat Godcomplex, en dat kan zijn een orthodox geloof in wetenschap, een orthodox geloof in het ene, in het andere, mm -hmm. in de staat in, in geld wat jij zegt maar, of in, in een god in een religieuze god maar dat is allemaal gewoon een soort van of een een attributie aan iets wat u zelf overstijgt en waar dat je je leven in een, bepaald, in een bepaalde vorm mee kunt geven, maar aan zich zijn dat fictieve opnieuw verhalen of narratieven mm -hmm. die in de realiteit uh, die geen harde realiteit hebben wel, dat is het net, hè. Maar ze botsen wel met die harde realiteiten. Want op een bepaald moment, stel nu bijvoorbeeld dat wij allemaal beslissen van, hm, dat papier dat ik hier in mijn broekzak zit, dat eigenlijk niks waard is, vertrouw ik niet meer. Ik ga naar de bank en ik zou dat wel een omruim voor goud. Hmm. De dag dat we dat doen, crasht het systeem. Hè? Dus wij vertrouwen allemaal, eigenlijk onze volledige geloof is gebaseerd op vertrouwen op de anderen. En eigenlijk is dat wel heel mooi, hè? Onze volledige economie, de, de ruggengraat van onze samenleving, is gebaseerd op vertrouwen. Gewoon op het vertrouwen dat we allemaal. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken maar Wij zijn gelijk zo van die, van die western. Zo'n western, zo die eind zijn. Waar er zo twee cowboys tegenover elkaar staan met een geweer. Hmm. Hè, en de eerste die naar een bank loopt om zijn helden in te ruilen, hè, die, die wint eigenlijk. Maar eigenlijk zijn we nog allemaal zo aan het afwachten. En we vertrouwen toch nog de anderen dat het nog wat langer gaat duren. Um, maar op een bepaald punt. Ja, ik het dan ook niet blijven volhouden, denk ik. En aan sommige dingen. Dat kun je ook niet ontsnappen. Als het bijvoorbeeld gaat over de desintegratie van cultuur, of van bijvoorbeeld wanneer het over zuilen en een soort van culturele homogeniteit gaat, mm -hmm. ja, je hebt dan iets zoals het internet, waardoor dat een heel nieuwe generatie opgroeit met allerlei prikkels van buitenaf, die die, die, die lokale culturele homogeniteit doorbreken door, of dat nu Aziatisch, Zuid-Amerikaans, maakt niet uit is, waar dan zowel het positieve wordt geïmporteerd, maar ook het negatieve. en ik kan me niet voorstellen, ik, ik zou wel weten hoeveel mensen bijvoorbeeld echt fictief Amerikaanse nieuws kotsbeu zijn. Dat gebeurt daar ergens aan de andere kant, maar dat wordt hier geïmporteerd en dat wordt hier ook. Dus zowel het goede als het slechte. Maar je kunt daar eigenlijk weinig aan doen. Je kunt zeggen, ja, ja in mijn tijd uh, leefden wij nog met de zullen en wij hadden een partijkaart. Maar of je dat nu wilt, of dat dat nu beter is of niet in je perceptie, dat komt niet terug. Dat, dat, dat zijn gewoon ontwikkelingen. En. Je kunt daar heel weinig tegen doen, en anders de vraag, ja, als dat bijvoorbeeld magisch is, of, of, of arbitrair, uh, ja, is er echt een alternatief? En ik, ik vind het nee, altijd maar... spannend in welke mate dat je daar dan mee meegaat, of in welke mate dat je u, die, die, gelijk Atlas, die zorgen van de wereld op je rug draagt. Dat, is zo, dat, dat vind ik dan een spannende vraag, van hoe, hoe gaat je daar dan als individu mee om, met exact dat soort dingen? Het kunt er ook niet tegenin gaan, denk ik. Allee, ik vind... God, nee, dat is niet de juiste manier om te zijn. Ik ben het nu even kwijt, maar het komt de Renaissance denk ik een klein beetje op neer dat um, de dingen zijn georganiseerd zoals ze zijn. En dat heeft zijn praktisch nut. Hè. Um, allee, ik denk dat de wereld ook zo vergaan In anarchie moesten we plotseling al die... dat magisch denken kwijt zijn. Hmm. Ter, ter, maar, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we beseffen, dat we, dat we in sprookjes geloven. En, en dat we ons, maar dat is ook het mooie eraan, is dat we, we hem eigenlijk... Uh, uh, on, onze samenleving volledig ingericht in op, op basis van verhaaltjes, dat we onszelf wijs, maar, hmm. um, maar dat biedt ook natuurlijk heel veel macht voor mensen die, die het door hebben dat maar verhaaltjes zijn. Um, uh, Neem nu de Brexit bijvoorbeeld. Dat is wel ingaan tegen dat globaliseren. Hè? Dat is, uh, wij, wij zien allemaal heel hard um, de voordelen van Europa. Alleen ja, ik heb dat bewust meegemaakt en nog de Belgische Frank daarvoor. Ja, het leven is wel duurder geworden, maar de supermarkten zijn er ook wel een stuk spannender en interessanter op geworden, en mijn hmm. literatuurlijst ook. Dus het leven is gewoon globaler geworden en interessanter geworden en, 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 en makkelijker geworden. Um, allee, uh, ik kan mij, ik, ik kan mij niet in de wereld niet inbeelden als tekenaar. Ik, kan perfect, ik publiceer perfect evengoed in Italië als in Engeland als in, in heel Europa. Ik bot niet meer op landsgrenzen als ik Allee, ik heb als kind nog aan de douane gestaan gewoon om naar Frankrijk te gaan met mijn ouders. Mm. <laughs> um, maar op het moment dat je beseft dat dat narratief is, en dat is wat er heel hard gebeurd is in de brexit, is dat je weet dat er met een tegenverhaal, dat ook evengoed nonsens is, uh, kunnen mensen ervan overtuigen dat je die grenzen weer terug kan bouwen. Dat je weer een muur kan bouwen met Mexico. Dat er niemand over of onder raakt. Well, ja, dat is onzin natuurlijk, hè. Um, als cartoonist heb ik dat ook heel hard. Voor mij is het heel, veel interessanter als er grenzen zijn dan als er geen zijn. Mm. Want als er grenzen zijn, wordt het voor mij interessanter om mijn werk te doen en om tegen die grenzen aan te schurken en om ze op te schuiven. Neemt die grenzen weg en mijn job is niet meer interessant. Hè? Ja, je hebt graag een politicus dat zegt, zo zie ik de wereld. Dan heb je tenminste iets om... Ja, dat om, is sam, Dan heb, ik heb je poten om weg te... Hier, hier mm. mogen we niet mee lachen, hier moeten we van blijven. Ja, nee, daar wordt het interessant. Mm. Daar gaan we... Daar, ah, dat is de etterende wonde. Daar gaan we ons een vinger in steken. Mm. Allee, en, en dat is met, met grenzen juist hetzelfde. Als Trump daar wel een muur zet, fijn, maar dan weet ook heel goed dat iedere Mexicaan zoiets heeft van, ah, er staat een muur, dus het moet de moeite zijn om aan een andere kant te dragen. Hmm. Want zo werkt het verlangen natuurlijk, hè. Als je, allee, zo, zo werkt erotiek bijvoorbeeld ook, hè. Als je gewoon een blote vrouw op straat zou lopen, dan achter een tijdje, ja, de eerste, de eerste paar jaar zou dat interessant zijn, maar na een tijdje zou iedereen zoiets van, ja, ze dragen geen kleren, hè het gaat hem net over het verhullen ervan, over wat mm. dat de fantasie ermee doet, dat die ervoor zorgt dat van, ah ja, blote vrouwen. Nee, snapte En zo werd het met wat het menselijk verlangen is. Als je tegen iemand zegt van, je gaat van je leven nooit een Porsche hebben, dan gaat, iedereen, dan gaat die persoon heel zijn leven peinzen want ik ben aan het sparen van een Porsche, ik ga zeker met een Porsche rijden en werken voor die Porsche en Porsche, Porsche, Porsche. Weet wat? Zo werd het verlangen, denk ik, gewoon. Ge je, ziet dat, je ziet dat keihard bij kinderen, zodat, ik denk de technische term is mimetisch verlangen. Wij willen wat andere mensen willen. Mm -hmm. Wij hebben geen interesse... Aan zich in dingen, maar onze interesse, of dat nu een carrière mm -hmm. of een wagen. Maar bij kinderen zit je dat keihard. Je hebt tien speeltjes, één kind pakt één speeltje, ja. en ineens is het, ah, dat wil ik ook. En dat is volledig dat mimetisch verlangen van, wij willen wat andere mensen willen. En zo, als je door die bril naar de wereld kijkt, dan denk je echt van, juist, zoveel dingen wel dan... Maar ik de denk plaats... dat dat al niet alleen met kinderen is, hè? Ze... Ah, nee, nee, maar of, daar nee. zit je het ja. duidelijk. Ja, ja, op. ja daar, daar is zit je heel duidelijk, ja, ja, ja. Want wij ja. denken dan, wij als volwassenen denken dan, nee, nee, dat zijn kinderen, maar dan gaat het over carrières of wagens of, of partners en dan merk je, ah, eigenlijk wil ik ook wat mijn omgeving wilt en dat is zo, ah, ja, goed. Ja, wij zijn, speel, wij zijn speelbal van ons. Het idee dat, dat een mens ook een, een soort van eiland zou zijn, dat is onzin. Hè? Ik bedoel, ja. uh, wij leven van onze, ja, we worden constant beïnvloed door onszelf en onze omgeving, heel hard door onze omgeving. En ons verlang vindt dan een hele belangrijke... Uh, Verlang, alleen Een belangrijke motivator dat, dat ook niet altijd ingelost wordt. Want wat zeiden me. Alleen stel nu dat. Al uw droom, dat dat hier nu gewoon. Dat hè, alles waar dat ooit van gedroomd is, in orde is. Waar de fuck zouden we nog voor leven? Waarom dat is een zou, nul mysterie. Wie, hè, wie waarom zo? Waarom zou je ook nog opstaan? Morgen, als alles al. Dat heeft geen zin meer om een proper onderbroek aan te doen, want dit alles is toch hmm. al. Uiteindelijk is het verlangen zo. Um, en dat is ook. Ik speel daar heel hard mee ook zelf. Um, zo mensen die een bucketlist maken, die maken soms zo van een bucketlist. Zo, ik wil nog een keer de piramiden zien. Ik zou heel graag een keer, weet ik veel, uh, met een Oldsmobile rijden of zo of zo. Of een keer met een Vespa in Italië. En die maken zo een lijst van dat denken denkt van, kijk, maar als ah, je gewoon je best doet, kunnen we hier gewoon al, dit jaar allemaal doen. Hm. Voor mij een bucketlist. Ik wil de eerste cartoonist op de maan zijn. Gewoon omdat dat quasi onmogelijk is, maar omdat ik weet van als ik door blijf doen, had dat er misschien wel in zitten. Mm. En dan gebruik ik ook weer dat magisch denken daarin, om dat te verwezenlijken. Want ik probeer dat nu tegen iedereen te vertellen, en dat gaat ook dan, in ieder interview vermeld ik dat, en ik zet dat ook op mijn website af en toe, en op sociale media, en iedereen denkt van, dat is zot. Maar uiteindelijk, op een bepaald moment, gaan ze bij ESA een keer in een kunstenaar meesturen. En gaan ze zoiets zeggen: Wacht, 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 was er daar geen cartoonist die dan een keer gezegd in een interview? En gaan ze bellen. En ondertussen ben ik aan het sparen, want als ESA niet zelf belt, dan ga ik fucking zelf. Ik bedoel, dan ben ik aan mijn eigen wel verschuldigd. Dus ik, ik, eh, ik heb zo'n aantal doelen gesteld die quasi onhaalbaar zijn. Ik like wil bijvoorbeeld onsterfelijk worden. Ik zie het gebeuren. Dat staat op mijn bucketlist. Mm. Ik, ik wil zo nog de, 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 de singulariteit op de kurzweil curve meemaken. Je bedoelt, bedoelt biologisch, je bedoelt fysiek, onsterfelijk. Ja, zo, maar dat maakt, dan, dan maakt het. Maakt dan niks meer uit. Hè. Ik bedoel, uploaden van mijn, uh, mijn bewustzijn naar uh, een computer mm. met een, een goede harde schijf dan ze dan niet laten vallen. Of zo weet ik veel wat. Maar ik denk dat we ons heel moeilijk kunnen in, inschatten op dit punt, uh, waar dat uh, de. Biomedische, maar ook de volledige wetenschap binnen vijf of tien jaar staat. Wij, wij denken altijd met het referentiekader van vijf jaar geleden. We weten van op vijf jaar tijd is er zoveel gebeurd. Als ik gewoon al binnen mijn eigen leven kijk van, van hoe ver dat me komen. Ik ben Marianne 40 jaar en uh, ik heb nog thuis een computer had zonder harde schijf. Mijn eerste harde schijf was 12 megabyte en heel, heel de buurt kwam kijken. Wow, hij had een sky van 12 megabyte. Wow. Mm. Tegenwo allee, tegenwoordig kunnen er geen zin meer op slaan op 12 megabyte. Mm. Um, dus, dus, en dat is op twintig op jaar tijd zo hard geëvolueerd dat we, bedoel, we hebben rekenkracht in ons broekzak zitten in de jaren 60 hadden ze minder om de raket naar de maan te sturen. Dus um, allee, ik heb in mijn omgeving redelijk wat zo, wetenschappers en zo uh, en dokters en al en als ik die mensen hoor praten, er uh, zitten zo hier en daar zowel mensen dan die tegen het transhumanisme aanschurken, um, dan denk ik toch bij mezelf: dat zijn allemaal vrij intelligente mensen. En de doorbraken, uh, waar die ingenieurs bijvoorbeeld in mijn omgeving mee bezig zijn, dan denk ik bij mezelf: wacht, 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 wacht. Als de wereld er binnen vijf jaar zo uitziet, als die daadwerkelijk op vijf jaar tijd dit al kunnen, op vlak van robotica, op vlak van. Uh, chirurgie bijvoorbeeld, uh, met stamcellen kunnen ze nu al de huid verjongen van, van, van patiënten, mm. dus <laughs> gewoon met een injectie uh, injecteerde een, een, een vrouw in haar gezicht, ik weet niet op welke manier, want een in een geen dokter natuurlijk, hè. een vrouw van in het zeventiende haar gezicht, en die stamcellen doen hun werk en die ziet er dan plotseling zo 35, 40, 45 jaar uit. Uh, als ze dat beginnen doen met organen en zo, maar, maar, dus de wetenschap evolueert aan zo'n tempo dat ik niet met zekerheid durf zeggen: Ben 30 jaar ben ik, uh, ben ik het 70 jaar... ik ben, kan nu al met zekerheid zeggen dat bij 30 jaar, als ik het 70 ben, dat mijn leven er niet gaat uitzien als dat van mijn ouders die nu het 70 zijn. Hm. Gewoon omdat de wetenschap gaat verder staan: We hebben ook een heel andere levensstijl, de wereld is veel globaler geworden, de informatie is veel toegankelijker. Als mijn ouders mijn leeftijd hadden, dan, ja bon, de VTM kwam voor het eerst op, op, op de televisie, hè? moet je dat inbeelden. Daarvoor moesten zij altijd naar BRT1 of BRT2 kijken. En dat was, een primaire informatiebron was één tv-zender en één gazette. En nu, ik bedoel, ik denk niet dat ik op een leven genoeg tijd heb om gewoon een keer door alle kanalen heen te flippen. Dus dat is. Um, dat, uh, alle, ik denk, we kunnen ons gewoon niet inbeelden wat we dan binnen 30 jaar gaan staan. Vandaar dat ik ook de claim maak van, bon dat hak ik voor onsterfelijkheid. Hè. Ik zie dat ook nog wel zitten eigenlijk, om niet door te gaan. Want als ik zie dat eigenlijk niet zitten dat like doet wat <laughs> ik mee vreeg doe. ik hoeft er niks zinnigs op te dus zijn. Ik zie je zo denken van fucking hou waar is die nou over bezig? Ik zit te denken aan um, het feit dat uh, iedere, niet enkel creatieve personen, maar daar zal ik het bij houden. Uh, aan de hand van hun werk al een impuls hebben om onsterfelijk te zijn. Waarom zou je anders iets op papier zetten? Oh ah, nee, maar ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Um, ik vind het vrij bevredigend aan mijn werk, uh, mijn cartoons zijn, zijn en de noodbaarheid ja, ja, maar het is een extensie van uw natuur en cultuur. Het is een extensie van ja. u zelf. Dus ik heb het meer maar, over het filosofische punt. Uh, Oké, okay, maar ik ben, ben er wel heel, heel erg um, nuchter in op dat vlak. Zo de, de bekendste cartoonist die we hier in de Lage Landen nooit gehad hebben. Reimakers of van ik weet niet, je kan op zijn naam zelfs niet komen, dat zijn er al veel. Dat was zo in de Eerste Wereldoorlog een enorm invloedrijke cartoonist en die, uh, zijn werk werd zelfs gebruikt om de geallieerde troepen zo aan te sporen. En, mm. en, die is in het Witte Huis uitgenodigd geweest, dus een, een Nederlander die in Brussel woonde, in het Witte Huis uitgenodigd geweest om hem daar hebben. en heeft dan uh, een of andere orde van weet ik veel wat gekregen. Um, ja, dat was een van de belangrijkste personen van de propagandamachine eigenlijk, uh, van de geallieerde propagandamachine. Een eerlijk de belangrijkste cartoonist die ooit geleefd heeft waarschijnlijk. Ja, Boon, die heeft zelfs geen plakkaatje aan zijn deur meer het is honderden jaar geleden. Alleen, hmm. hij is nog geen honderd jaar dood. Ik maak me nog geen illusie, alleen als wij zo'n jaaroverzicht maken. Um, ik ken u laatst, omdat volgend jaar komt de tiende boek eraan. Dus tien jaar zijn we, we zijn er zo bezig met zo wat festiviteiten rond te bedenken. Um, als ik dat eerste boek zie, dat eerste jaaroverzicht, en ik klap nu tegen mijn eigen winkel. Uh, ja, bon. 90% van die cartoons kan ik zelf al niet meer duiden. En ik ben de maker. <laughs> dus qua tijdscapsule, allez, ik bedoel, qua. Ik vind dat ook heel bevredigend het idee van, als het een keer vandaag wat minder goed is, het is geen Sixtijnse kapel dat ik aan het schilderen mm. ben. Ik bedoel, er gaat, mijn kinderen gaan er nooit op aangesproken worden op, mijn, op, mijn, op hun vader en werk. Maar ik denk dat dat deel van mijn punt is. Ik weet niet of de... Ik, ik, ik weet niet in welke mate de kunstenaars, creatieven, doorhebben dat ze de sixtijnse kapel aan het schilderen zijn. Ik denk dat dat pas retroactief of... Postmortem naar boven komt en dat de impuls om iets in de wereld te zetten, ondernemer, mm -hmm. politiek, politicus, creatieveling, dat dat per definitie al. Je moet al een soort van. Um, uh, vaak onbewust denk ik, hè, maar een soort van drive hebben om. uw wil op de wereld op te leggen. Dit is hoe ik de wereld zie. Mm -hmm. En ik ga de wereld daarna vormen, wat per definitie al. Richting onsterfelijkheid gaat. En onsterfelijkheid is niet het juiste woord, maar het gaat richting. Dit is meer dan louter mijn natuurlijke capsule. Dit gaat buiten mijn schedel. Dit is cultureel relevant. En dan kun je inderdaad zeggen: hé, maar wie weet dat over honderd jaar nog? Maar het is die impuls van. Nee, wat ik te zeggen heb is belangrijk. is Overstijgt mijn. Want anders, waarom zou ik het anders zeggen? Of waarom zou ik het anders publiceren? Ja, dat is ook wel hoor. En ik vind, ik vind dat zo'n spannende dynamiek, wanneer, wanneer mensen. Ja, je wilt op een bepaalde manier je cultuur, uw omgeving, je, je economie, je wilt die sturen op een manier dat jij denkt, zo zie ik de wereld. En die impuls is wel heel hard aanwezig bij een bepaalde groep mensen. En dat, dat is per definitie al een stap richting onsterfelijkheid, want je, je gaat breder mm -hmm. dan je eigen, dan je eigen um, uh, ja, biologische grens. Ja, ik schrik wel soms over de impact van, van mijn werk. Alleen mm -hmm. um... Ik kan u niet direct voorbeelden geven, maar het is wel. Mag ik bijvoorbeeld zelf een anekdote vertellen? Mm -hmm. Ik vond dat super sterk. Ik heb dus hier in mijn boekenrijk niks gesorteerd behalve de autobiografieën. En ik denk voor mij, een van de redenen om terug met de podcast te beginnen. En serieus, los nog van het medium en of ik het nu graag doe of niks. Er was een, uh, een, een aflevering op Freakonomics. Er zijn een paar boeken van en ook, mm -hmm. ook een podcast. Mm -hmm. En dat ging over een gast die. Uh, ja. dus, ze maakte een aflevering over de, de Weimar-republiek en de hyperinflatie in die periode. Mm -hmm. En er is een onderzoeker aan het vertellen, en die zegt: Kijk, ik ben eigenlijk naar de Universiteit van Hamburg gegaan. een paar jaar geleden. om in de archieven te gaan kijken wat dat de wetenschappelijke studies. of de, de, de universitaire studies over die periode waren. En hij zegt: Ik vond daar niks van. Wat heel opvallend is: want ofwel is er dus effectief nooit iets rond gepubliceerd. of het is allemaal verbrand. Hmm. Wanneer dan ook. Hij zegt: Ik ben er dan verder in gegaan. en ik ben toevallig uh, bij nabestaanden van een professor terechtgekomen. En die hield een dagboekje bij. Dus die hield letterlijk bij brood, deze dag kost, zoveel uh, um, uh, Mark de, de volgende dag zoveel, zoveel, zoveel. En die hield dus een dagboekje bij. En aan de hand van die persoonlijke notitie, hebben ze eigenlijk een heel stuk van, die, van, die, van het dagelijks leven... Van het onder... gat eigenlijk. Ja, ja, dus ze hebben heel veel, je hebt heel veel retroactieve uh, studies en, 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 en macro-inzichten, uh, maar je had eigenlijk heel weinig micro-inzichten hebben, mm -hmm. omdat het allemaal verbrand is of gewoon dat, dat is uitgewist. En toen ik dat hoorde, dacht ik zo: die biografische en autobiografische verhalen, dat is zo sterk. En die persoon die dat dagboek bijhield. En ik was een paar weken of maanden geleden in Ypres daar het museum bezocht. Mm -hmm. Daar zit je ook zo die notitieboekjes en de brieven die naar huis. Dat is wel een stukje mijn punt. Niemand heeft hoor dat hij de Sixtijnse kapel in dat dagboek aan het namaken is. Maar die, die, die documenten, die documentatie is zo instrumenteel, zo belangrijk om een, om een breder beeld te krijgen. En toen ik dat die aflevering beluisterde. en is echt zo een paar weken nagezinderd dacht ik ja los nog van wie zijn mijn gasten, zijn die bekend, zijn die dit, zijn die dat, mm -hmm. gewoon een stukje een autobiografisch, me. ja. ja, een tijd, en letterlijk een soort van dwarsdoorsneden door wie zijt jij vandaag, los van alle andere implicaties en van het medium. Dat is iets wat mij, zowel in, in mijn intellectuele maar ook in mijn emotionele ontwikkeling zo triggert. Dat vind ik zo spannend. Dat ik denk van, wauw, gewoon dat ene dagboekje. Mm -hmm. Helpt u om een land te begrijpen waar u helpt, of een, 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 een periode te begrijpen waar u helpt om de jaren dertig beter te begrijpen, enzovoort. En dat is één dagboekje, mm. voilà, ik ben het een beetje aan het romantiseren, maar in mijn hoofd denk ik dan van, wauw jong, hadden we dat nooit ontdekt, of had die persoon die onderzoeken dat nooit ontdekt? Dat was echt een, ja, een, een blinde vlek die we anders niet wisten, en dat vind ik zo, ik vind dat zo'n spannend onderwerp. En het louter het feit van iets op papier te zetten, is al een eerste stap richting... Dit is een, zonder dat je dat vaak door hebt, uh -huh. maar dit is een, ja, een neerschrijven, een, een, een steengraveren. En opnieuw, ik ben het echt aan het romantiseren, maar oh. dat is ja, iets wat mij heel hard triggert. Zo van, ja, dat oversteekt je en dan Ik we da daar ook niet heel hard disruptief in aan het gaan zijn nu met, met dat internet. Um, heel een groot stuk van ons uh, intellectueel leven speelt zich nu af uh, ja, op het internet. Zeg maar. Dat wordt, allee, er wordt waarschijnlijk wel iets van gearchiveerd, maar er verdwijnt ook heel veel. Mm -hmm. Niemand um, gaat je stories nog lezen of zien over 50 jaar. Dat jaren. is dat, hè. Terwijl, ik was, uh, goh, ik denk, in het begin van de coronacrisis was ik in, in de Zwarte Doos, heet dat in Gent, dat is zo het stadsarchief, waar ze een aantal tekeningen van mij uh, daarop genomen hebben. En ja, terwijl dat ik daar was, kreeg ik ook een keer rondleiding, want ja, de curieuze neus in mij komt dan naar boven. En... Um, ja, dan strekken ze daar effectief zo van die schuiven open, mm. met dagboekjes en met notities en, en met stadsrekeningen en al. En ze vertelden mij ook dat zo die stadsrekening, ja, dat is een, een bron van uh, ongelooflijke historische waarde. Hè? Want ja, daar staat alles op geschreven. En we mm. weten wie dat wat geschreven heeft en wat dat wat gekost heeft en bij wie dat ze te kocht hebben. Tot, ja, tot in de 12e eeuw of zoiets terug. Dus we weten perfect wie dat het oud geleverd heeft voor uh, een barbecue mm -hmm. in, de, in de 14e eeuw. Um, maar ondertussen zijn ze wel volledig op digitale archivering dan moeten overschakelen. van Wat er nu beslist wordt in de gemeenteraad. Ja, dat is toch wel een stuk minder sexy ook, vind ik. Dat is mijn pure rode data dan. Hè. Dat is nul en nulke zijn eentjes die, die zeggen. Over, dat gaat over het bedragen dan. En niet meer over handgeschreven zaken. Maar uit die handgeschreven zaken raken wij ook uh, informatie. Want dan zien we wat die inkt gemaakt is en zo van die dingen. Dus daar gaat wel veel verloren ook ergens. En uh, ik heb zo ooit een keer voor. voor, voor omdat ik daarmee bezig was met zo van, ja, raken we nu niet veel kwijt. En zo de Wayback Machine gebruikte ik, mm -hmm. dat kennen die hè? Nou, constant. En, en dan mijn eigen website, dacht van oh ja, ik heb mijn eigen website, ik ben in het jaar 2000 eigenlijk mijn eerste website gebouwd. Ik was zo een van de eerste cartoonisten die een site had met dagelijks een cartoon op. En voor mij is daar alles begonnen, dus ik, had, ik dacht van, ah, op mijn eigen harde schijven vond ik niks meer terug. Want ja, crashing gehad en zo, alles op cd'tjes, cdr'tjes mm. gebrand. Onder het idee van, cdr, uh, dat gaat wel eeuwig meegaan, mm. maar dat is dus niet zo. En ik dacht, kan ik kijken of die een Wayback Machine, in hoeverre dat er daar nog iets te zien... Ja, dat viel heel hard tegen, eigenlijk. En zie je ziet zo nog wel... Ja, de, de tables die er geschreven hadden in HTML, hmm. maar zo niet meer, de prentjes erin en al, hier en daar werd er nog iets gecaptured, maar zo... Heel vaag, eigenlijk, maar... Um, uh, ja, dus ik, ik, ik vrees dan ook weer op zo'n blinde vlek aan het, het afstevenden zijn. Er is maar één medium vandaag waar, me, waar je met 100% zekerheid weet dat het over 100 jaar nog bestaat, en dat is pen en papier. Of kleitabletten. Klei Want dat, ja, dat is de reden waarom we over de oudheid zoveel mm -hmm. weten. Hè? Zo over is, omdat er daar ooit een keer een bibliotheek in de fik geschoten heeft en dat al die kleitabletten gebakken geweest zijn. En dus bewaard mm -hmm. op die reden, maar papier branden. Want er is zo, ik vind Austin Kleen iemand dat ik graag volg. En die heeft zo ergens een blogpost geschreven over de, de, de destructieve uh, kracht van de backspace-knop. En zijn punt is: als je vroeger of als je er een punt van maakt om fysiek te schrijven of, of, of te ontwerpen of te tekenen, dat is een iteratief proces en je ziet je foutjes. Je ziet mm -hmm. hoe dat je gegroeid bent. Je ziet wat, en het is vaak door ergens een scheve letter of woord of zin dat je ineens in een heel nieuw. En je ziet de mensen die louter digitaal werken. Backspace, je laat geen ruimte meer om zo die toevallige dingen te ontdekken, want je zit eigenlijk constant, dit is de lijn die ik uitzet, die ik volg, en je zegt, wanneer je terug op papier gaat werken, letterlijk fysiek op papier, dan krijg je een soort van herwaardering van die toevalligheden, of die, die ineens vreemde lijn die je trekt, of die vreemde zin, en dat je denkt van, oh wauw, en dan, dat zijn zo van die kleine dingen, en ik denk, ah ja, in je proces is dat, is dat super waardevol, dat je, dat je een soort van fysieke component hebt, en heel veel van die van de digitale dingen, ja, dat, ik weet niet in welke mate dat, dat gaat overleven. En opnieuw, daar moet iedereen zijn eigen dacht van volgen. Maar ik vind dat wel. Ik vind het wel jammer dat, dat. Deze podcast kan morgen offline zijn, maar als je er transcripts van maakt en je schrijft alles uit. Er zijn verschillende manieren waarop je, waarop je dat toch. Um, ja, waarop dat, dat langer kan overleven. En heel veel van de digitale content die wij nu maken is zo. Of de, 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 de louter digitale content moet ik zeggen, is zo. Ja, ik weet dat niet. Ik ben, bijvoorbeeld, eergisteren. Um, kom ik ergens een archief tegen van boekjes van een magazine uit de jaren negentig. Ja, dat is dus nu allemaal gedigitaliseerd, dus dat is heel fijn, want ik heb dat dan terug afgeprint. Maar dat zijn wel boekjes van, drie, van, van de jaren negentig die, die ergens fysiek hebben bestaan. En ik vind dat wel... Ja, ik vind alles wat fysiek is, heeft gewoon een heel mooie... Ja, ja dat, is, dat is letterlijk tastbaar. Hè? Je kunt dat niet... Het heeft zo'n bepaalde waarde of een specialere waarde. Ik denk dat er ook wel een slingerbeweging in zit. Hè? Allee... Wij gaan nu heel hard voor digitalisering van alles en van informatie en zo. En ik snap dat ook wel, omdat allee, dat heeft ook zijn voordeel. Um, maar op een bepaald moment, en je ziet, het, het kan nog niet zijn dat de renaissance van het boek er al is, maar je ziet ook wel dat er um, klassiekers ontdekt worden. Uh, hmm. Neem nu een Vonnegut bijvoorbeeld, die nu toevallig heel erg weer in de lift zit, terwijl die twintig jaar of zo vergeten geweest is. Um, maar ook ja, de vormgeving van boeken. Boeken drukken is ook nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Um, allee, letterlijk op 20 jaar tijd door de digitalisering en dat zien ja, toegankelijk worden. Hè, als jij nu zelf je eigen wil uitgeven, um, dan is het nu de moment. Hè, als ik 20 jaar geleden ermee begon als cartoonist, kon ik mijn eigen boek niet betalen om zelf een boek te drukken. Mm. Dat was gewoon te duur. En nu kan iedere huis, tuin en keuken creatieveling. Uh, Daaraan beginnen. Ik vind dat die democratie daarachter vind ik fantastisch. Mm -hmm. Gewoon. Er is niets dat iemand nog tegenhoudt om een boek te maken of om een plaat te maken, bijvoorbeeld, of om een als je in um, een, een opnamestudio bijvoorbeeld. Euh, vroeger kostte je dat gewoon, ja, dan moesten je ouders moesten de lotto gewoon hebben. Er dat was letterlijk zo, bijvoorbeeld de Belgische groep toe voor toe. Op een bepaald moment hebben die ouders de lotto gewoon. Wij, wij hebben een van de grondleggers van de New Beat bijvoorbeeld hebben wij te danken aan het feit dat zij, dat die ouders de Lotte gewonnen hebben, dan dat die jong mocht kiezen tussen een auto kopen of een drumcomputer. <laughs> ja, oh, ik kan een drumcomputer kopen. Had hij gekozen voor een auto, dan zaten we nu zonder de New Beat <laughs> dan kan je mm. dat soort zaken inbeelden. Um, dat is anekdotisch natuurlijk, maar het komt er wel op neer dat. Uh, en nu kunnen gewoon als Sinterklaas op bol.com vragen achter een volledige opnamestudio of bij u thuis en zij mm. vertrokken. Um, die, die, to die toegankelijkheid, ook voor literatuur, maar ook beeldende kunst bijvoorbeeld, die toegankelijkheid, ik vind dat fantastisch. Um, en, 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 en dat, dat leidt ook ergens een. Uh, ik denk dat de coronacrisis daarvoor ook voor, voor, voor grote uh, te voor tussen zit. Een soort van renaissance van de. en ik geloof daar heel hard in van, van de creativiteit. We zijn echt teruggeslingerd geweest op onszelf. Um, we hebben dan na de, na, de, na de zwarte dood ook gezien in Europa is dat. Um, uh, mm -hmm. Er is een correlatie tussen uh, de pest en het feit dat we dat binnengezien gezien en doodgegaan en dan afgezien hebben. Het feit dat we daarachter orgieën zijn beginnen te organiseren en dat iedereen weer op elkaar zat en, en dan de, de, het naakte lichaam herontdekt hebben. En, en daar dan is dan de, de, voor een deel de Renaissance uit voortgekomen. En ik geloof me nu een jaar heeft niemand nog mogen een hand schudden, al dat hier gepasseerd is en iedereen is gevaccineerd. Er zal voor te begin uh, veel meer menselijk contact zijn. Ik bedoel, We gaan ook weer. Vroeger was ze van, gaan we naar de cinema? Ah, ja, ja, gaan naar de cinema. Mm. Ah, ja, ja, ik ga meegaan we weer al, weet wel. We keken er soms al tegenop om mm. nog een keer onder... Ja, zo, de verplichte, sociale verplichtingen noemden we dat ook letterlijk, hè. Om, om, om op café te gaan. En nu gaat iedereen zeggen, yes, fuck ja, yeah, man, mm. yeah. Weet je wel, dus dat gaat we weer zo... Uh, zeker dan dat begin Nog even single blijven, totdat het over is. Ja, van... Een jaar genieten, en dan een <laughs> ja, vriendin. En dan, <laughs> ja, en dan uh, waarschijnlijk... Uh, ik weet niet, 400 soa's eerst van iemand mm. eh, um, Nee, maar ik wil maar zeggen. Um, dus ik geloof wel dat er. Dat er um, ik hoor dat ook heel hard bij, bij zo. De mensen uit de, de podiumsector. Die hebben het voorbije jaar afgezien. Maar die hebben ook geschreven natuurlijk. Die hebben ook mm -hmm. gewerkt en nagedacht. Toen gronde muziek gemaakt. En, 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 en ik geloof dat er hierin zegt nooit gaan komen. Dat kan ook niet anders. Um, en ik denk ook. Uh, alleen de boekensector heeft het moeilijk. Hè? Um, ik kan daar niet rond. Um, omdat een groot deel van de bevolking ook geen behoefte heeft aan boeken. Maar ook omdat er zoveel andere dingen zijn. Uh, onder de jaren leden moesten we niet kiezen tussen een, een, een boek en Netflix. of een boek en een videogame. Hè? Maar um, de reden waarom dat de verhalen verteld worden. is, is sprangender geworden. En ik denk ook dat we daaraan aan gaan winnen. hier op het einde van de rit. En, en dat vind ik een heel, um, heel fijne gedachte. Hoe was dit jaar eigenlijk voor u? Goh, niet zo heel anders dan andere jaren eigenlijk. Um, ja, ik heb wel veel opdrachtgevers zien verdwijnen. Dat wel. Um, een aantal heel toffe projecten die niks geworden zijn. Dat was kak. Maar dat deed altijd wel een beetje. Ik weet niet wat dat met corona te maken had. Misschien wel. Um, maar tegelijkertijd, ja, weet je, sociale isolatie, dat deed er sowieso al een beetje aan steken naar. Um, allee, die gaat dat niet. Je zei dat gewoon, ik ga het zo zeggen. Ik tel daar niet zo hard aan. Um, Sociale isolatie is niet vreemd voor een tekenaar. Nee, want het is een beroep dat je inherent alleen doet. Ik heb dat wel hmm. in het verleden geprobeerd om dat samen met andere mensen nog studio's op te zetten en zo dat soort dingen. Maar in essentie, als er op neerkomt, moet hij gewoon zoveel uur van je dag achter een tekentafel doorbrengen, alleen en doordoen. En dan gaan niet als dat gaat niet in groep. Nee, dat is geen groepsport. Dat is, uh, is lekker voetbal. Kun je kunt ook niet alleen. Wel, cartoons tekenen of tekenen, te koer kun je niet met elf. Um, en dus. Ik ga niet zijn dat ik daar beter door gewapend was, maar zeker in die, die eerste half, heb ik er eigenlijk gewoon nul last van ondervonden. Hmm. Uh, Oké, okay, het was dan betant dat hij niet naar de winkel mocht wanneer dat de wolven, dat niet alle winkels open waren of zoiets. Maar als dat terst is, zo, ik kan snappen dat dat voor sommige mensen aanvoelde als gelijk de Tweede Wereldoorlog of zoiets, maar voor mij was dat ja, op zijn hoogste ongemak. Ik zal het zo zijn. In die tweede half vind ik al wel. Al wel lastiger, omdat er heel veel. Het viel zo. Zo dat jaarlijkse ritueel van de boekenbeurs, dat is uh, voor mij wel belangrijker. Dat zou nu ook geweest zijn. Dat was nu geweest. Ja, nu, ja, Zo het dan eerst facts en de boekenbeurs en zo. Nu dit deel van het jaar is het jaar waar ik veel op de baan ben, normaal. Hmm. Wat ik zo mee oplaat, ook aan fans. Uh, want dat jaar dat het alleen zit, heel weinig van lezers. Fans is slecht, hoor, eigenlijk. Um, je werkt alleen aan een aantal dingen, een aantal projecten. En dan komt dat nu uit in boekvorm. En dan je daarmee. En doet ook lezingen en zo. Mm -hmm. Om zo wat feedback aan u daaraan te voeden. En uh, dan zit ik hier bijvoorbeeld normaal gezien tijdens de boekenbeurs. Bijna een week hier op hotel op het gemak. En dat is dan is dat zo'n beetje. Ja, een week stilte. Dat ik ook geen andere projecten neem behalve mijn cartoons. Uh, dat is zo een week van contemplatie. Bijna van wat ik mm. volgend jaar doen. Zo die. In de herfst sterft het leven, maar maakt zich ook klaar voor als humus voor het volgende jaar. En voor mij is dit, die ene week, dat is dan zo, dus weggevallen. Uh, dus ik kan niet zeggen dat dat moeilijk is. Ik had het allee, lastig, is ook groot. Ik vond, vind, vind het een gemis, ik zou het zo zijn? Ik zou het wel op een andere manier opvangen. Ik heb nu gewoon doorgewerkt, natuurlijk. Um, maar in, ik denk, wat, daar hadden we het gisteren met de jongens ook over. Ik denk, wat vandaag moeilijker is, is die week bijvoorbeeld. Mm -hmm. daar Kwam vrij natuurlijk, dat gebeurt, dat staat in de kalender. Je zou dat nu ook kunnen doen, maar dat voelt zo meer gemaakt, meer gefabriceerd. Ja, nu ga de... ik dat doen wat ik normaal deed, maar het is niet hetzelfde. En nee. dat, dat was ook wel wat weegt van. We kunnen dat allemaal in principe nog doen, maar het is niet hetzelfde. Het is niet een soort van, een soort van flaneren doorheen die week, wat er eigenlijk de afgelopen jaren wel was. Nu is het echt zo bewust, ah, ik ga er een week contempleren, maar zo werkt uh -huh. dat niet. Uh -huh. ja. ja, dat was het wel een beetje. Maar ook gewoon zo. Um... Um... Eigenlijk is, is, is hetgeen wat ik doe een vrij egoïstische bezigheid. Ik wil zeggen, ik, bedoel, ik, ik maak wat ik maak en ik doe wat ik doe en ik moet er eigenlijk van niemand geen zak aantrekken. Um, zelfs van de redactie bijvoorbeeld niet. Ik hoor die zelden of nooit. Uh, ik krijg mijn plaatsje van voor in de krant, ik zet mijn cartoon daar en dat is het eigenlijk. Dus dat is een vrij ego egoïstische ego bezigheid in dat opzicht van ik moet me eigenlijk aan niemand verantwoorden bij wijze van spreken. Um, Terwijl dat, dat wel zo is, natuurlijk, maar ik heb dat gevoel mm. nooit. Hè. En uh, zo één keer per jaar ontmoet ik dan de lezer, zo'n signiertournee door Vlaanderen en Nederland, en dan zo ook wel lezingen en zo, en, en krijg ik daar ook feedback over. Het kan niet zijn dat het dan ter verantwoording staat, maar ergens wel voor een beetje. Mm. Mm -hmm. je hoort dan ook je, um, zo, de diehard die ik al tien jaar op de boekenbeurs zie, of die al tien jaar naar lezingen komen, die mensen die dan. Uh, een deel van dat de reflectieproces wel vormen Zo van zijde hoe bezig waarover gaat dit uh, wat zijde we mee bezig wist dit jaar was hij mee bezig voor volgend jaar en um, ik kan niet zeggen dat dat mijn drive is maar dat maakt wel een deel uit van van zo dat proces van um, een proces kan niet enkel creatie zijn denk ik, hmm. ik heel belangrijk en is dat mensen hebben een heel verkeerd beeld van van creativiteit alsof dat al Zoiets Hemingway-achtig is. Hè? Uh, zo de, de romantische, het romantische beeld van de kunstenaar die zo gaat gaan zuiden, vrouwen versieren, met stieren uh, vechten en met uh, zwaardvissen worstelen en dan s'avonds nog thuis komt, een whisky drinkt en nog zeer een beetje typt. Hmm. Ja, nee, zo werd. Of zo, Picasso die maakte niet, heeft tienduizenden werken gemaakt. Bedoel, die zal wel een beetje gevlieren hebben en die verhalen zijn misschien wel allemaal waar, maar uiteindelijk in essentie zat hij gewoon tien uur in zijn atelier per dag te, te te schilderen en te tekenen en te werken. Uh, en zo, dus dat beeld van creativiteit, alsof dat, dat iets is dat goddelijk is, dat op je nederdaalt. Um, ja, dat is niet. Er is, het is meer dan creativiteit. Daar zit heel veel um, zelftwijfel uh, aan vast, wat belangrijk is. En zo'n heel proces van daarover geraken, ding weggooien, zelfdestructie eigenlijk, dus eigenlijk voor groter. Hij is constant bezig met werk aan het maken waarvan dat je weet dat het gaat vernietigen. Voor iedere cartoon die in de krant staat, maak ik drie, vier dingen die nooit gepubliceerd hmm. worden. En dat is niet alleen enkel met cartoons zo. Ik bedoel, mijn schuif ligt vol met verhalen en scenario's en dingen dat ik gewoon gemaakt heb, maar dat niemand mag zien. Gewoon, ik heb nu een roman klaar, die nog niemand gelezen heeft, en dat ik ga begraven, denk ik, of zoiets. Hmm. Gewoon omdat het kan. En ik vind dat een belangrijk deel van het proces. Want die dingen dat niemand ziet en die niemand. dat is de humus voor het volgende. Het is, het is gelijk. er moet een deel van u eruit, er moet een deel van u sterven. alvorens dat dan het volgende kan beginnen. Ik vind dat een hele belangrijke. Creativiteit heeft niks te maken met. iets dat van bovenuit komt. of van binnenuit komt. iets dat onverklaarbaar is. Dat heeft gewoon te maken met. dat is gewoon een van die stapjes. in zo'n proces van. een constant draaiend wiel van, van verandering. Dat klinkt vrij raar. Maar, ja. <laughs> ik heb er echt niks zin meer aan toe te voegen. <laughs> nee, ja, dat, ik vind dan nee, Maar ik vraag me al, al, al die tijd dat ik er al mee ben, van kind af aan af, wat dat eigenlijk is, creativiteit. En je kijkt naar anderen, hoe dat zij dat doen, en dan uh, zijn er van die mensen die, die daar heel zinnige dingen over te vertellen hebben. Zo. Neil Gaiman heeft daar een heel piepklein boekje over gemaakt, uh, over wat het is om om ja, te schrijven of ideeën te bedenken. En, en voor mij was dat heel troostgevend dat er zo een van de grootste schrijvers van, van zijn generatie, toch, die toch een paar klassiekers op zijn eh, naam staan heeft, dat hij dan uiteindelijk moet toegeven van, het komt er eigenlijk op neer om je eigen tot aan die een stoel te sleuren, s'morgens tegen je hoesting eigenlijk, want uiteindelijk, zelfs creatieve mensen doen een job niet graag eigenlijk. <laughs> Te, te sleuren tot dan in een schrijftafel, de eerste vier uur dingen eruit te kakken, zodat je van denkt: van, waarom in hemelsnaam doe ik dit en werk ik niet gewoon in de koor om dan uiteindelijk op het einde van de dag iets te maken waarvan dat je denkt van, wel wat redactie, morgen kan het nog goed komen. En mm. in, in essentie zie mij een dag er zo uit. Ik sta als morgens op, zes uur zelfkwelling om voorbij dat punt te komen van, ah ja, fuck ja, yeah, eigenlijk weet ik wel waar ik mee bezig ben. Mm. En dan blijkt nog altijd dat ik het niet weet, maar goed, ik kan één toch overtuigen van het feit dat het omgekeerd is. En het feit dat zo iemand dat dan schrijft, iemand waar ik zelf naar opkijk, waarvan ik zijn werk subliem vind, waar je toch 90% ervan, dat die herkenbaarheid er ook bij anderen in zit, dat die ook geen flow idee heeft waar wat dat mee bezig, bezig is, dat vind ik vrij louterend. Meer dan zo, je ziet dat nu heel vaak op het internet, zo masterclassen en workshops en van die youtube lezing van mensen die uitleggen over hoe dat inspiratie werkt. Zo, alsof mm. dat even uit de fles kunt trekken en uitleggen. Inspiratie, dat is gelijk, gelijk een vieze ziekte. Dat is zo, dat overkomt mm. u. En je hebt geen flow idee waarom. Dat is zo. Je kunt. Ik heb dat soms, hè, dat de tien uur aan een stuk. ieder moment van de dag. Je, je kop zit te breken op ideeën, op ideeën. En het ligt zo voort. zou zo voor de zijn, maar het komt niet. Hij maakt terecht. 40, 50 cartoons die je op geen kloten trekken. Hij gaat twee minuten naar de wc, je laat het los. En dan zijn er al zes, zeven goede ideeën. die er niks mee te maken hebben. Over iets compleet anders. En pijs ik je van: waarom? Waarom? Ja, er is geen lijn in te trekken. Hmm. Dit is een rant <laughs> Heb je ooit die commencement speech van Neil Gaiman gezien, waar dat hij op Stanford, denk ik, gaat praten? Ja, ja dat is lang geleden. Voor iedere jonge, allee, niet enkel ja. voor jonge mensen, maar daar geeft hij het voor jonge mensen, waar dat hij dan exact dat punt maakt. Zo van: Heeft hij zo'n quote van: ja, Creatieve mensen worden betaald of vinden werk, omdat ze nu eenmaal werk vinden, zo, laat het wel los. En dan Zo'n commencement speech van 10 of 15 minuten en dat is. Ja, dat is zo sterk als je daarnaar kijkt, want dat zo de dingen waar relativeert. En wat ik moeilijk vind om, uh, om los te laten, is bijna alles waar dat wij mee omringd worden, kunstfilms, boeken, dat zijn per definitie afgewerkte producten, waar dat weken, maanden, jaren aan gewerkt is. En wij kijken daarnaar en we denken, ah ja, zo'n boek zou ik ook wel schrijven, maar wij zien niet hoeveel moeite of tijd of dat, daar is, dat daar is ingekopen. En we kijken naar een televisieprogramma, eender welk, en dan kijk je naar je denkt, ah ja, dat ga ik ook maken. Maar daar zit aan een film. Zit, er heeft misschien 20.000 man mee gewerkt aan een of andere film dat wij in de zit. En dan zien we dan denk je, oh ja, twee uur actiefilm. Ja, ik ga dat ook schrijven of maken. Maar, en, en dat geeft een soort van vertekend beeld van wat dat. Uh, ja, wat dat de effectieve uh, moeite is, daarin dingen en dat is niet... waanzinnig, hè? Ik ja. ons dat heel moeilijk inschatten. Ik, ja. ik heb ooit een keer een, een, een workshop bij Pixar gevolgd. Ik mm. ben ik een tijdje ook een animatiebedrijf gehad. En, en omdat ik daar heel hard in wou verder gaan. En um, ik dacht, zo'n hele dure workshop van vier dagen in Londen bij Pixar, we gaan dat doen. We hebben daar vier dagen over één minuut animatie gepraat. Hè? Mm. Vier dagen aan een stuk, frame per frame, iedere keer opnieuw, iedere keer opnieuw, zo. 25 framekes en ze daar op één en dag besproken. We kunnen ons niet inbeelden hoeveel moeite dat sommige mm -hmm. dingen zijn. Maar dat zijn ook economische producten natuurlijk. Hè. Dat is ook iets dat heel uh, zelden ingeschat wordt. Het dus is niet omdat een boek is dat het het beste boek is. Um, er zijn misschien uh, heel veel jonge mensen denken ook van: het is, mijn werk wordt niet gemaakt, het is niet goed. Maar dat heeft er in essentie mm. niks mee te maken. Um, heel vaak heeft het al te maken met de naam van de persoon die eraan vastzit. Een gevestigde schrijver had een kutboek heel veel makkelijker gepubliceerd krijgen dan een complete nieuweling die een meesterwerk geschreven heeft. Zo is dat nu eenmaal. Maar ook um, de achterliggende economische realiteit. Ik heb al, um, wacht eens, tot nog toe drie keer op het punt gestaan. Om uh, dus de, de optierechten verkocht om een TV-serie te maken van mijn werk. Drie keer. Het is er drie keer niet van gekomen. Uh, de ene keer was dat van Red Rider. Dat was zelfs in Hollywood toen. Ja, uh, waarom is dat er niet van gekomen? Dat was een optierecht. Die mensen hebben dat om de economische realiteit gekocht om dat te parkeren. Heb ik gedroomd dat er daar Hollywood-acteurs, weet ik veel, wat, allemaal gingen doen met het universum, dat ik geschapen heb? Natuurlijk. Maar de economische realiteit was dat, dat die mensen dan om te parkeren en hij een andere reeks in de running had die erop trok, maar dat er elementen in zaten en dan mocht die concurreren met elkaar. Uh, tegelijkertijd, andere ideeën uh, geraken dan wel weer in de stroomversnelling, waarvan je zelf denkt van, Goh, ik vind dat een van mijn minder ideeën, maar we gaan zien hoe dat wordt. Dus dat soort... Dat wordt heel vaak onderschat, ook door jonge mensen die met creatieve, creatieve beroepen bezig zijn, is dat... It's quite random from a creative mm -hmm. point of view. De creativiteit is er al, en bedoel, heb iets goed gemaakt, het, het, het moet goed zijn op zichzelf. Het heeft niet zozeer met dat publiek te maken of dat dat publiek bereikt. Er zijn ongelooflijk veel strontwerken, die dus keer, veel meer keer, uh, aandacht krijgen dan een paar pareltjes, waar het dan maar 200 man hmm. uh, naar greep. Waarom is dat? Marketing vaak ook. Wat ik wel als jonge maker, als ik daar voor mijzelf zo over nadenk, wat ik frustrerend vind, is zo um Vasthouden aan een idee van wat je wilt maken. Um, wie je zei het, hoe je jezelf in je werk legt. Maar constant wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld anderen die het beter lijken te doen of meer aandacht. En bijvoorbeeld, wat een van mijn frustraties is, ik maak hier babbels van urenlang. Is wanneer dan iemand zal zeggen: Van ja, nee, maar kun je niet wat inkorten, wat inknippen, wat dit of dat? Dat je echt zegt: Nee, ik heb mijn stijl. Ik wil dat zo maken. En ik, ga, ik wil daar niet op. Ik wil daar niet op afgeven, want dit is, dit is wie ik ben. En als ik het ga maken, ga ik het enkel zo maken. Maar ook dat zo een constante... Uh, het, het constante gevecht is dat de mensen rondom u, of die daar, die daar minder mee begaan zijn, een soort van lat aan u opleggen, als jongenmaker Waar je per definitie niet aan kunt voldoen. Als ik mijn eerste roman schrijf, dat is niet zo goed als iets wat Neil of Taken, wat Neil Gaiman maakt. Of als ik mijn eerste cartoon, ik ben niet Lector. Of wanneer ik mijn eerste podcast, ik ben niet Joe Rogan. En ik vind dat voor jonge makers, dat is iets wat ik heel hard voel. Er wordt zo, en ik bedoel, dat, dat leeft weer volledig in je eigen hoofd. Maar het voelt alsof er mensen zien enkel maar perfectie op bijvoorbeeld televisie. En dan begint jij met iets of je maakt iets. En dat wordt zo precies de maatstaf. Maar mensen zien niet dat daar 200 man heeft aan nagedacht. Of dat er een budget van 10 miljoen tegenover staat. Terwijl, en, en dat, kan, dat, dat geldt voor alle jonge mensen. Dat ik zoiets denk van alle jonge makers. Dus van, geef jezelf ook ruimte. En, en die, die stem van buitenaf, van de relativeren. Want die mensen die, die dat niet weten, die kijken naar een boek. En die zeggen dat is toch niet zo moeilijk om te maken. Maar die zien niet hoeveel moeite dat erin zit En ik vind dat soms heel demotiverend. Dat ik denk maar dat mensen bijvoorbeeld naar mij bijvoorbeeld iets zeggen. En ik denk, maar als je er nu zelf twee minuten over zou nadenken, dat is eigenlijk wat je tegen mij nu zegt, is tegen een vijfjarige zeggen van, nu komt niks, want je hebt nog nooit Dostoevsky gelezen. Ja, nee, natuurlijk niet. Allee, mm -hmm. ik heb zo half lachend in mijn Instagram staan, beste podcast van 2025. Dat is niet omdat ik dat effectief geloof, dat is omdat ik in 2025 tien jaar bezig ben. En dat is vooral voor mij een reminder van, geef zelf eens tien jaar de tijd om in iets te groeien. En, en dat vind ik soms zo als jongemaker, omdat er zoveel perfectie tussen aanhalingstekens, en daar is, daar is internetcultuur een groot deel van, omdat je wordt ook constant geconfronteerd met alle beste mensen van over een hele wereld, waar je vroeger gewoon met de buurman geconfronteerd werd, en de kans was groot dat je iets beter was als je daar goed in was, maar dat, je zo, dat de grens, de maatstaf ligt zo hoog, dat er bijna geen ruimte meer is om die scheve lijn te tekenen, of die, 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 dat ding te doen, want... Je wordt zo langs overal gebombardeerd met dit is de maatstaf. Want dan wordt je langs alle kanten ook gebombardeerd met perfectie. En daar zit een groot ja. probleem, denk ik. Maar gewoon dat hier door de stad, om gewoon een voorbeeld te geven. En je ziet een, een gevel. En je ziet daar, uh, daar zijn stonemasons, hoe zeggen in het in Nederland? Uh, steen, ja, steenhouwers aan mm -hmm. bezig geweest. Niemand loopt daar voorbij en denkt: ik ga morgen beginnen kappen en ik ga ook dit maken. Nee, dat is een, dat is een expertise die je op 30, 40 jaar opbouwt. Mm -hmm. Maar en daar is dat duidelijk. In die fysieke wereld is dat misschien nog iets duidelijker. Maar wat creativiteit in de digitale, of in de vluchtige wereld aangaat, daar is dat zo precies. Ja, als je een iPad pakt en je hebt Procreate, dan kun je toch tekenen wat dat, wat dat een elektron maakt. Of wanneer je, mm -hmm. maar dat is helemaal niet. Daar zit een soort van skill aan. En dat vind ik zelf wel, die dus die, dat gebombardeerd worden met perfectie op een in, een, in een, in een, in zeker die digitale context. Dus wanneer ik het nu over fysieke creatie heb, gelijk zandbeelden en dergelijke, dan, ik vind dat soms heel. Dat geeft mij zo'n benauwd gevoel, zo jongens. Maar ik denk dat dat een heel belangrijke les is dat ik kunt meegeven aan jonge mensen die met creatieve dingen bezig zijn: is dat perfectie kunnen kopen. Ik bedoel, kijk naar films bijvoorbeeld. Um, ja, bon, met, met een miljoenenbudget kunnen er eender wat toe gebeuren met CGI tegenwoordig. Mm. Hè? En, en men doet dat ook, met, men verstopt verstopte creativiteit. Een film hoeft niet meer goed geschreven te zijn. Um, Gooit er wat computers tegenaan, wat dingen die door de lucht vliegen, wat ontploffing. En, en is al ook wel verkopen. Hè. Zet er de goede superheld tegenaan en de film is oké. Okay. Um, net in uw imperfectie zit uw kracht. Net in de hoekjes die scheef zijn. Um, als, je als, beginnende, als je als beginnende filmmaker Marvel wilt zijn, dat gaat niet. Als je als beginnende schrijver wilt, weet uh, ik veel. Um, ja, eco zijn bijvoorbeeld. Die mensen heeft mm -hmm. 70 jaar uh, eruditie met zich mee te slepen, um, dat gaat niet. Er, er is een essentie: kun je kunt maar expert zijn op één vlak, op ieder welk moment van je leven trouwens, dat geldt niet alleen voor jonge mensen. Je mm -hmm. bent maar expert op één vlak, en dat is het in jezelf zijn. En al die afgewerkte, fantastische producten, hè, dat zijn allemaal andere mensen. En, en je kunt je daarop blind staren, maar als je dat doet, gaat je heel je leven achter iets aanlopen dat je nooit kunt bereiken. Je kunt eigenlijk alleen maar je bucketlist moet volstaan, maar denk dat je zelf wilt doen. Daarmee, als jij nu nog cartoonist op de maan wil worden, kunt je vergeten, dan ga ik dat doen. Dus ik kunt maar beter eigenlijk gewoon. Ja, dat is een moeilijke les natuurlijk, hè, want. Allez. Ik snap die al Ik heb dat ook gehad, hè. Als ik als jong een tekenaar bewon, en ik zag hoe dat Kamma stond. Ja, Kamma was ook, hmm. was ook wel, was de 25... Kamakoska. Ja. Hij hmm. is 25 jaar ouder dan mij, mm -hmm. Als ik dan zag van, fucking hell, en die mag daar publiceren, en dit en dat, waarom mag ik dat niet? Mijn werk is, vooral minstens zeven grappig. Hmm. Um, maar dat had ook te maken met het feit dat hij gewoon op een ander punt in zijn dingen stond, dat er ook veel meer geld achter zat, en veel meer en machinerie, en veel meer contact, en veel meer netwerk. In essentie komt het er gewoon op neer van... Ik denk dat het belangrijkste is bij heel die creativiteit, is gewoon uw eigen stem ontdekken. Zeker als jonge mens, omdat je gebombardeerd wordt met al die andere vakkunstmatige, maar ook gewoon echte stemmen, is het heel makkelijk om de nieuwe Chris Rock te gaan zijn als hmm. comedian. Of de nieuwe. Nee, nee, je moet niet de nieuwe Je bent de nieuwe uw eigen. De eerste uw eigen, niet de tweede Chris Rock. Want Chris Rock die is expert in zijn eigen zijn, maar hij is expert in uw eigen zijn. En hij kunt in het beste geval een goede amateur zijn en Chris Rock zijn. Mm. Dus um, ja, is een dat is ook een oeroud gegeven natuurlijk. We zijn heel ons leven aan het zoeken naar wie we zijn. En, en um, het is daar dat die in een zoektocht naar creativiteit ook, ook interessant wordt. Is dat als je die twee kunt connecteren aan elkaar. Als je op een bepaald moment het van ja, bon. Ik ga waarschijnlijk nooit weten wie dat ik ben, maar de zoektocht is interessant en ondertussen sleur ik mijn creativiteit erin mee en heeft iedereen er iets aan. En um, het heeft geen zin om de tweede vermeer te willen zijn. Nu ga je nooit zo goed kunnen schilderen als die mens, maar zoek uit waar dat uw expertise hmm. in zit. En misschien ook een stukje het besef: vermeer op dat moment wist waarschijnlijk ook niet dat hij vermeer was, op het moment dat hem dat, dat maakte. Is dan Hmm. Die Sixteense kapel, ik bedoel, dat was gewoon die hmm. mens wilde zijn facturen kunnen betalen op het einde van de maand, die heeft dat in opdracht gedaan. Hè? Hmm. Um, en dat is met zoveel van die dingen heel... Weet je, het belangrijkste, de belangrijkste les dat ik eigenlijk geleerd heb op, op, die, op die tijd is dat het allemaal vrij toevallig gegaan. Ik had, kijk, twintig jaar geleden wel een soort van masterplan van hmm. wat ik wil staan, dit en dat. Het is letterlijk zo dat ik de week waarin ik bij... Dus nu, in februari, werk ik tien jaar voor de standaard. De week waarin ik bij de standaard begonnen ben als cartoonist, ging ik stoppen als cartoonist. Um, uh, ongeveer een derde van mijn klanten waren gestopt, failliet gegaan, mij aan de kant geschoven in die periode. Ik had nog iets lopen bij Woestijnwis, waar ik zo die animatie deed bij Man met Hond. En, um, en voor de duidelijkheid, toen was je ook al een jaar of tien bezig. Ja, toen was ik uh, tien jaar bezig. Uh. Ja. Maar uh, ja, ik werd toen uh, 31. Um, en ik zag mijn zaak gewoon, ja, boom. Er was nergens in een krant plaats voor nog een cartoonist. Ik was de jongste Vlaamse cartoonist op dat moment en er was gewoon geen plaats. Het uh, zag er ook niet naar uit dat er snel plaats ging komen. Um, en uh, ja, het was de boeken toe. Dus ik had aan mijn boekhouder al geweest en afgesproken: van kijk, uh, we gaan dan dat BVBA opdoeken en zo. Het was allemaal geregeld. Ik moest nu eens nog mijn handtekening zetten. En in die week werd ik gebeld door de standaard voor de verhalen dat ik wou proberen, omdat ZAZA er een beetje doorzat. En dan is al uiteindelijk heeft hij dan afgehakt helemaal en heb ik dan overgenomen in die periode. Maar zonder dat toeval. Um, ik had ook, en het gekke eraan is, ik had dus al die jaren, heel trouw trouwens, altijd portfolio's gestuurd naar de kranten waarvoor dat ik wou werken, ook naar de standaard. Um, letterlijk iedere drie maanden stuurde ik mijn beste werk in van de voorbije mm. drie maanden. Uh, nadien heb ik gevraagd van een aantal van die mensen, wat vonden daarvan? Dat had dat niemand ooit gezien. Dus. Dat heeft niet met, met kwade wel te maken, maar gewoon een krant maken. Het gewoon, is gewoon zo'n hard werk en zo. Die, die schrijven iedere dag met een groep een, een, een boek, een hele mm. dikke boek samen. Hè. Um, het zet daar zoveel tijdsdruk achter. is Zo'n is gegeven, zo'n krantenredactie. Die hadden gewoon geen tijd om nieuw, nieuw talent te zoeken. Dat, pff, dat, zo, ja. Die doen ook maar waarlijk. Iedereen denken. Mm. En dus. De grootste verdienste op vlak van mijn carrière is puur toeval. Iemand die toevallig iemand kende, die mij werk kende op de redactie, die dan een keer liet van: oh, ga ik in een ding dan? En dat is dan, dat is dan vaak denk ik, de crux van de discussie: is dat een buitenstaander, een jonge maker, wie dan ook, die gaat u vragen, uh, Steven: uh, wat zijn uw 1, 2, 3, 4, 5 tips om lekter te worden? En de realiteit is. Toevalligheden, hier een beetje doorzettingsvermogen, maar ik ging mijn handtekening gaan zetten om, het, om, om ja. de boeken toe te doen. En eens kwam een telefoontje, en inderdaad, ik zou je kunnen zeggen: stuur elke drie maanden een portfolio binnen, maar bleek dat dat nul relevantie had. Het is, het is echt heel lullig gegaan, allemaal. Het, 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 het zit eigenlijk weinig strategie achter. Ik bedoel, mijn allereerste reeks boeken. Ik heb er acht gepubliceerd bij de uitgever, dat was gewoon toevallig. Ik was voor een andere sessie in Amsterdam. Uh, ik vroeg aan die mensen van ja ik zo vanavond nog iets willen van nog met die, met die mensen zelf van de organisatie vroeg aan die negenaar zouden we zouden nog iets kunnen gaan drinken ah naar dat café we gaan naar dat café toevallig zit er dan een ander uitgever dat nog nooit zien had. we spreken die mensen dan ze zijn met zijn stoel wat dicht tegen mij aan. zat en we praten aan de praat en blijkt dat dan een uitgever in en een paar weken later tekent mijn contract Allee, weet wel mm. dus toeval... En je kunt dat ook niet forceren, toeval. Hè? Je kunt dan natuurlijk overal in cafés gaan zitten met dat uitgevers zitten of zoiets. Je zou het zo kunnen forceren. Maar eigenlijk, in essentie, ik heb ik gewoon geluk gehad. En dat is ook de grote les eraan. Is dat eigenlijk in mijn klas, in de, aan de hogeschool in de academie in Gent, aan het KASK, zaten er veel getalenteerdere mensen dan mij die het niet gehaald hebben, die nu ik weet niet wat doen. Um, maar gewoon toeval. En dat is natuurlijk vrij confronterend, hè? maar het leven op aarde is ook toeval. Hè? Dat is gewoon weet niet, ergens uh, twee zalen die een keer tegen elkaar gebotst hebben, hoe sorry, en het was vertrouwen ook mm. in de miserie. Dus ik denk dat toeval een heel grote rol speelt, allee, in mijn leven toch. Ja, dan is misschien de les om toch weer door die, denk ik, niet de beste beeld te kijken, maar het stukje van misschien dat comfort met jezelf, die mm -hmm. soevereiniteit die je in jezelf voelt, van ik ga dit maken en ik maak dit omdat ik dit wil maken, en omdat en dat is de moeite die je kunt doen, niet vanuit een extern doel van, ik wil in die krant staan of dit of nee, dat, hè, want ja. ik ga mijn portfolio insturen, maar dit is wat ik maak, en daarnaast is het uit mijn handen. Ja. En, en daarnaast is het, en, en dat vind ik zo, je hebt, um, ik herinner mij niet van wie uh, dat werk is, maar die gast heeft zo onderzoek gedaan naar, um, naar creativiteit, en het gaat over... Um, Conceptuele versus experimentele denkers. En Malcolm Gladwell heeft daar een podcast over gemaakt, over Halleluja van Leonard Cohen. Of de podcast heet Halleluja en daar gebruiken ze dat nummer. En dan gaat ze eigenlijk. Het, het, het typisch voorbeeld is zo Picasso en Cézanne. En mm -hmm. dus Picasso is iemand die op jonge leeftijd. Um, choqueert hij de wereld of uh, verovert hij de wereld. En Cézanne is eigenlijk iemand die heel zijn carrière lang zoeken, zoeken, zoeken. En dus Picasso is een voorbeeld van dat conceptueel. Die hebben een idee en op vrij jonge leeftijd mm -hmm. pikken die. En Cézanne is zo'n voorbeeld van een experimentele denker, of in dit geval uh, creatieveling. En zo, bijvoorbeeld wanneer je dat weet, en je kijkt naar jezelf, voor mij helpt dat dan zo, altijd zo van ah ja, wauw, je hoeft niet op 22 al de, 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 de CEO of oprichter van Snapchat geweest te zijn, een miljardair. Je hebt ook zo een ander traject waarin je zoekt en zoekt en zoekt. En er zijn wel handvaten om, denk ik, je verhaal aan te vertellen, als jonge gast dan. Maar Opnieuw is dat dan zo wat in mijn leefwereld wat frustrerend is, is die perfectie, of de, die perceptie van ik word omringd door, per, door perfectie. En dat is gewoon zo: dat grijpt u zo naar de keel. En ik weet niet of dat typisch internet gebaseerd is. Want als ik je over vertel, dan kan ik me voorstellen dat jij 20 jaar, 25 jaar geleden exact hetzelfde gevoel had, maar gewoon op een, op een vergelijkbaar gevoel als je type, hetzelfde type persoon bent maar gewoon in een andere context. gezegd dat misschien op televisie of in andere kranten. Ja, dat was heel grappig. Hè. Toen dat ik zo'n uh, jaar of 19 was, had ik zo wel het idee, ik wil iets doen met tekenen. En um, er stond dan zo'n een, uh, een artikel in de Humo van Kamahurka, zo'n interview, en dat hij zei van, ja, als je aan je achttiende nog niet doorgebroken bent, dan moet je er ook niet meer aan beginnen. Hmm. Toen dacht ik bij mijn eigen ik heb mijn window al gemist, ik ben nog negentien 19 jaar. Hmm. Um, maar ik ben er ook maar ingerold in dat cartoon. Dat is nooit echt een, een masterplan geweest of zo. Um, ja, weet je, perfectie, perfectie is eigenlijk. Op het moment dat de perfectie kunnen loslaten, denk ik gebeurt het pas, hmm. um, want perfectie, weet je, perfectie dat is, dat is zoiets um, perfectie en normaal. Dat zijn zo twee dingen, waar ik, eigenlijk, ik kan niet zijn een probleem mee heb, maar dat zijn zo van die concepten die eigenlijk gewoon niet bestaan, je ziet dat vaak zo in de boekjes dan de perfecte keuken. Nee, als je naar die keuken gaat gaan kijken in het echt, dan zijn daar broksjes af. Hm. Omdat er daar een keer iemand een pot heeft tegen laten vallen, of het is iemand een keer lomp geweest en er is een kras in die oven en al. Dat is eruit gefotoshopt. Ik bedoel, perfectie bestaat niet. De perfecte vrouw, ik bedoel, je ziet dan van die gefotoshopte modellen in boeken staan, en als je die in het echt ziet, dan is die gewoon ook gewoon poriën en, en weet wel, en, en, en pluizige dingen, plekjes op hun gezicht, dat weet ik ik veel wat allemaal. Perfectie is een, een goed bedoelde illusie om dingen meer te doen verkopen, maar dat is het ook een klein beetje. Om ons, om ons verlangen aan te. Maar natuurlijk loopt mij daar met open nog in. En normaal is juist hetzelfde. Normaal bestaat niet. Er is zo. Um, ik heb het al ondertussen een verteld, waarschijnlijk in interviews. Er is zo een vereniging um, die al van in de jaren vijfde of zesde bestaat. De, um, dat is een, een, een wetenschap die niet echt bestaat, maar ook weer wel. Dus de Pataphysica heet, heet dat. En dat komt er eigenlijk op neer dat die het normale onderzoek, naar niet in zo'n. Um, dus, ongelooflijk hoge geldprijs. Ik geloof dat een miljoen dollar is. Uitgeloofd aan de eerste persoon die iemand normaal kan voorstellen. Hij slaagt daar niet in. Hè? Er is hmm. aan iedereen wel iets hè, die, die niet aan. Wat is normaal? Ik bedoel, hoe defineer je normaal? En met perfectie, kijk, ik eigenlijk juist dezelfde is. Wat is perfect? Um, voor, voor de... Allee, je ziet dat heel hard in onze supermarkten, bijvoorbeeld. Hè? Zo een perfecte kiwi, bestaat dat? Nee, dat zijn allemaal van die vrij rare. Harige ding, wel lekker natuurlijk, maar perfect, ja. Hij wilt er de beste uit kiezen, maar de perfecten gaat er nooit vinden. Mm. Dat is met leven juist hetzelfde: een perfecte loopbaan, wat is dat? Is zo dat interessant? Dat is zo vanaf dag één, zij de binnen, ze komt met allez, ik, zo Het leven van een Elon Musk, dacht ik, mijn kat, jongen, niet normaal, gewoon al kan doen, hij wel. Ik weet het niet in Wat ik net aan moest denken, zowel perfectie als normaal in die context. Dat zijn zo twee ideeën die rond consensus gebaseerd zijn. Want perfectie mm -hmm. is dan zo gezegd wat dat de grootste groep mensen perfect vindt. En als je creatief bent, maar ook ik denk ondernemer, politicus, er zijn nog wel een aantal dingen die daar in, de, in het verlengde zitten, dan wil je per definitie geen consensus. Want hoe kun jij de wereld, bij, tussen aangangstekens de wereld, veroveren? Door cons dat doe je niet door consensus. En, dat is die grenzen weer, hè? Ja. ja. Ik, als kind, en mijn, een van mijn eerste herinneringen, zijn zo letterlijk in de kleuterklas... Uh, een, een artistieke ruzie... Ik ben daarvoor in de hoek gevlogen, omdat ik uh, zo van die kaasdoosjes, van die ronde kaasdoosjes, van Lavash Karim, ja. zo schilden in concentrische cirkels, zo. En je moest één kleur, dan nog een kleur, en dan een cirkel in het midden. En ik had zo de cirkel in het midden en de buitenste kleur in dezelfde kleur gezet, wat ik dat mooi vond. Ja, dat mocht niet. En ik had al een hele discussie over gehad met die leerkramp daarvoor voor in de doek, want is mijn idee over esthetiek, vloekte met die van de... Oh, Oké, okay, dan nu eigenlijk mee zeggen? Ik weet het niet meer, maar komt er een essentie een beetje op neer dat... Uh, die grenzen. Ja, voilà. Zo'n kleurboek. Het is toch veel interessanter als je zo... Allee, dat, dat paardje die daar in teken staat of zo, ga ah, dat inkleuren, blijf volledig binnen de lijn van dat, wat die kleurboekenmaker bedacht heeft. Het is pas als je zo buiten gaat dat het toch mm. hè, wordt. Um, daarom dat het ook zo interessant was, zo'n tijdje in zo'n denktank gezeten rond het werk van Willy van der Steen, om zo te gaan... Distorten, buiten de luintjes gaan kleuren van wat, dat, wat zijn werk eigenlijk bedoelde. Daarom dat bijvoorbeeld Amoras zoveel interessanter is dan Suske en Wiskereeks. Hm. Omdat de, al de grenzen dat hij vastgesteld hebt in vraag durft stellen. Um, dat duiveren is daar al volledig. En wat, wat, wat doen we er dan mee daarbuiten? Wat kunnen we daarmee aan de slag gaan doen? En ik denk dat dat voor alles geldt. Als je voor jezelf, denk dat voor creatieve mensen ook als je voor jezelf grenzen opstelt, moet je je een keer gaan afvragen waarom. Wat is die grens? Waarom is die grens daar? Beperkt mij dat niet ongelooflijk hard? Uh, ja, ik vind, vind, ja, dat, denk dat het daar... Dat vertelt ook veel over jezelf, wat dat je eigen grens is. Ja, en, ook, en is dat een, een externe grens die, u, die jij hebt aangemeten? Of is dat een in, ja, dat interne grens? hebt. Ja, want als dat is een interne grens is... Want ik weet bijvoorbeeld dat jij de regel, te, de regel hebt van... Ik lag nooit met slachtoffers. Mm -hmm. Dat is dan, neem ik aan, eerder een interne. Dat, dat, dat is een ethische of een morele lijn die je voor jezelf trekt. Maar een, een externe grens kan perfect zijn. Ja, u, je mocht max twee tekeningen cartoons per week maken, want anders mm -hmm. kun je niet creatief zijn als je elke mm -hmm. dag... Eet, bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is een grens die heeft iemand voor u getrokken in uw hoofd, en die moet je voor jezelf maar gaan verkennen of dat waar is. En dat is dan een externe. En ik denk dat dat wel... Dat komt op zich een beetje terug met die perfectie. Dat er vandaag heel veel. Het is heel makkelijk om in die externe grenzen te trappen van het moet zo zijn of het moet daaraan voldoen. Of, of een, een cartoon op het internet, dat is toch geen echte cartoon als het niet in de krant staat? Nee, en vandaag, en nu zijn we twintig jaar verder, heb je een proliferatie van, van cartoon, uh, cartoonisten die enkel digitaal beeld publiceren. En dat is evengoed cartoons als ja, twintig jaar geleden. Ja, Twintig ja, Doe... jaar geleden zouden we zeggen dat is, dat is geen echt, wat, er, wat het ook mm -hmm. is. Maar nee, Ook zo gewoon de wereld van de memes bijvoorbeeld. Dat, dat in essentie krijgen dus nu eigenlijk mensen die cartoons maken zonder te tekenen. Die mm -hmm. dus gewoon op basis van uh, nieuwe ideeën of van ideeën die, uit, uit, uh, die tot het collectieve bewustzijn uit de filmwereld of zo. Of soms zelfs gewoon, ik zie dat bij, bij, bij jonge mensen als ze memes maken. En dat ze dus niet meer weten uit welke film dat het komt. Omdat mm -hmm. gewoon, weet wel, de Big Lebowski, die film is 25 jaar oud. Niemand herinnert zich die film nog blijkbaar van die generatie, want ze hebben dat nooit gezien. En dus, maar die meme leeft wel nog en, en, en is versterkt zichzelf. Ik vind dat vrij interessant, omdat de grenzen van een cartoon vervaan ook daardoor. We hebben altijd gedacht, um, uh, in het begin dat ik begon was iedereen bezig van, oh cartoon ja print goh, dat gaat niet lang meer duren, we gaan binnenkort, iedereen gaat moeten naar animatie gaan, het begin met animeren, we zullen wel zien. Maar in essentie, we, we, we zijn wel gestopt met tekenen toecourt eigenlijk. We zijn gewoon de richting van... Uh, uh, van, van zelfs het opheffen van auteurrecht aan het gaan. Ik vind dat een vrij interessante piste wel. Uh, een een ongelooflijk dodelijke piste voor mijn, voor mijn winkel, bij wijze van spreken. Omdat ik niet meer moet tekenen, maar als ik, ik zie waar, 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 waar heel veel um, jonge mensen maken zonder te tekenen, vind dat eigenlijk wel ongelooflijk interessant. Mm. En ik wil het ook doen, want dat geeft mij de mogelijkheid om nog luier te zijn aan wat ik doe. Mm. <laughs> maar ja, ik vind dat... Mm. Um, ja... Het zijn boeiende, boeiende tijden. Maar, maar ook gewoon omgekeerd. Um, zo mensen zoals like, uh, Krosstin of, of, of Eva Mouton, die zichzelf nog steeds cartoonist noemen, maar die eigenlijk gewoon in hun plekjes die ze dan hebben in hun tijdschrift gewoon hele graphic novels neerzetten. Dat mm. dan denk van, wow, wacht een keer, zij die hier al de kotjes aan het openbrengen, dat zijn geen cartoons. Wacht een keer even, ben ik nu een cartoon aan definiëren? Waarom eigenlijk? Van waar komt die definitie? Snapte? je? Ik vind het vrij interessant dat die dat doen. Um, heel, neem nu bijvoorbeeld... Heel dat autobiografische gegeven vanaf vreemd. vanuit mijn generatie dan. Ik wil het hmm. niet vertellen over alleen Eva Mouton vertelt dan bijvoorbeeld over haar uh, kindjes die dan gestorven zijn. Alleen moet daar wel sterk voor je in je schoen staan, omdat ik, ik zo, ik bedoel, mijn, mijn privéleven had niemand geen zak aan. En hmm. uh, ik scherm dat af omdat er, allez, weet je, um, omdat dat comfortabel is, eigenlijk, omdat ik ook. Uh, ik lach wel met mezelf en met mijn, met mijn omgeving, maar zo niet op die manier. Ik vind dat heel krachtig dat er mensen zien die dat kunnen. Dat dat, dus dat, dat, dat medium, dat er eigenlijk niet voor dient, want dat dient er niet voor, hè. Mm. Allee, cartoons en zo. Um, dat dat daarvoor gebruikt wordt. Eigenlijk als bijna helend middel. Um, en ik denk dus dat de cartoon is al goh, ik weet niet, honderd keer doodverklaard. En nu zeker met de meme-cultuur ook, zat dat er weer heel hard aan te komen. En dan uiteindelijk toch we zien dat nu heel hard in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is de cartoon nog nooit zo relevant geweest mm -hmm. als nu, zijn we daar weer op de barricaden gaan staan, uh, maar ook Charlie Hebdo en zo van die zo zonder allee, in alle eerlijkheid, zonder die aanslagen op Charlie Hebdo was mijn job een stuk minder relevanter was er veel minder media aandacht voor, was ik ook nooit uh, uh, waarschijnlijk zo serieus genomen we waren daarvoor echt letterlijk, maar veel mensen herinneren zich die periode ook niet meer zo goed dat is ondertussen ook al bijna zes jaar geleden maar daarvoor waren wij gewoon een hoop lulhannessen die thuis zaten prentjes te tekenen in een pyjama en die voor hmm. de rest maar rust gelaten worden. En nu zijn wij plotseling deel van een soort van debatcultuur en worden we hmm. onze mening gevraagd. En al. Zo de Canaries je, of zo van de Ja, de wat Canaries ik, in de ja, coalmine, ja. zoals ja. dat genoemd wordt. Omdat dat ook wel in onze nadeel zo gedraaid is. Want we zien en dat in Turkije bijvoorbeeld heel hard. is zien cartoonisten worden en in de VS nu ook. Cartoonisten worden altijd. Uh, samen met onderzoeksjournalisten als eerste aangepakt. Endelijk comedians. En, the... Ja, voilà. Ja. Comedians ga je minder mat, omdat die mm. een heel andere vorm van podium hebben. Nee, die hangen veel mm. minder af van. Um... Dat is meer context, neem ik aan. Een cartoon ja. is een cartoon. Ja, een nee, maar een cartoon hangt. Een cartoon hangt, het bestaat bij gratie van een mm -hmm. uitgever. Hè. Mm. En een comedian kan altijd zelf een zaal boeken. Ja. Ik kan geen krant uitgeven. Mm. <laughs> helaas. Um, maar dus. Um, we zien heel hard, uh, want ik ben daar wel hard in actief in die, die rechtenbeweging, uh, dat zo, uh, als vrije meningsuiting ingeperkt gaat worden, dat dat dan heel vaak eerst via onderzoeksjournalisten wordt aangepakt, worden en cartoonisten en zo, en comedians uiteindelijk ook wel. En dan schuift dat alles maar een beetje op. Hè. Um, maar ja, dat is wel vrij interessant om te zien natuurlijk. Ook Cool is dus die, hoe dat opnieuw weer technologie dat mogelijk maakt. Hè? Als jij vroeger sprak, er is zo die kleine anekdote, waarom zijn al onze nummertjes ongeveer drie of vier minuten lang? Dus mm -hmm. waarom zijn al die nummertjes? Ja. En dan gaat je terugkijken en dan heeft dat een deel te maken met de capaciteit van vinylplaten, een deel te maken met de, de manier waarop radio gemaakt werd. Maar eigenlijk, die, die conventie stamt voort, is, is eigenlijk, gelijk zoveel dingen, gewoon een materialistische beperking, in de tijden van vinyl bijvoorbeeld. Maar vandaag, ja, als jij digitaal muziek maakt en het komt op Spotify ineens zie je nummers van 7, 8, 9. Ik bedoel, en dat is niet nieuw van de laatste 10 jaar. Maar je ziet opnieuw weer dat technologie hun in staat stelt om die categorieën te over. Eigenlijk dat te technologie een beetje die categorieën vervaagt en desintermedieert. En dat je ineens een nummer hebt van 40 minuten. Mobi maakt sessies van 20, 30 minuten muziek. Ja, Dat kon je vroeger nooit op vinyl printen. Dat kun je vandaag wel perfect maken. En dat zit je ook bij Brood wanneer het over die cartoons gaat. Ja, Als jij opgroeit in. Uh, in de New York Times is er zoveel ruimte voor een cartoon, voor Dilbert, en het moeten altijd drie blokjes zijn, of het moet dit, mm -hmm. of bijvoorbeeld. Ja, dan is dat uw medium. Maar als je ineens iets hebt, gelijk Facebook, Instagram, andere publicaties, ja, daar, kun je, daar heb je onbeperkte ruimte. En ineens ziet je een blog, gelijk Wait But Why, die, die gewoon hele boeken schrijft aan blogposten, En dan denk je, dit, dit, is zelfs, dit is zelfs, dit kun je zelfs geen blog meer noemen, dit zijn. En dat is wel, dat is ook super cool om te zien hoe dat, hoe dat, Inderdaad, die, die categorieën vervagen, omdat er ook... Het normaal een technologische, valt technologische Ja, er is ook een technologische grens daarvoor. Ja. En het normaal is inderdaad niet meer... Er, ik maak een cartoon voor deze ene publicatie en daar zit eigenlijk geen marge op. Nee, want die ene cartoon wordt een meme op Twitter, mm -hmm. wordt een publicatie in de standaard, maar wordt ook misschien op, op, op andere social media ook weer... Als Casey Neistat begon te vloggen op YouTube, ineens is er een hele explosie aan een soort van autobiografisch video gegeven. En dan denk je wauw, dit, dit bestaat niet op iedereen beroemd. Dit zou nooit op televisie hebben kunnen bestaan. Nooit. En ineens is er YouTube, is er Casey Neistat, en er is een heel nieuwe manier aan vloggen. Die heeft op één persoon, heeft vloggen, in die, uh -huh. in die setting, gewoon uitgevonden. In, in, zonder het internet was er nooit een Casey Neistat. En dat, is zo, dat zijn van die kleine voorbeelden, denk, dat is zo spannend om te zien, omdat de grens inderdaad wat vervaagt. Maar het verandert ook de manier waarop je als maker nog eigenaarschap hebt over je werk, um, als een cartoon het goed doet, in mijn geval, hmm. en die gaat viraal, dan plotseling wordt die in een heel heleboel talen vertaald dat hij niet meer kent. Worden die tekstballon uitgeweest wordt er een in Comic Sans in getypt. Soms zijn er dan ook nog van die grapjes die dan ook de context veranderen en heel het verhaal erachter veranderen. Hmm. Ik zo heel, heel lang een Obama-cartoon gehad die viraal ging in de VS, waar dat er dus eigenlijk een heel andere boodschap in stond. Ja. Maar mijn handtekening stond er nog onder. Ja, wat kunt je, ja, want... je kunt daar geen zak aan doen. Mm. Um, die in een cartoon, waar ik daar die doodsbedreiging voor gekregen heb, ook die heeft in, ik denk, dertig talen of zo is die vertaald. Dus de mensen stuurden hem toe dan zo in Thais erin getypt tot: mm. Ja, ik kan geen Thais, dat gaat gewoon niet. Um, je moet dat loslaten. Maar je handtekening staan. En dan omgekeerd, ik heb zo één keer voor had dat Ricky Gervais een van mijn cartoons postte en zo scheef getrokken van ergens een foto dat hij ervan genomen had en met de handtekening er juist aan. 2 miljoen likes en dan staat je naam er niet eens onder. <laughs> dat is echt. Toen dacht ik me zoiets van, ah, oh, lezen het is toeval. Het is toeval, weet je dat, of hetzelfde Hij mm. Zat ik nu in een privéjet, want hij hey, mm. had wel mijn carrière. Ik weet niet meer een vlucht genomen daardoor. Maar dat is toeval. Hij moet daarmee leren leren. Mm. Um, maar dus, je hebt geen eigenaarschap meer over je werk, op een bepaald punt. Allee, dat, je ziet dat wel heel hard ontstaan. Zoals like bijvoorbeeld die, die, die Maar ik bedoel, persoon... niet louter juridisch, je bedoelt ook gewoon... Uh... Niet louter juridisch, maar ook yeah. inhoudelijk. Hè? No, en zo uh, like als yeah. bijvoorbeeld die gast die PP uh, de Frog bedacht heeft, mm -hmm. is dus eigenlijk een eerder linkse striptekenaar die zo echt wel een redelijk grappige ding... Ja, ik bedoel, extreem rechts heeft wel zijn figuurtje gekaapt... Mm -hmm. Uiteindelijk heeft hij dan nou ook wel rechts aangespannen, heeft hij dat wel gewonnen en zo. Nee, dus... maar hij blijft te maken van Pippi de Frog als extreem rechtsfiguur en niet als. Voilà. Ja, voilà. Ja. Dus, um, en, en ja, je hebt daar eigenlijk geen, geen zeggenschap over. Hmm. Um, ik probeer dat. Ja. Dat is, uh, is b-post. Uh, dat, dat gebeurt soms. Oké, okay. ja, en, um, en dat is een vernieuwende realiteit wel. Ik bedoel, in de tijd, als, als Rubens een schilderij maakte, hè, um, of zo, neem nu je van, van mijn eerder mijn, mijn uh, zo'n zo etsende cartoonist uh, in de 19e eeuw, als hij een, 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 een karikatuur of een, een cartoon maakte voor de krant dan bleef dat beperkt tot dat medium. Zijn naam stond eronder. Mm. Hij besliste over eender welke vorm van reproductie. Dat was volledig bij hem. Als, hij, mm. als er iemand van, van mij, en dat gebeurt heel vaak, uh, dat ze een kopje veranderen in een cartoon, zo'n fotodrup kleven of, of zo, de creatieve man van, ik moet dat loslaten. Um, mm -hmm. En onze wetgeving is daar ook niet klaar voor. De wet van het auteursrecht, die dateert van 1994. Ja, bon. In 1994 zaten de mensen nog thuis met een inbelmode. Met die zo... Mm -hmm. nee, terwijl een half uur moest wachten om een e-mail binnen te trekken. Dus wij zijn compleet niet als makers uh, opgewassen tegen die verandering. Dus je moet dat gewoon aanvaarden en loslaten. En dat heeft zijn positieve kant en zijn negatieve kant. Want die viraliteit van cartoons... Ja heeft enorm veel voordelen ook. Ja. Ik krijg aanvragen van over heel de wereld, waarvan ik denk van, wauw, mag je een, een paar jaar geleden een lezing gaan geven in de VS? Een, een aantal lezingen dan in Washington, zo voor. En zo, ja, op, langs geweest op de ambassade als gast en zo, van die dingen, dat is allemaal denk, ja, do door een cartoon. Is de, is de balans dan wel positief in dat nieuwe paradigma? Of ook in het, het huidige? Ik niet ik denk, ik weet dat niet. Ja, nee, maar ook, voor u. Ik denk dat wel. Hm. Zolang, dat ervan, weet je, zolang dat ik ervan kan leven, wel. Als er op een bepaald moment komt dat, dat mijn werk massaal misbruikt wordt en dat je er niet meer van kunt leven. Maar wat ik nu bijvoorbeeld zie, is dat ik sta erop uh, om mijn archief te ontsluiten. Wat betekent dat? Al, al, mijn, car al mijn cartoons zijn uh, niet gratis te gebruiken, maar staan wel online. Ja. Um, dus, dus dat klinkt wilt, evident, maar dat is niet. Iedereen kan ze ja, zien ja. en kan ze in principe ook gewoon binnentrekken van mijn website. Mm -hmm. Nu, we zijn ik steek daar heel veel geld in. Ieder jaar komt er een jobstudent uh, een paar weken dat er, zich daarmee bezighouden en mijn CMS-steken dat ik laten bouwen heb. Ik heb een zoekmachine laten bouwen en zo. Ik steek er enorm veel tijd en energie en geld in. Uh, voor de moment staan er 9000 online en we hebben er nog, nou, nog een keer 9.000 of 10.000 te gaan die er moeten in in dat systeem. Um, dat wil dus wel zeggen dat mijn cartoons, hoe je het ook draait of keert, ik kom die constant op websites tegen waar ze niet moeten staan. Hmm. Laatst stuurde nog een fan een berichtje door met zo, Kijk hier, oh, zo tof, een cartoon van u in mijn winkelkar. Dus een, een bedrijf die dus gewoon reclame gemaakt had met een cartoon van mij en van die winkelkarretjes in, 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 ja. in, 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 in een groot warenhuis. Waar ik niet eens van wist, waar ik er niet voor betaald ben geweest, nog niks. Dus in commerciële context en zo. Mijn, mijn werk wordt dan de lopende band In zo'n context bijvoorbeeld... Dat is toch ideaal voor een advocaat. Om... Ja, ja, maar dat is ook wel op zo'n manier opgelost. Ja. Maar dat weet dat niet. Ik bedoel, ja. ik heb nooit ja. in een buurt, Allee, want dat is in België en Nederland al gebeurd. Dus mijn werk wordt wel aan de lopende band misbruikt, maar tegelijkertijd speelt het ook voor heel veel mensen wel een rol, wordt door heel veel mensen gezien. Hmm. Um, er is in Vlaanderen geen enkele cursus <laughs> in de roa, Wa, waar dat er niet ergens wel een cartoon van mij in staat, allemaal van het internet geplukt. Hmm. Maar ik vind dat oké, okay, want ergens wilde ook wel doe dat niet alleen, moest ik, allee, van cartoons tekenen worden niet rijk, hè. moest ik dat doen voor, voor het geld, dan was ik beter in een reclamebureau gaan werken met diegenen dat kan. Ik bedoel, grapjes bedenken voor radioreclame, je kunt wel gebruiken net een indruk. Dus, um, uh, daar ging ik waarschijnlijk veel beter geboerd Shots hebben. fired, shots fired. Ja, ja, ik <laughs> bedoel, nee, serieus. Um, ze kunt wel, allee, maar dus, ik ging, ging waarschijnlijk beter geboerd dan moest ik iets anders gedaan hebben, maar ik doe dat ook ergens wel een klein beetje, omdat, omdat ik... Ja. Ik heb als kind altijd het leven van Woody Allen wel hebben. Hmm. Zo, ik keek naar die films en ik dacht, wacht. Die loopt rond, die leest, die zaagt veel. kan nog goed. <laughs> en, 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 en die schrijft wat en die luistert wat naar muziek. En in essentie, dat is een vrij romantisch bestaan dat die mens in zijn films heeft, hè. Hmm. Die, 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 die gaan naar de cinema, die, die, die gaan naar feestjes, die babbelt veel, die gesticuleert met zijn handen. Dat is wel artistieker. En als jonge kunststudent leek mij dat perfecte leven. Dat was zo het beste leven dat ik wou. En, en dat is ja, en, zonder corona wel gelukt, en, eigenlijk. En neuroticisme is... is is geen gebrek aan volwassenheid, is, een, is artistieke integriteit. Voilà, dat is een artistiek kenmerk dat de mm. nodig hebben om, om te zelf twijfelen en zelf haat, ben, bijna zelfs, en wel nodig om dit te doen. Mm. Dus nee, ik wou wel graag hoe die Ellen worden dan eigenlijk. Uh, um, en ja, kijk, um, los van corona, we hadden nu uw kop niet meer uit, maar dat is wel redelijk goed gelukt. Um, en ik ben ook niet getrouwd met mijn stief, uh, wat was hij zijn stiefdochter zeker dan, trouwens die twintig of dertig jaar jonger is. Dat soort uh, viezigheden natuurlijk niet. Maar um, zo dat ideaalbeeld van aanmodderen en er nog voor betaald worden ook. Hmm. Ik heb dat altijd heel leuk gevonden, want ik teken al cartoons van als jobstudent als, als, uh, op de hogeschool. Al mijn vrienden stonden in de Volvo te werken, zo auto's, zoals van morgens vroeg tot s avonds laat, auto's in elkaar steken, heel vuil, naar huis komen, doodmoe en al. En ik zat gewoon op een terrasje drie cartoons per week te bedenken, en ik werd evenveel betaald als jobstudent cartoonist dan. En um, dat was toen eigenlijk dat ik besloten had van, ik zou dat eigenlijk nog wel willen doen. Je hoort er niet rijk van, maar ik zit hier op terrasken in plaats van in de Volvo, mm. dat is ook al niet slecht. En ik vind dat wij, ondanks het feit dat ik onsterfelijk ben en al, ehm... Dat we hier maar heel kort mogen zijn als ze erover nadenkt. Allee, bedoel, wat is de levensverwachting nu voor man? 85 jaar of zoiets? 82? Ja, bon, dat is geen vet, nee. Allee, 82 jaar, dan ben ik al overwegen. Snapte? Dus dan doe je maar eigenlijk beter iets terwijl je dat dan nog minstens aangenaam vindt. Want een derde van je leven ligt al in je nest te stinken. Dat is waar, hè? ik bedoel, 8 uur per dag slaapt. Dus een derde van je leven net al verkakt aan slapen. Dus een derde van, pak nu een het niet, ja, dat is makkelijker rekenen, nee. Dus 30 jaar van die 90 ligt al te slapen. Het schiet nog 60 jaar over. Ja, we zitten al een keer op de wc. Je moet eten kopen, een vulbouw buiten zetten, al dat soort shit. Het schiet al niet zo heel veel tijd niet meer over om nog een keer iets interessants te doen. Als je die tijd dan nog een keer van het 9 tot de 5 moet gaan slijten voor een baas dat je niet eens hebt, ja, ik zou het niet kunnen, pijs ik. Maar ik zou ook vreselijk slecht. Beter, ik kan ook behalve. Dat is die misvorming van mijn ouders die mij dan toegestaan hebben om naar het KSO te gaan. Het probleem is dat ik echt ook wel nooit iets anders geleerd heb. Um, maar alleen moest ik daar nu die tien jaar geleden effectief dat aantekening gezet hebben. Dat was ook het probleem waarom ik zo lang wachtte om dat aantekening daar te zetten um, om mijn bedrijf op te, op te doen. Um, gelukkig dat ik zo lang getwijfeld heb. Dat is heb. Ik wist ook niet wat ik ging doen met mijn leven anders. Um, ik heb heel even les gegeven in die periode ook. Uh, ik heb zo één jaar computer tekenen gegeven in een lokaal zonder computers. Ja, ik zie je zo. Ja, dat was gewoon zo. Ik gaf computertekenen, dus Photoshop. Dat vak heette computertekenen. En ik gaf dat in een lokaal zonder computers. En ik kreeg dat ook niet uitgelegd aan die directie, dat er computers voor nodig had. Dus ik moest iedere avond thuis. Ik gaf Photoshop op een kruidbord. Dat kwam uiteindelijk op neer. Dat was ook de staat van het onderwijs toen. Ja, dat, is, dat was ook het enige dat ik kon, hè. Dat klinkt als een slechte grap, maar ik kan me voorstellen dat het nee, een Nee, dat was, was gewoon realiteit. Want het uh, duur was. Ik weet ook niet of dat, dat daar al veel gebeten is, eerlijk gezegd, in mm. het onderwijs. Maar um, na een jaar had ik daar ook wel, al genoeg gezien om te zeggen van ja, ik ga dat hier ook niet voor de rest van mijn dagen blijven doen. Dus um, ja, ik vrees dat het echt wel een beetje cartoons of niks anders was. Um, alleen, ik bedoel, ik, ik denk dat ik fysiek zelfs niet in staat ben om, om, om vuilnisman te worden. Um, dat zijn zo van die jobs die ongelooflijk onderschat worden, vind ik. Um, Peinzal me beter de piramide omdraaien en zo uh, cartoonisten het loon geven van een vuilnisman en een vuilnisman een loon van een cartoonist. Dat de wereld dan hmm. een stuk rechtvaardiger zou zijn. Uh, ik heb dat altijd thuis gezien, ook mijn vader was gewoon was een gewone arbeider, een lasser. Ik had eigenlijk tot aan zijn pensioen nooit echt geweten wat dat hij deed of hoe dat zijn werk eruit zag. En ik vond dat heel confronterend om dan te zien omdat wij, wij thuis echt niet breed. waren. zo'n randje narmoede altijd. Om dan te zien... Um, uh, op zijn pensioneringsfeest was er zo'n ene foto die hij projecteerde. En wat voor vuile, strontvuile... Ja, gewoon donkere hol dat hij eigenlijk moest zitten werken iedere dag. Voor, voor, voor die habbekrats eigenlijk. Um, ik vind het altijd een hele moeilijke. De wetenschap dat ik eigenlijk gewoon... Ja, met een paar lijntjes te ten op papier. Uh, soms op een week meer verdient dan dat mijn paap een maand of twee deed. Hmm. Um, dat, ja. Aan de andere kant, als ik met oudere mensen spreek, zo wat je vaak hoort voortkomen, is dat er een diepe een um, voldoening zit in de wetenschap dat de volgende generatie het beter doet dan u. Hmm. En wat je typisch hoort bij de jongeren, bij de kinderen, is. Maar wat ik doe in vergelijking met wat ze mm -hmm. daar deden, dat kan toch niet? En als je met hen praat, is zo: nee, nee, mijn kinderen doen het beter dan mij. Ja, ja, beter kunt je invullen gelijk je wilt. En dat daar wel een. Dat eigenlijk die twee mooi balanceren. En dat mm -hmm. beide zoiets hebben van: wauw, maar het is het wel. Dat daar zo'n spanning op lijkt te zitten, maar dat daar wel een balans is. Zo van, ja, dat is mooi. De volgende generatie heeft het beter als mij. En eigenlijk maakt dat alles goed. wij ja, merken nu ook heel hard dat. dat is zo een van die de spanningsvelden die spelen nu. Hè? Dat is zo. de de generatie die nu aan het afstuderen is, dat dat zo de eerste generatie is die het niet beter zal hebben dan de ouders. Hm. Want uh, ja, die babyboomers, die het allemaal vrij goed gehad, hè. En, en ik zit in die generatie daartussen, voor wie dat eigenlijk ook allemaal heel goed, maar ik merk ook wel dat, dat um, heel veel zaken voor mijn ouders toch een stuk makkelijker waren. Um, alles is, het leven is vrij complex geworden. Hm. Um, in de VS, ik weet de data van Europa niet, maar het is het de derde jaar op rij dat de levensverwachting naar beneden gaat. En sinds ze dat in het begin bijhouden, is dat een totale anomalie. De levensverwachting gaat naar beneden, blijkbaar. Ja. Maar Zat. Even, ja. ja. Ik vind dat wel interessant. Wel anekdoten tussendoor, maar... Nee, maar ik vind dat wel interessant, omdat... De, uh, um, ik, ik denk ook, zo. Uh, curves die altijd alleen maar omhoog gaan, dat is, uh, ja, dat is, dat is al een anomalie op zichzelf. Hè. Niet alles kan altijd... We leven op een beperkte planeet. Hè? Zolang dat we hier vastzitten, kunnen we ook niet onbeperkt blijven groeien. En dat dat uitzicht economisch, dat uitzicht sociaal, dat uitzicht in alles. Op een bepaald moment, ja bon, uh, zijn we ook gewoon met te veel en beginnen met elkaar weg te lopen, dan gaat die curve sowieso in elkaar stuiken. Ik denk ook dat de, 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 de levensverwachtingscurve een serieus een duik gaat nemen na deze, na deze pandemie. Hè? Ik weet dat niet. Maar ik ben vreselijk met cijfers en dat interesseert mij ook vrij weinig. Ik vind, Statistieken bekeek ik altijd vanuit een esthetisch standpunt. Dat is ook de reden waarom ik vaak cartoons maak over statistiek. Mm. Ik vind nog ongelooflijk interessant voor mensen die dat wel kunnen lezen. Ik heb zo heel lang uh, ook geëxperimenteerd, zo'n beetje met, met programmeren en zo. Een van de dingen waar ik, ik vrij zot vond om te doen, is zo een Excel-ding maken waar je statistieken van kon trekken, mm. maar die zo compleet, ja, nergens op slaan. Omdat Sommige dingen kunnen niet correleren. En Freakonomics doen dat wel. hè. Zo dingen ten opzichte van elkaar zetten die dan wel een invloed hebben op elkaar. Maar ik vind het vrij interessant omdat. Ik, ik lees heel graag zo'n um, uh, artikelen in de rand. Je ziet dus de grote artikelen die iedereen. die van boven op websites staan, op nieuwsites. die zijn altijd interessant. Maar je ziet soms zo van die artikels van onderzoeken die correlaties onderzoeken. Maar als je erover nadenkt, weet hij heel goed van. ja, er is geen. In essentie, statistiek kan alles bewijzen. Het komt eigenlijk daarop neer, wat ik wil zeggen. Zo, er is geen uh, relatie tussen uh, de kleur blauw en uh, de verkoop van ondergoed in Oezbekistan. Maar als je een statisticus de tijd geeft, vindt hij wel een correlatie bij wijze van spreken. En dat vind ik vrij interessant, hoe dat in met... Met statistieken en dan zeker als je statistieken maar nauw genoeg gaat bekijken, wat het dan daar allemaal uithalt. De combinatie statistiek en sociale wetenschapper of menswetenschapper mm. is vaak heel interessant. Ja, voilà. voilà. Ja, dat is die, discussie die vinden, dat nu heel hard, die vinden uh, altijd verbanden die. Dat is, ah ja, echt. Maar dat is in, in essentie ook wat ik, ik doe. Ik zoek verbanden die er mm. niet zijn eigenlijk vaak. Mm. <laughs> en, um, ja, of je ziet er die er niet per se zijn. Ja, voilà. Maar ook vaak, um, ver, het is niet omdat een verband. Um, dat er niet eens onwetenschappelijk, is dat het daarvoor niet relevant kan mm. zijn of interessant. Mm -hmm. um, of deel van het verhaal kan zijn. Ja, precies. Mm. Um, maar ik denk dat wij ook, um, ondanks het feit dat er ongelooflijk veel data aanwezig is, dat wij ook gewoon aan een enorm gebrek aan data zitten. Want het is interessant om de levensverwachting in Amerika te gaan meten. Hè. Maar als wij bijvoorbeeld onze levensverwachting. wij weten niet hoe dat de levensverwachting 10.000 jaar geleden was. Mm. Hè. We, weten, we hebben daar een beeld van, van wat dan opgegraven hebben. Maar is dat representatief? Wij gaan er nog altijd vanuit van wel, maar we, we hebben er bijvoorbeeld altijd van uitgegaan dat bijvoorbeeld Mesopotamië en, 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 en het oude Egypte, het antieke Egypte, dat dat zo de eerste grote beschavingen waren, maar we moeten daarop terugkomen, dat er is dus een beschaving die bijna nog is zo oud, is, dus 10.000 jaar oud, Boude men in Gobleki Tepe heet dat in mm -hmm. Turkije, Boude men daar al tempels in, Want als ze dus vanuit het artistiek standpunt dan, uh, ja, bijna driedimensionele levensechte beelden, gekapt ziet uit steen, waarvan dat je denkt, van, had men toen al de renaissance-technieken, bijvoorbeeld? Hoe is dan mogelijk, dat iets dat 12.000 jaar oud is, al zo ver stond technologisch? We, we moeten constant onze, onze wetenschappelijke... Archeologie is trouwens bij uitstek een domein waar cultuurwetenschap in de weg staat, omdat heel het narratief, want dan zitten ah, ja. we bij Graham ja. Hancock en Fingerprints of the Gods en dergelijke... Heel het narratief van Mesopotamië, basis van de beschaving, uh -huh. daar is een heel cultureel beeld rond, rond opgehangen. Ja. En blijkt van: ah nee, wacht eens, er zijn echt wel dingen die wij niet weten, die 10.000 jaar ouder zijn. En zo: oh nee, 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 dan gaan we als archeoloog. Dan gaan we, nee, 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 want dan krijg je geen funding. En dan: nee, 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 nee. Zo, ja. dat, dat is een superspannende nevendiscussie. Ja, absoluut. Maar, maar ja. En we zien dat nu heel hard. Uh, eigenlijk voor een groot deel dankzij de Noord- en Syrië. Er zijn heel veel van die. Um, uh, ja, opgraving is een groot woord. Hè. Van die resten zijn onder um, internationale um, interesse gekomen door het internet voor een groot deel. Bijvoorbeeld zo'n goblikkie tape, iedereen wist wel dat dat er was. Maar daar werd niet veel onderzoek naar gedaan, mm -hmm. want dat zit zo in een van die... Oh, oh, dat zal wel zo oud niet zijn, of dat is wel zo oud, maar we gaan dat niet onderzoeken, want dat ligt daar in, in het zuiden van Turkije. En Turkije, weet wel, is niet zo betrouwbaar op vlak hmm. van archeologie. en Er is altijd narratief om dat niet te onderzoeken, maar door het internet is er zo wel druk gekomen van ja, dat ligt daar wel in het noorden van Syrië. En die Noord. wie weet, weet misschien moeten we dat toch wel een keer in, in kaart brengen, moeten er daar toch foto's getrokken worden en zo. En dus we zien wel, ik, ik merk op heel veel vlakken toch wel. Uh, uh, hoe moet ik dat gaan zeggen, dat die kritische massa die het internet vormt, toch vaak ook wel um, het beeld van, van sommige zaken kan bijsturen. Als er mm -hmm. genoeg interesse is en in iets, is er altijd een economische mm -hmm. reden om er naar op zoek te gaan. Um, en uh, of dat dat nu de waarheid is of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Er zijn er heel veel samenzweringsdenkers rond ook, die zo uh, ja, bepaalde dingen anders dateren en zo van die zaken. Waar onze menselijke cultuur dat zo vrij raar is, moest dan nog maar ja, Zes, zevenduizend jaar oud zijn. Uh, waarom hebben we daarvoor. En, en we zien ook wel meer en meer dat er opgravingen zijn. Maar ik ben natuurlijk geen specialist, maar het interesseert mij wel enorm hard. Mm. Um, wat zo vreemd zijn, moest plotseling alles out of the blue heen. Wat ik ook vrij interessant vind, is bijvoorbeeld dat we nu heel hard merken, is dat die globalisering toen al een feit was. Dat we bijvoorbeeld in, 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 in Frankrijk resten opgraven. Of oh, nee, het was in Dinges, het was in, in Midden-Amerika, graven ze dan resten op van een man die blijkbaar al. Uh, uh, een bepaalde oker op zak, op zak had van langs de andere kant hmm. van alleen die is echt dus kilometer afgeleid. Hier in het museum trouwens in Brussel, in het Koninklijk Museum voor, gewoon uh, noem dan weer, Momma Actus. Nee, was zo'n Moet het u. Oh, man, 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 namen, namen. Ja, op de dingen is op de. Het Jubelpark, het Koninklijk Museum voor Archeologie en nog iets. Hè. Um, dat is het, trouwens een van de grootste aanraden dat ik kan geven. Ga daar een keer naartoe, je kunt er acht uur in rondlopen. Dat is ons eigen kleine Smithsonian, dat is ons eigen kleine British Museum. Dat is onwaarschijnlijk wat dat er daar staat. Er staat daar een, uh, het enige uh, beeld uit het Paaseiland dat geen roofkunst is. Er staat daar een van de drie beelden, maar op aarde, die niet op het Paaseiland staan. De mantel van Montezuma, de keizer van Mexico, die hangt daar. Uh, uh, mummies, ik bedoel, heel de, dat is echt, uren kunnen daarin rondlopen. Wel, er is daar onder andere een, een, een uh, grafvondst, een, een soort van broche gevonden. In uh, een graf van een niet zo rijke persoon, wat dus al aanduidt dat die broche dat dat iets vrij gewoon was. Um, ik geloof uit een bronstijdier, ik ga er vanaf zijn in ieder geval al behoorlijk oud genoeg om aan te tonen dat de globalisering toen al een feit was. En daar zat dus uh, Ja, ik weet niet, ergens uit het Midden-Oosten, ik wil nu Syrië zijn om dan daar net over Syrië bezig waren, maar ik weet het niet zeker, er zit daar zit dus een, een, een gesteente op, op die dinges, die dus echt vandaar heel die weg afgelegd hmm. heeft naar hier, om dan hier toch goedkoop genoeg verkocht te kunnen worden. Dus die handelsroute moet quite common geweest zijn. Um, om dan hier toch goedkoop verkocht te worden aan iemand die het eigenlijk maar middenklasse was of zo. Hmm. En, ik vind dat mindblowing dat wij al al die een tijd zo super geglobaliseerd waren en dat wij dat nu heel, Allee, wij eigenlijk is globalisering moesten we nu zeggen van, men zegt soms van die grenzen en die nationalisering dat is conservatief denk, eigenlijk klopt dat niet. Eigenlijk is globalisering conservatief, want hmm. ja, we deden dat al in de meestertijden en in de. Ja. Dat is ook super, als het niet zo ver. Teruggaat, ik geloof zo 11, e 12e eeuw, dat ze dan eindelijk, of toen de peperhandel of de handel in peperbollen uh, op gang kwam vanuit de, van Azië naar Europa. En dat dat dan ook weer als betaalmiddel gebruikt werd, omdat dat lang houdbaar is en zo zeldzaam. En dan zie je ook daar weer dat die menselijke samenwerking en vindingrijkheid. Dat, dat onderwerp als geheel is zo interessant om zo te zien van. Ja, om wat te zien, ja. Om, om een stukje het heden te begrijpen aan de hand van het verleden. En, en die, die, die verbanden te zien van hoe zijn we gekomen tot waar we vandaag staan, en dat is ja, zo'n zo dankbaar onderwerp om... Ja, ja zwart, ik, ja, ik het niet... Ik denk dat ik ergens een punt had, maar gewoon dat zo bijzetten van... Ja, uh -huh. dat is echt super spannend Een van de, de vergelijkingen die ik soms maak, um, is dat zo um, op weg naar hier... Gewoon van station naar hier heb ik kijk, meer beelden gezien dan de middeleeuwse mensen in heel zijn leven. Mm. En dat is gewoon een feit. En dat is zo'n waanzinnige mindfuck. Om dat te beseffen. Dat wij constant gebombardeerd worden door beelden. Omdat daar ook eigenlijk voor een deel immuun aan geworden zijn. Hè. Mm. Um, en dat verklaart ook de manier waarop wij... En het internet maakt dat eigenlijk nog herger. We, we hebben dat nog een keer verdubbeld hè, de voorbije 10, 15 jaar. Dat verklaart ook de manier waarop wij met kunst en cultuur omgaan. Er is ook gewoon zo'n aanbod, zo'n interessant aanbod. Allee, de wetenschap dat bijvoorbeeld Durer, een van de allergrootste tekenaars die ooit geleefd heeft, een van mijn supergrote voorbeelden, aan wiens enkels ik niet kan, die is ooit gewoon heel deel van zijn leven op reis gegaan, doorheen Europa, tekening verkocht om gewoon. Uh, overzetboten te betalen om zo stukjes mee te kunnen reizen met koetsen en zo, overal maar etsen verkopen en tekeningen verkopen op zijn weg. Gewoon om naar Gent te komen, vanuit ergens in Duitsland, uh, om naar Gent te komen, om naar uh, het Gods te kijken, om dan na te tekenen twee, drie dagen en dan weer terug naar huis te gaan. Hmm. Uh, zo de wetenschap, dat als ik, ik blauw nodig heb, ga ik naar Slijper. Als, als Van Eyck blauw nodig had, ja, dan moesten ze iemand op missie doen ver, vertrekken naar Jeruzalem om dat juist soort blauw te gaan halen. is dus zo, ja... En uiteindelijk ik een nagelaten. Dus we zijn het eigenlijk, in essentie, zijn wij niet te klaar. <laughs> zo, ja, er is veel concurrentie, dat is waar. En de, de, de perfectie, die verblindt ons, maar wij moeten tenminste geen blauw gaan halen in Jeruzalem. Hmm. Uh, blauw met AU, trouwens, voor de duidelijkheid. Ah, ja, ja, nee, dat is dat niet aan. Ik, ah, ja, ik bedoel, de blauw als in de kleur, hè? Ja, ja. Uiteraard. Al, ja, nee, nee. Wel, Dat zal het misschien ook wel hinter gaan halen zijn, Maar nee, maar zo, alleen, dat is toch hmm. um, het idee dat heel veel. Die, die mens heeft, als je nu tegen eender welke schilder zegt, van, oh, die, die, die zijn bezig met het creatieve proces, maar niet met het materiële. Uh, van van Eyck, die moest wel eerst voordat hij heel die in een bazaar heeft kunnen schilderen, en hij is ook nog niet, te, niet zo heel oud geworden, dus hij heeft ook nog minder tijd dan wij, die moest eerst wel nog even, even de, de olieverfschilderkunst die amper bestond perfectioneren, mm. <laughs> uh, alvorens dat hij kon doen wat hij gedaan heeft. Die werkt nog 500 jaar later nog. Ik vind dat, ja, dat vind ik een serieuze mindfuck. Mm. Al die obstakels waar wij mee worstelen als makers, de hele dagen, die waren er toen ook uh, en in grotere mate wel andere obstakels, veel maffere obstakels. En dan vraag ik me af: gaan ze dan mijn pakt 600 jaar ook praten over, mm. ja, zo Erinus van der Velde, godverdomme, ja, zo in <laughs> houtskool, zo groot, ja. Uh, weet ja, ja. Ik vind dat, ja. En, en, en dan is ook weer de vraag, waren zij daar op dat moment überhaupt mee bezig? Hè? Keken zij de, de kansen groot aan die dan ook weer een paar honderd jaar in het verleden keken en hetzelfde zagen? Ik vond zo een spannende uitspraak is over 500 jaar, wie gaan ze herinneren van deze periode? En dan zei zo iemand, dat zijn niet de Steve Jobs en dergelijke, dat is gewoon uh, Armstrong, eerste man op de aarde, uh, sorry, op de maan. Ja, ja. <laughs> op de maan. En um, zo, misschien iemand gelijk Elon Musk, maar dat gaat vaak over zo, zo die die echt die, die, grote, die stappen. grote stappen en ja. dat kan ook cultureel zijn, dat kan een Martin, dat kan een Luther zijn, uh, dat zijn gewoon die grote culturele stappen die ook weer als het over de maan gaat een bron hebben in de realiteit of een, een, een waarneembare mm. realiteit hebben, maar die vooral zo'n soort van verbeelding, zo van wow de maan want aan zich ik kan nooit meer verifiëren of dat effectief gebeurd is, maar ik geloof dat dat gebeurd is en het gaat over die verbeelding en ja wat zo die grote stappen en dan ja ik denk niet, dan is een vraag wisten van ik dat het feit dat hij zijn inkt uit of zijn verf mm -hmm. uit X of Y moest krijgen, dat dat een, een integraal deel is van de charme of van de verbeelding die wij er vandaan attribueren. Maar ik denk dat niet, want je ziet ook heel vaak dat de hele grote schilders uit die periode zijn zo dat die gewoon vergeten zijn. Hè? Dus mm -hmm. de echte. Ik denk dat je daar ook geen gif kunt op innemen op je plaats in de geschiedenis, bij wijze van spreken, de geschiedenis wordt, wordt bepaald door externe factoren, hè? vaak door culturele overwinningen of zo. Allee, mm. Ik ben ervan overtuigd, moesten de Eerste en de Tweede Wereldoorlog niet verloren geweest zijn over, door Duitsers, dat, dat de, de Duitse schilders belangrijker zouden geweest zijn mm. binnen heel die dingen van de Vlaamse primitieven bijvoorbeeld. En allee, dat we een heel ander uh, gesprek over cultuur zouden zitten hebben nu. Mm. Um, uh, we zitten nu toevallig in de eeuw waarin dat, de, allee, de, de uitloper een beetje van de Angelo-Saxische eeuw... Een helft van uw boeken zijn Engelstalig in uw kast. Hmm. Ja, bij, bij, mijn kleinkinderen zijn waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk, een half Chinese boeken of zoiets staan en, uh, Ik ook weet het niet. Of, of misschien van een supermacht waar we nog nooit van gehoord hebben, die nog moet komen. Lekker land. Ja, maar het hoop. Um, <laughs> nee, maar ik wil maar zeggen. Uh, we, we kunnen ons. Ja, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Al, weer al, al vanuit het standpunt van de creatieve, hè, is dat. Uh, je mocht dat eigenlijk niet doen voor de toekomst. Je mag hmm. dat niet doen van mijn plaats in het. Weet wel, uh, er zijn daar winnaars in, er zijn daar verliezers in, maar het maakt toch geen zaak meer uit wat het dood zijn. Dus who hmm. cares? Ik um, denk dat de, degenen die het maken ook altijd degenen zijn die echt een drive hebben om, ook al doen ze. Weet je, ik zou cartoons blijven maken zijn en blijven tekenen zijn, ook al dat ik de boeken toe dan omdat ik gewoon niks anders ken. Dat is ook mm. mijn manier om naar de wereld te kijken en dat dat gewoon aangenaam is om te doen. En, en je ziet dat bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij heel veel creatieve creatievelingen die, die redelijk ver staan: is dat hun productie hoog is. Uh, als hij heel je leven moet zitten twijfelen om vier tekeningen te maken, mm. de kans dat het dan in het kanon terechtkomt is klein. Maar als hij, uh, lijkt een Picasso 10.000 tekeningen achterlaat. Uh, schilderij en wat weet ik veel wat dat die mensen allemaal gemaakt heeft. Of zo lijkt een Basquiat ja, bijvoorbeeld. Je moet een keer en een junk zijn. Mm. Hoeveel junks kende hij die die, die, die überhaupt niet onder een bruis slapen, maar die zo ook nog een keer zo'n neuwveren nalaten die eigenlijk mm. gewoon heel de beeldtaal verpletterd heeft van heel die periode. Dat, ja, zo Keith Haring die uh, op het moment dat hij HIV was en nog een keer een soort van activist geworden is, maar ook nog een keer ja, gewoon... Ja, heel die street art cultuur die hmm. vroeger op straat zat, plotseling. Ja, dat, dat is hallucinant. Dat, hoe groot kan een drive zijn? Als hmm. ik doodziek ben, of moest ik een. Weet je, als ik gewoon alle valling heb, sla ik er niet in om, om, om een drive te hebben. Hmm. Die, was, die, die, die wist dat hij ging sterven, want HIV was dan nog veel erger dan nu. Hè? Nu kunnen blijkbaar medicatie hmm. nemen en, en wordt dat allemaal een beetje onderdrukt. Maar of zo'n ja Ah, je verslaafd zij dan iets, dan is je alleen maar daarmee bezig. En die slaagt er dan toch nog in om zo... Ja? Ik heb, dat, ik heb dat vaak met, met als ik rond... Zo'n Jackson Pollock bijvoorbeeld, die met en depressie en alcoholisme, maar die dan ook nog een keer dat allemaal vertaalt in zijn werk. En, ik bedoel, dat is geen catalogische van vijf jaar dat hij nalaten, hè? Dat zijn... Dat sluit, wat ik net zei, van die conceptuele en experimentele denkers... Ik geloof dat uit datzelfde werk komt, dat ze de brieven... Ik weet niet of het Bach of Mozart, één mm -hmm. van de grote, hadden uh, geanalyseerd, brieven dat hij aan de mm -hmm. maat of zo schreef. En het ging daar over de... En dat gaat weer over dat retrospectieve, wanneer je terugkijkt op iemand zijn of haar leven. Maar ze analyseerden die brieven en bleek dat ook de valse negatieve en de valse positieve mm -hmm. ook daar zo echt 30% was. Dus dat bijvoorbeeld een Bach schreef van... Ja, ik heb dit hier geschreven en... Ik denk echt uh, dat dat op niks trekt en dat wordt dan zo een klassieker. En dan zegt hem, schrijft hij hem van, ah, ik heb dit, deze compositie geschreven en dit, dit is echt mijn beste werk en iedereen is dat vergeten. En je hebt ook zo'n voorbeeld van, van Shakespeare die dan Hamlet en Julia, um, Romeo en Julia schrijft. Ik denk op een periode van vijf jaar, dat, daartussen zit nog een werk, niemand kent dat, absoluut vergeten. En dan is er de vraag... Als je dat dan gaat analyseren, die mensen wisten ook op voorhand eigenlijk niet wat dat hun groot werk was tussen aanhalingstekens. Dat is... Maar wat die allemaal gemeenschappelijk hebben, is die hebben werk in de wereld gezet. En je weet het zelf vaak niet, en vaak wordt dat pas postmortem post of, 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 of retroactief zichtbaar. Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is ze, zijn, ze hebben een soort van zelfexpressie in de wereld gezet. En dat is eigenlijk het enige waar dat je daar echt van kunt zeggen. En op voorhand is het soms heel moeilijk om in te schatten van dit is het, of dit is het niet, of dit gaat zo gepercipieerd worden, of hoeveel schrijvers zijn er die nooit het succes van een boek hebben gekend, of dat nu Moby Dick is of een van die mm -hmm. die dat nooit hebben gekend, en vandaag zijn dat de, de grote klassiekers, en, ja, die dat eigenlijk... Ja, of uh, Kadit wel laten verbranden zelfs, ja. we bedoelen, van die dingen, dat ja. dan denkt van, ja, ja, ik vind, je moet ergens ook een klein beetje, denk ik, um, als creatieveling dan, zo uh, een klootzak genoeg zijn om, om de wereld naar uw hand te willen zijn, maar je hebt dat zelf ook al zei dit daarnet. net. Je, je doet dat niet als je niet hmm. geneigd bent om uh, de boel doorheen te halen. Maar eigenlijk, ja. als je de de wereld is eigenlijk niet altijd even ideaal. alles. eigenlijk is je moet bereid zijn om in de stroom te roeren bij wijze van Dat is ook weer geen goede spraak. Het klinkt moeilijk uit. Nee, maar je moet een soort van zelfvertrouwen en overtuiging hebben van wat ik te delen heb is belangrijk en niet vanuit jij moet dit belangrijk vinden, maar wel dit is. Dit niet delen doet meer pijn dan het wel delen. Ja, of en, ik wil en... het wel een keer proberen. Zo. Mm. We zullen wel zien. Ja. <laughs> maar wel die noodzaak voelen om toch niet. Maar weet je, uiteindelijk, niks doen is wel makkelijker. Ja. In die sensie. Um, maar op korte termijn. Op lange termijn ook. Dat, dat Wil dat... je op lange termijn terugkijken op het feit dat je niks gedaan hebt? Nee, dat is misschien wel waar. Maar dat is zoiets dat, dat mij altijd opgevallen is aan, aan de academie in der tijd. Is. Um, wij gingen ook niet gaat uit aan die leeftijd hé, zo aan de hogeschool. Um, de mensen die dat er nu tegenkomt op café die aan toch zitten te praten over, ah, ik ga nou dat toneelstuk maken, of dit of dat maken, dat zijn de die, die er toen ook zaten, hmm. dat toneelstuk te bedenken aan een café. Toch. Uiteindelijk komt het er altijd op neer van. Op een bepaald moment moet je uh, je ego aan de kant schuiven en dat wel doen. En daar zit nu die moon. Hmm. Ze zit echt wel op de plaats, waarvan dat je merkt van: de keer dat je eraan begint, merkt u tekortkomingen. Iedere dag dat ik teken, zie ik van fucking al, ik kan nog altijd dan niet tekenen of dan niet tekenen. Hmm. Maar je moet door. en dan slaat u een keer uh, spreekwoordelijk zo van lekker kerel, hoe kan dat nu. Um, en dan neemt u eigen voor van ik ga dat nog een keer op oefenen. En dan doet u dan trekt dat ook weer op heen. Maar je sleept daar wel altijd door als je dat niet doet. Zij zijn in uw hoofd nog altijd werelds grootste miskende tekenaar op mm. aarde. Uh, want ik ken heel veel tekenaars die nooit tekenen. Nee, nee. En ik ken ongelooflijk veel schrijvers die nog nooit een boek geschreven hebben. Um, en dat is een goed recht. Hè? Um, misschien zijn dat ook de beste schrijvers wel. Ja, mogelijk. Ik vind dat wel een interessante gedachte, eigenlijk. Op dat vlak ben ik ook een vrij goeie regisseur. Mm, <laughs> ik heb nog nooit filmen mm, film geregisseerd. De beste. En een ongelooflijke Olympische zwemmer ook. Mm, mm. <laughs> ja. Ik uh. ben even aan het kijken. Uh, is er iets wat uh, wij nog moeten bespreken? Ga ja, nee, ik weet het niet. Jij moet stiltjes beginnen werken. <laughs> ah, is het echt? Hoe laat is het? Het is kwart voor drie. Oké, okay, ça va. Amai, wij hebben serieus doorgeluld eigenlijk. Uh, eigenlijk wel. <laughs> <laughs> Nee, ik, ik, ja, zo uit het hoofd. Ik zou het niet weten. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb ik iets gemist? Uh... Als het, nee, ik, ik vroeg me gewoon af: als dit onder lichte dwang was, of er dan nog verwachtingen achter zaten? <laughs> nee, nee, eerlijk gezegd, niet. Nee. Ik ben blij dat ik hier al geraak, geraakt we mm. Hoeveel keer heb je dat met uitgesteld? Seks ja, het, keer. Was, het was met 2020. Dan wordt alles. Iedere keer dat. dat... Dat wij een afspraak hadden, waar ging de piek weer omhoog. Ja. Dus ik, was, ik dacht van, we gaan echt gewoon een keer moeten afspreken, want anders gaan we maar blijven pieken hebben. Dus als nu, officieel, ja. als er nu geen derde hoofd komt, dan, wij, dat is dan ligt dat aan ons, <laughs> denk ik. <laughs> ja, want ja, echt, geloof ik, vijf keer of zo, ik ja. weet het niet. Ja. dat is weer, dat is een mooie statistiek. Ik denk dat, Ingebeelde statistiek ook Ik ga een causaliteit daartussen trekken, uh, sowieso. Ik uh, ga dat mijn dagboek noteren. Steven is ja. even langsgekomen, geen derde half. Ik denk dat het daarmee te maken of heeft. Of juist wel, het ze. Of juist wel, of juist wel. Nee, um, ja, ik, ik zeg het, wij zijn uh, hier uh, drie uur en een kwartier aan het praten. <laughs> Ondertussen is iedereen al in slaap die aan het luisteren is. Um, wel, nee, mijn, mijn, mijn ervaring is: als je nu als je niet na een half uur in slaapgeval bent, dan luister je tot het einde. Alright. Ja, zoiets, cool. zoiets. Nee, ik, vond, uh, ik vond het heel aangenaam. Um, ik vond het ook leuk. Ik zeg het. Ik kijk hier al, al, al een hele tijd naar uit, ook omdat je zo'n stukje... Je hebt die culturele plaats die je inneemt, je hebt, die, je, hebt die, je hebt dan de persoon daarachter die... Je kunt niet doen wat jij doet, of iemand kan niet doen wat jij doet zonder zelf ook een heel, een heel brede, um, uh, interessante leefwereld te hebben. En, en ik ben blij dat we daar vandaag over konden praten. Allee, dat is een schoon compliment. Dankjewel. <laughs> ik zou zeggen... Uh, als je daar groesting hebt, altijd welkom om, uh, om terug te komen, verder te praten. En uh, ja, ik zeg het, ik volg het met uh, heel veel plezier. Dank je wel. Is, is er iets wat ik nog. Mensen kunnen u volgen op. Uh, wel, je zit overal. www.jeroen.be. <laughs> <laughs> ja, nee. Maar, ja, in de, vooral in de kranten eigenlijk, hè, de standaard. Um, elke dag. En dan op het internet, hè. op uh, www.google.com. Um, ja. En voor de rest, um, ik zou zeggen, er valt van alles te beleven, maar dat is geen waar. Er zijn geen lezing. Er zijn geen... Ik ging terug de stand up wereld proberen te bestormen nog een keer na zoveel mm. jaar. Maar de, gelukkig heeft corona daar roet voor in het eten mm. gegooid, dus dat hoef ik dan ook niet meer te doen. En dat ondertussen is dat voornemen ook alweer achter de rug, mm. dus dat vind ik wel aangenaam. Dat heeft mij weer een, uh, wat, wat miserie bespaard. Um, ja, nee. Ik heb weinig zin is te melden. Na hebben dat die nu drie uur en een kwart bewezen. <laughs> Um, nee, ik heb eigenlijk niks meer uh... Goh, ja, dat is eigenlijk wel raar hè, dat ik nu niet meer te zijn heb, ik ben officieel uitgeput dat is prima ik ga nu ook geen cartoons meer tekenen. ik ga gewoon naar huis in mijn nest gaan en dat was het dan dank u voor uw aandacht <laughs> goed, dan jij bedankt om helemaal tot hier te komen en uh, ja, tot een volgende keer ja, salut ja. als je geniet van gesprekken zoals deze abonneer je dan op Spotify of YouTube Geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at kobe van Reppelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.